mensen, van harte welkom bij de oriënterende ronde van vandaag over onder andere de bestuursrapportage en de begroting. Open de vergadering. Er zijn van mijn kant geen mededelingen. Ik zie die aan uw kant ook niet. Dan wil ik verder gaan naar de vaststelling van de agenda. U heeft daarvoor enige weken geleden een procesvoorstel gehad. Dat wil zeggen dat we vandaag de agendapunten één voor één aan de orde brengen. Dat we de begroting in één keer bespreken. En mijn vraag is of u daarmee akkoord kunt gaan. Dat is het geval. Dan wil ik doorgaan naar het spreekrecht. Voor het spreekrecht heeft u vanmorgen ook een mail ontvangen. Zich drie mensen aangemeld. En dat is de heer Dijkhuis of de heer Harmsen, lees ik hier namens de stichting Hardenberg 2015. De heer Boesekol namens de Sportservice Hardenberg. En de heer Heuver namens de tennisverenigingen. En in die volgorde was ik ook van plan om de inspraak af te gaan werken. En dan wil ik graag het woord geven aan de heer Dijkhuis of aan de heer Harmsen. De heer Harmsen, denk ik. Goedemiddag, dames en heren van de Raad. Bijeen in deze mooie zaal van het toch echt originele raadhuis van Millennium Gemeente Hardenberg. Mijn naam is dus G. Harmsen, dat hadden u inmiddels begrepen. Dank voor de gelegenheid om als Stichting 2015 alsnog even een toelichting te kunnen geven naar een eerdere presentatie van mijn collega bestuurslid Eberhard Dijkhuis op 1 september jongstleden. Zoals u bekend heeft het bestuur van onze stichting zich op verzoek van uw raad sinds 2007 ingezet om de millenniumdoelen dichter bij de bevolking te brengen. We hebben het de afgelopen jaren met veel enthousiasme gedaan, vooral ook omdat er in deze gemeente uitzonderlijk veel particulier initiatief is om in ontwikkelingslanden projecten van de grond te krijgen. Liefst 34 organisaties en stichtingen houden zich daarmee bezig. Volgens mij een unicum in Nederland. U heeft of krijgt de 1 september presentatie via de Griffie ongetwijfeld in uw bezit. Dus ik zal u de details besparen van wat we in de afgelopen ruim 8 jaren hebben kunnen realiseren. De millenniumdoelen dienden bereikt te zijn eind 2015. En dat is al heel snel. De vraag was, wat gaan we daarna doen? Gezien alle positieve reacties hebben we erg serieus gekeken naar een doorstart. In de eerste plaats, we werden uitgenodigd voor een bijeenkomst van experts op het ministerie van Buitenlandse Zaken om mee te denken voor het BUSA-beleid op dit gebied na 2015. We hebben eveneens deelgenomen aan een VNG-bijeenkomst met dit doel bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tijdens een vergadering in Utrecht. En we hebben getracht via internetfora invloed uit te oefenen op een positieve benadering van kleine lokale initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Buitenlandse Zaken heeft nu het nieuwe VN-plan van de 27 strategische development goals omarmd. En ons plan voor een mogelijke doorstart was daarbij gebaseerd op in de eerste plaats financiële middelen te creëren ten behoeve van een drietal serieuze projecten vanuit alleen Hardenbergse ontwikkelingsorganisaties. En twee, in zijn algemeenheid stimuleren van alle lokale initiatieven en vrijwilligers middels de Millenniummarkt, het Wintercircus enzovoort. Daarvoor hebben we vanaf juni van dit jaar regelmatig aangeklopt bij Buitenlandse Zaken. En op 1 september bij uw raad via die presentatie van Eberhard Dijkhuis. Uitgangspunt, naast onze stimuleringsrol willen we een serieuze financiële bijdrage kunnen leveren, gebaseerd op een subsidie uit Den Haag, met een verdubbeling daarvan door uw raad. Helaas, gisteren kwam na lang aandringen uiteindelijk de mail uit Den Haag met weliswaar veel waardering, maar ook met de tekst: helaas kunnen wij met de nieuwe aanbestedingsregels onder de nieuwe Strategic Development Goals niet direct een subsidieregeling aangaan met derden. Het ondersteunen van een vervolg van het project van Stichting 2015 is daardoor niet mogelijk. Een aantal alternatieve Buitenlandse Zaken subsidiesuggesties staan zo ver af van onze ideeën dat we alsnog besloten hebben vooralsnog af te zien van een doorstart. En dus hierbij de mededeling dat wij ons werk aan het eind van dit jaar als voltooid beschouwen.
De maanden daarna zullen nog gebruikt worden voor de ontwikkeling van de subsidies, de afwikkeling van de subsidies, de rapportages over 2015 en de financiële verantwoording. Dank voor al uw steun in de afgelopen jaren en we verzoeken u hiermee ontheffing van de ons toevertrouwde missie. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Kijk er even of er nog vragen voor u zijn. Ik zie de heer Van der Valk, ik zie de heer Mulder. Heer Van der Valk, ga de gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Harmsen, uw mededeling die overvalt ons enigszins. Na het enthousiaste verhaal begin september hebben wij als uiteraard als fractie daar ook weer over gesproken. En zagen wel wat licht in de tunnel. Maar nu komen we op een situatie dat, wat u al aangeeft, die verdubbelaar, niets vanuit Den Haag, dan wordt het niets met niets. Het lijkt wel op een bijbeltekst, niets met niets en er blijft niets. Of ijdelheid der ijdelheden. Dat vinden we heel jammer in dit geval. En mijn vraag is eigenlijk, ziet u op termijn nog wel kansen om tot een herstel te komen? Mogelijk. Dat weten we op dit moment niet. Het is zo dat Buitenlandse Zaken de regels voor subsidieverlening heel duidelijk aan het wijzigen is. Nadat in september die nieuwe Strategic Development Goals bij de Verenigde Naties in New York zijn aangenomen. En wat ik de indruk krijg uit de mails die ik ook vanochtend nog heb gekregen van de mensen uit Den Haag, is dat ze denken dat ergens halfweg 2016 die regels allemaal duidelijk zullen zijn. En die zijn dan zo geformuleerd dat ze neerkomen op projecten die geïnitieerd worden door het bedrijfsleven. En waarbij dan organisaties kunnen aanhaken. En dan met name, en dat is een typische Nederlandse invalshoek, op het gebied van waterprojecten. En WAVIN zou zo'n speler kunnen zijn. Maar om nu van u te vragen om een verdubbeling in te zetten op iets wat we niet krijgen, maar ook nog onder voorwaarden die we niet kennen, gaat ons net een brug te ver. Dus wij moeten realistisch zijn en zeggen, op dit moment pakken we dat dus niet aan. Mocht het zo zijn dat er nieuwe interessante mogelijkheden komen om alsnog projecten op te zetten en dan bij voorkeur met Hardenbergse organisaties die al actief zijn in die, via die verschillende projecten, zullen we niet schromen om daar serieus naar te kijken. Maar op dit moment is het dus zo dat wij hebben gezegd, het is niet reëel om nu van u iets te vragen. Voldoende. De heer Mulder. Ja, dan wil ik namens mijn fractie toch de waardering uitspreken voor al datgene wat de Millennium heeft opgeleverd, hè, met name de derde wereldlanden. En de bijdrage die door, vaak onbetaald toch gedaan zijn door de samenleving van Hardenberg. Grote waardering daarvoor. Dank u wel. Het was niet vaak onbetaald, het was altijd onbetaald. Dan altijd onbetaald, ja. maar dan nog veel waardering voor. Maar de bestuursleden hebben het allemaal met heel veel plezier en heel veel, toewijding gedaan. Dat klopt. Akkoord. Ik zie nog een vraag bij mevrouw Juring. Ja, bij die woorden van de heer Mulder sluiten wij ons natuurlijk heel graag aan. Alle waardering voor alles wat bereikt is. U ziet ook geen mogelijkheden om als stichting dan verder te gaan. Alleen, stel dat wij als raad toch geld beschikbaar zouden stellen. En u zou dan in de samenleving daar dit kunnen verdubbelen. In de Hardenbergse samenleving met initiatieven. In ontwikkelingslanden, maar wellicht ook binnen Hardenberg. Zou dat een optie kunnen zijn voor u? Wij hebben eind 2014 hebben we een organisatiedeskundige in de hand genomen die ons heeft geadviseerd wat de mogelijkheden waren om wel met behulp van wat financiële middelen door te kunnen gaan. En die bleken te liggen met name op het gebied van de groene projecten. Dus de energievoorziening, al dat soort projecten. En wij hebben gezegd met z'n allen dat we toch met name de sociale kant belangrijk vinden in de activiteit. En dat we ons daarop wilden richten. En er zijn ongetwijfeld een heleboel andere organisaties die juist op dat groene aspect al actief zijn. En we hebben dus gewoon gezegd van, laten wij ons concentreren op het sociale. En dat sociale komt dus op dit moment iets minder aan bod. En dus hebben we gewoon gezegd van, laten we dan voorlopig in elk geval dus de zaak afsluiten. En komen er nog meer initiatieven, dan met alle soorten van genoegens, kijken we er serieus naar. Ja? U begrijpt de argumentatie.
Akkoord. Ik zie verder geen vragen meer. Dan dank ik u voor uw bijdrage. Graag gedaan, dank u wel. En dan zou ik graag verder gaan met de heer Boezeko. Dat gaat over de sportservice Hardenberg. Akkoord. Ik heb begrepen dat de heer Boezeko wordt vervangen door de heer Zwankhuizen. Uit uw gang. Zul je het knopje indrukken dan? Dank u wel. Geachte raadslezen en college van BMW, ook namens Sportservice Hardenberg, dank voor uw tijd en aandacht om ons verhaal aan te houden. Het is voor mij de eerste keer om hier te mogen staan. Dus ik probeer mij hierin een houding aan te nemen die bij u hoort, maar mocht ik rare dingen zeggen, dan is dat de eerste keer. Dus neem me dat niet kwalijk. U heeft alle documenten van Sportservice Hardenberg gekregen en ik denk dat het voorleesuurtje hier, soort, of de 5 minuten sorry, die ik gekregen heb, niet van toepassing zijn, maar ik ga ervan uit dat u het allemaal gelezen heeft. En daarom wilde ik mij eigenlijk beperken tot een aantal steekwoorden die ik sowieso wilde toelichten. In het eerste gedeelte hebben we even uit de doeken gedaan als Sportservice Hardenberg waarom we hier staan, wat de aanleiding daartoe is geweest. En ik wil dan ook daarbij even de gelegenheid gebruik maken dat wij als Sportservice Hardenberg een onafhankelijke stichting zijn, een non-profit stichting, en een visie en missie hebben die u in onze bijlage kunt vinden. En ik ben de voorzitter van deze stichting. Nou, gisteravond op het journaal heeft u in ieder geval de positieve werking van het bewegen in het algemeen kunnen zien. Waarbij op een lagere school, een basisschool, bewegen werd gebruikt om meer focus en concentratie te krijgen tijdens de rekenles. Nou, beter kunnen we het niet krijgen. Wat is Sportservice Hardenberg? Zoals ik al zei, een non-profit stichting. Wij hebben als doelstelling om sport als middel in te zetten om de kinderen, maar ook de andere doelgroepen, meer in beweging te krijgen. Want we weten allemaal dat het vreselijk goede, positieve werking heeft. De mensen, de bestuursleden van de stichting hebben zelf heel veel ervaring als in de sport, zowel actief als bestuurslid. En daarnaast hebben wij bedrijfseconomisch ook heel veel ervaring. Dus we willen komen tot een model wat zowel bedrijfseconomisch als vanuit de energie die uit de sport komt, een succes zou kunnen worden. Daarbij is ons thema preventieve zorg leidt tot meer vitaliteit. Wij richten ons op dit moment op 2 pijlers. De 1 is de commifunctionaris, daar kom ik straks even op terug. Dat zijn de pijlers vanuit VWS, van onze welzijns en onze stichting. Nee, sorry, welzijn is natuurlijk volksgezondheid, welzijn en sport. En de andere, dat zijn de subsidies die daarvoor aangetrokken worden door Sportimpuls. Dat zijn allemaal incidentele gelden en incidentele middelen. En wij willen juist met de Sportservice Hardenberg komen tot een structurele entiteit met een stuk continuïteit. Ik denk dat de verdere informatie over Sportservice Hardenberg terug te vinden is op onze site. En ik nodig u graag uit daar eens van kennis te doen op de. Dan de case. Vanuit onze visie en missie hebben wij gedacht gebruik te kunnen gaan maken van de mogelijkheden die de combinatiefunctionaris biedt. De combinatiefunctionaris wordt al sinds 2008 ingezet door de gemeente Hardenberg en wordt op dit moment gecontinueerd met 13,5 FTE. De combinatiefunctionaris zien wij op dit moment op alle terreinen, maar met name op de basisscholen, door de kinderen heel enthousiast ontvangen, zowel binnenschools als buitenschools, maar ook met de doorstroom naar de school en naar de sportactiviteiten 's avonds. En wij zijn van mening dat de kinderen eigenlijk de drager kunnen zijn voor het sport en bewegen, om uiteindelijk ook de ouderen en de andere doelgroepen hierin mee te nemen. Het beleid wat de gemeente Hardenberg hierin voert is voor ons toch enigszins onduidelijk, op zijn licht gezegd. En wij hebben hiervoor zelf een business case opgezet die we met de wethouder hebben doorgenomen en waarvan we toch de verwachting kregen dat daar mogelijkheden zijn. Die business case is een theoretisch economisch model uitgaande van alle basisscholen in de gemeente Hardenberg. Als die allemaal een vakdocent voor de klas zouden moeten hebben, zijn er 13,5 FTE nodig. Dat is een theoretisch model. We weten dat de werkelijkheid is dat de gemeente Hardenberg 140% van de quota van de combinatiefunctionarissen heeft aangevraagd en dat zijn er 13,5 FTE. Dus het verschil even tussen wat is de business case, theoretische model, en wat is de realiteit. Wij gaan er niet vanuit dat alle combinatiefunctionarissen voor sport en beweging gezet moeten worden. Wij richten ons als Sportservice Hardenberg juist wel op sport en beweging en denken juist met een aantal combinatiefunctionarissen en
richting in gang te kunnen zetten waarbij we veel meer gebruik kunnen maken van allerlei andere partners ook. Daarom willen we graag van de gemeente Hardenberg weten, wat is nu het beleid in zaken de inzet van de combinatiefunctionarissen en hoe kunnen wij daar mee verder? U stelt straks even vragen, maar ik begrijp het. Weet niet. Weet niet, oh. Nee, mag nu wel, hoor. Ik zou niet durven, no. Goed, kort samengevat. Wij denken dat de gemeente Hardenberg heel goed bezig is met de combinatiefunctionarissen. De gemeente Hardenberg die heeft al aangegeven heel duidelijk een scheiding in beleid en uitvoering te willen gaan doorvoeren. En we hopen ook echt dat die stap een keer gemaakt worden. Want volgens ons krijgen we daarmee meer participatie van de maatschappij, meer burgers, minder overheid. En juist het stimuleren van de burgerinitiatieven leidt volgens ons tot een grotere vitaliteit in de gemeente Hardenberg. Wij hebben 4 vragen voor u neergelegd en ik hoop dat de raad en de achterban ons daar in ieder geval in de komende tijd antwoord op kan geven. Dank u wel. Dank voor uw bijdrage en de vragen. Kijk even of er ook vragen zijn aan uw adres. Ik zie de heer Dogger, de heer Stelfstra. Hoofdhoek, ga je gang. Dank u wel, voorzitter. Als ik het stuk zo lees, is dan het doel van uw stichting om de inzet van combinatiefunctionarissen te combineren met wat u doet, zodat u een soort platform, zeker uw coördinatiepunt wordt voor bewegingsonderwijs? Ja, absoluut. We denken dat er heel veel goede initiatieven zijn in de gemeente Hardenberg. Die staan of vallen heel vaak met de inzet van de vrijwilligers en ook met de incidentele middelen. Wij willen juist een platform zijn als Sportservice Hardenberg om die initiatieven te verbinden en ook zorgen dat ze continuïteit krijgen. Mag ik daar nog een aanvullende vraag op stellen? Wat mist u dan binnen het huidige beleid wat de gemeente nu neerzet als het gaat om bewegingsonderwijs op basisscholen en dat doorgetrokken wordt naar de sportverenigingen, wat u beter zou kunnen doen? Wij denken dat wij de uitvoering daarin veel beter ter hand zouden kunnen gaan nemen. We zijn van mening dat beleid en uitvoering gescheiden moeten worden. Om ook elkaar te kunnen afrekenen op de resultaten. En wij denken dat wij in de uitvoering daarin beter gestalte kunnen geven dan dat in één hand is. Ja? Akkoord. Ik zie de heer Gelling. Dank u wel, voorzitter. Ik ben een beetje grieperig en daardoor wat afwezig, maar toen u het had over onduidelijkheid van de gemeente was ik er gelijk weer bij. Dank daarvoor. Want daar heeft u ons natuurlijk als oppositie. Wij constateren dat vaker met u, dat de gemeente wat onduidelijk is. En u zegt dat u dat beter kan. De vraag is alleen, heel concreet, u schrijft hier ook in het stuk dat u al in overleg bent met de wethouder en dat u alleen wat lang duurt voordat de wethouder daarop een reactie heeft gegeven. Maar zou u dan niet eerst dat overleg afmaken alvorens we hier in de raad daarover praten? Want het is nu een oriënterende ronde en om de vragen bij de wethouder te leggen, moeten we het eigenlijk zo meteen meenemen de vergaderingen ergens, dus bij de begroting of iets van die aard. Maar concreet, dus zou u niet eerst met de wethouder uw gesprekken afronden alvorens wij daar hier van gedacht over wisselen? Goeie vraag. En lijkt me ook de juiste wijze van afhandeling. Wij hebben de wethouder uitgenodigd tot 2 maal toe om een terugkoppeling te geven op de verwachtingen die gewekt zijn. Uiteindelijk zijn we voor 2 weken geleden door de beleidsambtenaren op de hoogte gebracht dat de gemeente besloten heeft zelf alle combinatiefunctionarissen in te gaan zetten. En dat het plan van Sportservice Hardenberg heel positief ontvangen is, maar op dit moment een doorlopende weg zou zijn wat de gemeente Hardenberg betreft. En we hebben ook ons voorgenomen om na deze vergadering alsnog met de heer, met de wethouder in gesprek te treden om te zien wat de mogelijkheden nog zijn. Maar we hebben ook van de ambtenaren te horen gekregen om eerst hun de tijd te gunnen om de wethouder bij te spreken. Akkoord. Voldoende voor de heer Gelling, de heer Stapstra. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben elkaar ook eerder gesproken over deze casus. En ik hoorde u net in uw verhaal zeggen dat u opteert voor een gedeelte van de combinatiefunctionarissen, niet alle functionarissen. En u schrijft ook in uw stuk dat u vraagtekens hebt bij het inzetten van combinatiefunctionarissen buiten het basisonderwijs. Kan ik die relatie trekken dat jullie primair willen richten op de combinatiefunctionarissen die in het basisonderwijs worden ingezet? In de case zoals we die bij de wethouder hebben voorgelegd, is het inderdaad, de doelgroep is de basisschool.
En we zien op dit moment dat combinatiefunctionarissen op verschillende domeinen ingezet worden. Maar ook bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs. En we vragen ons af of dat wel de juiste inzet is van de combinatiefunctionaris. Akkoord, de heer Dogge. Dank u wel, voorzitter. De combinatiefunctionaris, dat is een combinatie van sport, welzijn, zorg, scholen, onderwijs. En jullie zitten heel gericht op zeg maar de combinatie sport en onderwijs en ook nog basisonderwijs. En als ik dat dan, dat hele specifiek even aanleg tegenover wat we nu ook in de begroting voor hebben liggen, waar dan staat. In 2016 is het streven om de toegewezen 13,5 FTE voor Hardenberg bij externe partners weg te zetten. Nou, u lijkt mij een perfecte externe partner. Alleen u zit misschien met uw business case. Maar u zit natuurlijk heel gericht op alleen dat sportgedeelte. En ziet u ook mogelijkheden om dat zeg maar breder te trekken naar ook de andere groepen, zorg, welzijn en onderwijs, die totale combinatie? Bij de documenten van de vraagstelling heb ik ook een document met de propositie van Sportservice Hardenberg gedoet. En een van onze doelgroepen zijn de scholen, maar de andere doelgroepen staan er ook op vermeld en zijn de zorgbedrijven. Maar ook hebben wij de wijken, de buurten daar als doelgroep. En de verbindende factor zouden wij dan als Sportservice Hardenberg kunnen zijn vanuit de sportverenigingen ook. Dus wij hebben al 5 verschillende doelgroepen op dit moment in onze propositie aangegeven. Doelgroep is 1. Op dit moment uw handelwijze, om het zo maar te zeggen, uw uitvoering. En u sprak net zelf ook van beleid en uitvoering en moet je elkaar ook kunnen aanspreken. Maar uw beleid is tot nu toe alleen gericht op dat gymonderwijs, om het zo uit te drukken, op de basisscholen. En daarmee bent u natuurlijk heel erg beperkt nog bezig, ook in het kader van de totale inzet van combinatiefunctionarissen. Dus vandaar ook mijn vraag van, kunt u dat ook niet breder trekken? Kunt u aantonen of aangeven hoe u dat dan ook zou kunnen doen? Ja, dat is natuurlijk een aanname, dat het beleid zo is. Want de realiteit is dus dat wij op dit moment, ik zoek even mijn notitie op. We zijn nu bezig op 11 basisscholen om binnenschools gym te geven. Wij doen met 6 sportverenigingen buitenschoolse activiteiten. Dat is ook voor basisschool. We hebben de sportimpuls aangevraagd samen met de gemeente, met het bedrijf Dion, met de Baalde-Borggroep, met de sportvereniging Sput en met de sportvereniging Kangroep. Dat doen we in de buurten Baalder, Baaldeveld en Marslanden. We zijn bezig met de Saxenburggroep met het opzetten van het BART-project. Dat is het artrose-project om een artrose-strategie op te gaan zetten, zodat patiënten of cliënten door middel van bewegen minder behandeling nodig zijn. We zijn samen met het voortgezet onderwijs en de STU bezig om te kijken naar een multifunctioneel playcourt, wat hier het liefste tegenover het gemeentehuis neergezet zou kunnen worden, om alle jongeren zonder opleiding, zonder werk, toch proberen een plek te geven. Dus we zijn echt bezig met alle doelgroepen binnen onze samenleving die bewegen kunnen gebruiken voor een betere vitaliteit. Is dat het antwoord? Ja? Akkoord. Ik zie verder geen vragen meer. Ja, toch nog. Mevrouw van den Hoek nog. Nog één vraagje, meneer Schenkhuizen. Zwankhuizen, dank u wel. Ja, mevrouw van den Hoek. Klopt het dat, ik heb het zo gelezen dat, ook al gaat u met name over beweging, dat het voor u valt onder preventief gezondheidsbeleid voor de jeugd in zijn algemeenheid, dus dat beweging ondersteunend moet zijn voor een gezonder en vitaler Hardenberg op die manier. En dat het niet alleen maar over sport gaat, maar u heeft ook gesproken met vitaal vechtbal en dergelijke. Ja. Dus u wilt een onderdeel zijn van het totale gezondheidsgebeuren. Wij zijn er inderdaad zo van overtuigd dat bewegen een middel kan zijn en dat leidt uiteindelijk vaak tot sporten om mensen vitaal te krijgen. Ik doe zelf op dit moment een MBA-studie sportmanagement en daarin zal mijn thesis gebaseerd zijn, de onderzoeksvraag, in hoeverre leidt preventieve zorg tot vitaliteit. Want we zijn ervan overtuigd dat we door middel van preventieve zorg mensen vitaler krijgen, waardoor ze maatschappelijke betrokken raken, welzijn in ieder geval ook misschien beter in zijn geval zijn, et cetera. Dus ja. Akkoord. Ja? Ik wil dit punt gaan afsluiten. Ik zie nog een laatste vraag bij de heer Stelstra vooruit. Ga de gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben toch een beetje in twijfel gebracht. Ik vroeg of u zich met name richt op het basisonderwijs. Toen zei u ja.
Mijn collega Dogge die ging er nog even door en toen kwam u bij alle beleidsterreinen uit. Het is voor mij nog niet helemaal helder waar u zich nou specifiek op wil richten met dit voorstel. We weten dat combinatiefunctionarissen binnen de gemeente vrij breed worden ingezet onder het hele gezondheidsthema. Ja, voor de case, de business case zoals die voorligt, GYM op het basisonderwijs, willen wij met name de combinatiefunctionarissen sport en beweging inzetten. Als Sportservice Hardenberg willen we juist de paraplu zijn over alle activiteiten. En daar kunnen bijvoorbeeld trainers van verenigingen ook ingezet worden. Het gaat dus niet specifiek over combinatiefunctionarissen. Akkoord, dan wil ik dit punt nu echt gaan afsluiten. Dank u voor uw bijdrage. En dan kom ik tot slot bij de heer Heuver namens de tennisverenigingen. Gaat uw gang. Dank u wel. Ja, geachte leden van de raad, daar sta ik dan weer. Voor mij ongewoon om 4 keer op dezelfde zaak terug te komen. Maar goed, het is niet anders. Wij hebben getwijfeld. Wat moeten wij hiermee binnen de tennis? TVO, Togo, jullie weten er eigenlijk alles van. Ik kan een lang verhaal houden, dat ga ik ook niet doen. We hebben het papier gegeven, we hebben ook even een financiële onderbouwing gegeven, die destijds ook afgegeven is aan de afdeling sport hier op het gemeentehuis, die hebben daar ook getoetst. Wij hebben gevraagd om 500.000 euro en die hebben we nodig. We investeren 8 ton. We hebben 100.000 euro uitgegeven aan de hal. We hebben 150.000 euro eigen geld, daar zijn we trots op. Maar goed, die gaat er wel aan, maar dat is ook niet erg. En dan komen we op, dan houden we nog een tekort van, hebben we tekort van 500.000 euro. We zijn heel blij dat ons 450.000 euro dat die in de begroting staan. Laat dat duidelijk zijn. En de fusie gaat ook door. Maar willen we het nu goed doen? Of zeggen we, we doen net het laatste niet? En we hebben ook heel erg overwogen in de fusiecommissie, wat gaan we doen? Gaan we bezuinigen op duurzaamheid en op gewoon een mooi goed sportpark? Of laten we het gaan? Dus ik doe met klem een beroep op u om toch die 50.000 euro erbij te doen. Ik weet dat er op particulier initiatief nog een potje is. Daar kunnen wij dan eventueel nog een beroep op doen voor 7.500 euro. Maar dan komen we nog steeds 42.500 euro tekort. Wij willen in principe niet graag geweld aan doen aan de kwaliteit. Het moet een goed park worden waar we verder kunnen. Onze sportmensen daar die zullen dat zeker bevestigen. Zeggen van, het is belangrijk dat we blijven bewegen. We willen meer leden. We hebben een prachtige jeugdafdeling. We willen graag groeien met onze club. En bij deze, ik doe een beroep op jullie om te zeggen, het laatste stukje doen we erbij. Dan komt het gewoon 100% voor elkaar. Ik dank u wel. Dank u wel. Zijn er vragen over de oproep van de heer Heuvel? Ik zie de heer Rodemond, de heer Gelling, de heer Stelpstra. De heer Rodemond, ga de gang. Voorzitter, dank u wel. Meneer Heuvel, u zegt wij zien nog wel mogelijkheden tot bezuinigen, maar doen het liever niet. En dan doelt u op de kwaliteit die u voor ogen heeft. Kunt u eventjes daar wat meer toelichting op geven wat dan die kwaliteit en dat kwaliteitsverlies met name dan zou inhouden? Nou, we denken dan aan waarschijnlijk geen ledverlichting. En waarschijnlijk geen speelveld voor de allerkleinsten van 0 tot 6 jaar. En als je ziet hoeveel jonge gezinnen er tennissen, die hebben echt behoefte aan een kinderopvang op bepaalde middagen, op de zaterdag en de zondagmiddag. Omdat er een kinderopvang is en een speelplek voor de kinderen, dat ook de ouders, zeg maar de 30-40'ers, ook samen gezellig kunnen tennissen. Voldoende merk ik, dan ga ik naar de heer Gelling. Meneer voorzitter, dank u wel. Meneer Heuver, de 4e keer zegt u. U bent natuurlijk altijd van harte welkom in de raad hier. En ik was in de veronderstelling na de laatste woorden hierover dat de schop de grond in kon. Dat u hier van deze 4e keer gebruik kwam maken door de naam te onthullen van het, en mag ik een suggestie doen, Piet Kees van der Wel Stadion. Maar ik begrijp dat dat nog niet helemaal aan de orde is. Ik ben er wat teleurgesteld over, maar die teleurstelling die delen wij, denk ik. Begrijp ik nu dat u met het voorstel op zich de begroting laat nu zien dat 4,5 ton in 2017 in de begroting staat. Daar kunt u mee uit de voeten. Het is nu nog slechts de laatste afronding van uw plannen die u hier beschrijft. Dat is het dan. Maar u kunt wel verder aan de gang
als dat hier zo staat, is dat voor u voldoende met nog die aanvulling waar u nu om vraagt? Ja, dat klopt. Akkoord, dan kom ik bij de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. U bent er weer. Voor het laatste. Ja. Dat betekent toch welkom, hè? Ja, u bent van harte welkom. Ja. Wat is de afweging geweest, of wat heeft u ervan begrepen dat u toch 50.000 euro bent gekort? Wij hebben namelijk, en u hoeft niet voor de wethouder te antwoorden, we zullen die vraag zo meteen aan hem zelf voorleggen. Maar wat heeft u zelf begrepen, wat is de overweging geweest om op 4,5 ton uit te komen? Want wij hebben een motie ingediend waarin we hebben gezegd, nou maximaal 5 ton. Ga de plannen uitwerken samen met de vereniging. We hebben zelfs tot 2 keer toe een motie ingediend om de plannen samen met de vereniging uit te werken. Dus het verbaast mij dan dat als je samen iets gaat uitwerken, dat u dan toch weer hier terug moet komen om aan te geven dat het net iets te weinig is geworden. Is die vraag aan mij of aan de wethouder? Ik ga hem straks aan de wethouder vragen, maar ik ben benieuwd wat u heeft meegekregen, wat de overwegingen zijn geweest. Nou goed, wat wij mee hebben gekregen, dat de wethouder volgens mij in zijn overwegingen, volgens de regels van de gemeente, alles gedaan heeft wat hij kon. En hij zegt, we hebben zo hier en daar ook wat overleg, en ik zeg, wat nu? Is het een schande als ik terugga naar de raad? De wethouder zegt, dat is geen schande. Ik zeg, maar ik heb niet meer, ik kan niet meer. Dat zal waarschijnlijk ook zijn antwoord zijn. Maar de raad, als de raad het wil dat jullie dat geld krijgen, dan kan de raad mij daartoe toe bewegen. Akkoord. Ik zie verder geen vragen meer. Dan is het verhaal weer helder. Dank u wel. Ja. Goed, daarmee komen we ook aan het einde van het spreekrecht en gaan we naar het meningsvormende deel van de vergadering. En daar beginnen we met de tweede bestuursrapportage 2015. Wie mag ik op dat punt het woord geven? Ik zie de heer Botter heel voorzichtig. Gelling, de heer Rodemond. De heer Stelpstra, de heer Dogger. Mevrouw Van den Hoek. Mevrouw Van den Hoek, ik begin vandaag bij u. Ga de gang. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geprobeerd samen met de fractie dit lijvige stuk goed door te lezen. Het was veel. En voor een beginneling zeker extreem veel. Ik heb goed naar de technische vragen gekeken en ook naar de beantwoording geluisterd. En uiteindelijk gekomen tot één punt wat ik graag in het midden wil leggen, is dat het verhaal van een sociaal domein binnen de begroting en ook binnen de bestuursrapportage, of deze net als de grondexploitatie los en uitgespecificeerd tot ons kan komen. Zodat, dat hebben we kunnen zien aan het stuk wat de VVD heeft gekregen vorige week over het sociaal domein. Het overzicht is in één oogopslag duidelijker, inzichtelijker. En wij denken dat zeker volgend jaar het handig is om dat op die manier standaard te gaan aanleveren. Zodat we het niet eruit hoeven te vissen. Dat was het. Akkoord, dank voor uw oproep. Ik kom bij de heer Botter. Dank u wel, voorzitter. De fractie van Op Koers.nu heeft een vraag over het LOC. Meerdere fracties hebben daarvoor vragen over gesteld. De huidige beheerskomst die expireert in het jaar 2017. Wij zouden graag van de verantwoordelijk portefeuillehouder een doorkijkje willen kijken welke mogelijke scenario's er liggen na het jaartal 2017. En het zou mooi zijn dat daar over de duim gezien enkele voorbeelden worden genoemd, dat wij daar wat meer inzicht in kunnen krijgen wat de toekomst is van het LOC en de beheersvorm daarin. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Tweetal vragen. Ik baseer me op het raadsvoorstel zelf, waar op pagina 3 een overzicht staat van de over te hevelen budgetten van 2015 naar 2016. En daaronder staat een alinea die mij wat verbaasde. En daar graag eventjes opheldering over van
portefeuillehouder. Erin staat dat er opgemerkt wordt dat in een aantal situaties sprake is van meerjarige budgetten. En hierdoor gaat de ongewenste situatie ontstaan dat aan het eind van het jaar grote bedragen moeten worden overgeheveld. Dit kan worden voorkomen door de budgetten op te knippen in jaarbedragen en op deze wijze in de meerjarenbegroting op te nemen. Deze wijze kan bijdragen aan een verbetering van de voorspellende waarde van de begroting. Daarover dus mijn vraag. Is het dan ook mogelijk om die meerjarige projecten, als het tegenvalt, stil te zetten? Of is het alleen maar een voorspellende waarde die we dan hanteren? Dan nog eventjes over het egalisatiepost voor het sociaal domein. In het stuk staat dat er 2 ton ongeveer overblijft voor 2015. Vorige week is echter ons duidelijk gemaakt dat er heel veel onduidelijk is nog over de financiële stand van zaken. En daarmee lijkt die 2 ton wat krapjes. Graag daar ook een toelichting op van de portefeuillehouder. Dank u wel, de heer Gerring. Ja, dank u wel. Voorzitter, we kregen een brief verzonden 28 oktober ter zake de tweede bestuursrapportage, waarin u begint dat er een storende fout is geslopen in de bestuursrapportage. Nou, dat kunnen we wel zeggen. Er is een extra teruggave van de BOH van 480.000 euro, zie ik hier, terwijl in mijn beleving jaarrekeningen en dergelijke goedgekeurd al lang afgesloten zijn. Dus ik begrijp dat niet helemaal, waar het nu ineens zo vandaan komt. Met name zo op het eind van het jaar, vlak voor de begroting, is dat wel bijzonder. En mijn tweede vraag was dat u nu dan kennelijk besluit dat budgetoverhevelingen toegevoegd worden aan reserves en weer weggehaald worden van de reserves. Nou is dat een beetje lood om oud ijzer, maar het ziet er ineens een stuk positiever uit. Hè. U gaat van 9 miljoen verlies naar 5,3. Maar deelt de wethouder met mij de constatering dat we nu op een uiteindelijk nog begroot verlies gaan zitten ter overschrijding van de huidige verliessituatie van zo'n 2,5 miljoen euro? Dank u wel. Dank u wel, de heer Stelstra. Gang. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraag met betrekking tot de resultaatbestemmingen. Mijn collega Rodemond die refereerde er net ook al naar. We hebben hier wel vaker over gesproken in de raad. Er is zelfs een korte tijd geweest dat het staartje werd aangevuld met langlopende verplichtingen en welke niet. Nu wordt hier in de toelichting over gesproken, maar de informatie wordt nergens gepresenteerd. Jawel in de bijlagen. En bij de eerste bestuursrapportage in 2016 komt het college met een voorstel dit te gaan oplossen door het op te knippen. De vraag die we hebben bij deze posten is welke budgetten lenen zich er nog voor om een andere afweging te maken, CQ te laten vrijvallen. We vertrouwen erop dat het college goed heeft nagedacht over welke budgetten worden doorgeschoven en welke niet en dat er dus plannen zijn voor deze posten. Maar welke van deze zouden zonder al te veel kleerscheuren, horen ook zware verplichtingen met externe, kunnen vrijvallen? Dank u wel. Akkoord, dank u wel. De heer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben gelezen dat van de statusleningen, daar gaat ons punt over, dat er nog 193.000 euro in de pot zit. Die wordt overgeheveld naar 2016. We hebben ook de cijfers gezien van het aantal statusleningen wat de laatste jaren is verstrekt. Dat is informatie uit de technische ronde. Nu hebben wij begrepen, en daar gaat onze vraag ook over, dat er signalen zijn, laat ik het zomaar verwoorden, dat de provincie mogelijk wil stoppen met de ondersteuning van de statusleningen van het statusfonds. En wij kunnen nog niet goed overzien wat dat voor gevolgen heeft voor onze systematiek van statusleningen en van de successen die we daarmee geboekt hebben. En we zouden graag het college willen vragen van, klopt daar, is daar wat gaande? Wat is het college van plan om te gaan acteren? En hoe moeten wij dat vertalen naar ons beleid ten aanzien van de statusleningen? Tot zover. Dank u wel. Kijk even naar achter of we meteen over kunnen gaan tot de beantwoording. Dat gaat wel. Dan geef ik het woord aan de heer Jansen. Met die verstanden willen we wel een beetje verdelen. Mevrouw van der Hoek. Over het sociaal domein, ja, dat gaat ook wel een beetje over de begroting van los bij elkaar inzichtelijk. Kijk, wat wij in de begroting doen en in de voor- en najaarsrapportage volgens de begrotingslijnen
en de hoofdstukken die we hebben afgesproken, daar passen we het zaakje in. En dan krijg je hem inderdaad niet helemaal precies bij elkaar, maar dan moet je hem nog een keer weer helemaal uittillen. Dat hebben we afgelopen week wel gedaan en dat kunnen we bij tussenrapportages, als we het over de inhoud hebben, bijvoorbeeld in het najaar over de jeugdzorg, dan zou je die wel even heel specifiek kunnen laten zien. Dan heb je het zaakje even weer bij elkaar. Ik zit tegelijk over u heen even te kijken naar onze ambtenaren van, hey, die zouden we dan voor de jeugdzorg bijvoorbeeld even weer kunnen laten zien. Zoals wij hem vorige week ook even weer in samenhang hebben laten gezien. Maar ik zou ervoor willen pleiten om in de begroting de hoofdstukken en de onderdelen die wij daar gemaakt hebben wel intact te laten. Anders maak je er wel een rommeltje van, denk ik, als je het op verschillende manieren gaat presenteren. En die 3D moet ook gewoon weer landen in onze begroting. Het is nu even de overgang waarbij we onzekerheden hebben. En ik hoop dat we tegen 2018 die onzekerheden allemaal kwijt zijn. En dat het allemaal weer netjes loopt. De vraag van meneer Potter pakt collega De Vent op. Meneer Roddemond, over de overheveling pagina 3. Ja, inderdaad, een aantal miljardige budgetten. Dat komt er even bij pakken. Wij hebben dat zelf natuurlijk wel een beetje gedaan. Bijvoorbeeld bij de coalitieonderhandelingen. Waarbij wij aan de ene kant structureel geld hebben neergelegd, maar ook een aantal gezegd van voor de komende 4 jaar hebben wij het volgende bedrag waar we iets mee gaan doen. Die hebben we beschikbaar gesteld en die slepen we dus nu 4 jaar mee en elk jaar halen we er een stukje uit en over 4 jaar is die op. Een andere waar we hetzelfde mee gedaan hebben, om een voorbeeld te noemen, is het vechtpark waar wij vanuit de gemeente 2 miljoen in gestopt hebben, waar wat geld bijgekomen is van provincie enzovoort, wat we gezegd hebben. En we gaan de 5 stukken achter elkaar doen en u zult zien dat die steeds verder leeg loopt en aan het eind kunt u zien of er iets overgebleven is. Nou, dat zijn die meerjarige budgetten, maar het is wel tijdelijk geld. En wat je zou kunnen doen, is dat als je bijvoorbeeld, ik noem maar iets, hebt 6 ton hebt, dat je zegt, nou, we gaan hem in principe in 4 keer 2 doen. Of 8 ton, moet je dan even, anders werkt het niet. En dan 150 hebben, dat is alweer een beetje minder. Dan is dat eventueel over te hebben, want het is nog precies lastig te vertellen, wat je doe je nou precies hier, wat doe je nou precies daar. Maar dan kunnen we het wel preciezer doen. Nou, daar willen we even naar kijken. De heer Rodemond. Dat is uw verhaal. Mijn vraag was erop gestoeld dat u zelf schrijft, tenminste het college schrijft, dat er een ongewenste situatie ontstaat. En ik snap heus wel dat wij geld doorschuiven omdat projecten meerdere jaren duren. Zover ben ik nog. Wat ik niet begrijp is dat u zegt van nou, er is een onwenselijke situatie en we willen wat beter de risico's in kaart zien te brengen per jaar. Tenminste, zo heb ik hem gelezen. En als u dat zegt, is mijn vraag, kunnen we dan ook tussentijds projecten stoppen omdat er gewoon te grote risico's aan verbonden zijn? Dat zou theoretisch voor de ene wel kunnen en voor de andere niet. Als je bijvoorbeeld vechtpark hebt waar we overeenstemming hebben met provincie en met waterschap, om mezelf een deel in te stoppen en alle drie een handtekening hebben gezet en dat gaan we dan ook doen, kun je niet halverwege de rit zetten en we trekken ons handtekening eronder weg. Maar je zou, ik zou het nooit doen, maar je zou morgen kunnen zeggen van wij gaan geen enkele statusverlening meer verlenen. Dus in die zin zijn het verschillende. Maar het zijn eigenlijk allemaal, kijkt u het hele lijstje maar na, het zijn allemaal van die dingen waar wij eenmalig geld voor gegeven hebben om een aantal jaren mee aan het werk te kunnen. Alleen u hebt zelf een aantal keren gezegd, het is toch wel vervelend aan het eind van het jaar dat bedrag wat iedere keer wel en niet overgeheveld moet worden. En dat vervuilt een beetje door deze meerjarige incidentele posten. En je zou daar iets aan kunnen doen door te proberen ze zo goed mogelijk op te knippen. Dan wordt het helderder. Nou, en dat willen we proberen. Dan willen we u de eerste bestuursrapportage 2016 laten zien. Egalisatiebudgetten. Ja, laten we ook in het najaar maar eens even kijken hoe het jeugdverhaal er echt bij staat. Voor het verhaal van 2015 zijn wij nu inmiddels in november beland en we hebben daar nog 2 ton staan. Waarbij we de grote hobbel van de meicirculaire hebben genomen, waarbij budgetten zwaar veranderd zijn doordat van historisch model naar objectief model is gegaan. En er soms hele andere bedragen uitkwamen. Dus die hobbel hebben we genomen. Bedrijfsmatig zijn de verschillen kleiner. Dus ik ben geneigd om te zeggen, laat dit eerst maar even. En u hebt ook gezien dat u in 2016 nog weer een andere post-egalisatiereserve hebt, zodat we hem nog weer een beetje kunnen aanvullen.
Dus ik zou dat eerst maar even zo houden. Laat ons dan maar komen vertellen van het is op en we hebben te weinig en waarom dat komt. In plaats van nu alweer daar eventueel iets aan te doen. Voorzitter. Ik had niet de intentie om iets te doen aan het bedrag. De vraag was, kunt u toelichten in hoeverre u het met mij eens bent dat die 2 ton mogelijk wat weinig is, gezien de onzekerheden die nu nog openstaan. Tenminste, zoals ik hem heb gehoord afgelopen week. Ik ben haast geneigd te zeggen, je hoort meer in de discussie volgende week in de plenaire ronde van het verhaal over het maatschappelijk domein. Om hem daar te doen, maar u hebt mij eigenlijk nu al horen zeggen, gewoon financieel bekeken, laten we het eerst maar even doen met die 2 ton. En ik hoop dat dat voldoende is. Alleen, ik heb vorige week al, dit is al tegen u gezegd, met name bij jeugd zijn er zoveel onzekerheden en krijgen we straks binnenkort pas de financiële stand van zaken uit de regio. En dan pas kunnen we eigenlijk wat beter zien hoe we het daarvoor staan. Dus ik ga nu niet zeggen, we gaan het wel redden, maar ik ga wel zeggen, laten we het er eerst maar even mee doen. Akkoord. Nog één. Ja, sorry, want dan is het maar ook duidelijk meteen. Waarbij je dus wel zegt van ja, er zijn dus wel die onzekerheden. We proberen het echt te doen. Maar ja, we kunnen geen garanties daarbij geven. Ik ben echt wel bereid om dat volgende week nog eens keer met u te bespreken, uiteraard. Alleen voel ik toch wel een heleboel onzekerheid in uw betoog nu. En u schrijft het nu wel op in de BRAP. Ja, maar dat is bij de stand van zaken van de tweede BRAP. En die gaf ons dus geen aanleiding om op dat moment extra geld bij te ramen. Maar we hebben in al onze teksten en in de begroting, ik dacht ook in de tweede BRAP, wel teksten staan van let op, we hebben echt nog niet alle gegevens boven water. Met name nog niet van jeugd, want die overgang van landelijk naar ons is zo onduidelijk dat wij echt ook zelf meer vaste grond onder de voeten moeten hebben. Maar om dan nu bijvoorbeeld iets te doen, dat is ook een beetje slag in de rug. Meneer Gelling, de eerste vraag van u had ik goed begrepen en de tweede niet. Voorzitter, mag ik misschien om dit af te ronden de heer Rodemond de vraag stellen? Ga je gang. Mag ik u vragen, meneer Rodemond, wat u nu van plan bent? Om ons alvast een doorkijkje te geven wat uw conclusie nu is, want misschien kunnen wij daar wat mee. Mijn conclusie is dat ik deze informatie eventjes tot mij laat komen, daarover nagedenken en volgende week weer terugkom, eventueel met een stappenplan. Maar voorlopig heb ik alleen maar een oriënterende ronde waarbij ik mij oriënteer op de stand van zaken nu. Akkoord, de wethouder vervolgt een betoog. Volgens mij had ik de eerste vraag van meneer Gelling wel begrepen, dat ging over die 480.000 BOH. Die wij niet hadden opgenomen. En dat is een fout. Ja, we hebben hem in juli wel verantwoord naar u. Alleen we hebben hem in dit lijstje niet opgenomen. Hij is er even tussenuit gevallen. Mooier kan ik dat niet maken. Nou, dat hebben we proberen recht te zetten. En dan zegt u van ja, budgetoverheveling. Die 3,4 miljoen er wel op en er niet op. Nou, dat is een beetje spelen met 31 december en 1 januari. Dus ik probeer altijd ook met de reserve de ding er een beetje uit te houden. Want dat verveelt u niet zo erg. Maar die heb ik niet goed opgeschreven. Toen zei u iets van dat de positie van de reserve daardoor verslechterde. En ik kan alleen maar zeggen vanuit die tweede BRAP, als je de tweede BRAP plat slaat, dan heb je het over 334.000 die we in de min gaan. En dat is dan de verslechtering. Nou, en dan zal ik nu, maar dat zal ik dan bij de eerste bestuursrapportage 2016 doen, de september circulaire er nog even bij halen en zeggen van nou, dan is die weer gerepareerd. Maar dat zou nu een beetje flauw zijn. Inderdaad, dat is een beetje flauw. De bedoeling was, en misschien dat dat voor meneer Doggenaar gelijk leuk is om even mee te nemen, de verduidelijking van mijn vraag. Het gaat erom dat u nu een presentatie geeft en u staat in uw eigen brief, u had een verlies van 9.272.000. U had begroot 6.257.000, dat was ongeveer 3 miljoen. Overschrijding van uw oorspronkelijk begrote verlies, wat u in de eerste bestuursrapportage of voor het grootste gedeelte had gerapporteerd. Waar ik naartoe wil is dat dit een wat gunstiger beeld geeft. Hè? Als je ernaar kijkt zo als derde denk je, ach het was 9 miljoen verlies en het is nu maar 5. Maar het gaat mij er even om het totaalbeeld. En dat is dan de opmaat naar wat zo meteen gaat gebeuren in de begroting. Dat ik helder wil stellen dat wat u begroot en wat u uiteindelijk effectueert, dat daar wel eens wat verschil in zit. En dat was eigenlijk mijn bedoeling.
Ja, nee, helder. En ik heb u precies proberen duidelijk te maken dat het verschil 334.000 euro was. En niet meer en niet minder. En dan had u nog een tweede vraag, die heb ik niet meegekregen, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat was de tweede vraag. Okay, en de vraag was eigenlijk of dit structureel gaat gebeuren. Maar dat is een beetje het verlengde van de vorige vraag. Zelfs of u nu op het einde van het jaar, ieder jaar, dat wat u meeneemt naar het volgend jaar weer toevoegt aan de reserves om het een dag later weer af te halen. Want dat is wat u hier feitelijk doet. U stelt in deze brief, althans als ik ervan begrijp, van nou, er is een fout in de weergave, die gaan we herstellen. We hebben hem meegenomen, ja. Gelijk eens verlies opgenomen en we gaan hem tot, vervolg verrekenen. Ja, tot voor kort deden we het altijd zo en we zouden bij onze nieuwe opzet zouden we het even anders doen. Maar ook dan zeg ik van, laat hem niet groter maken dan het is, want het is natuurlijk een boekhoudkundig verhaal. Je moet het geld ergens neerzetten. Dus je zet hem 31 december op de ene post en 1 januari zit je weer op de volgende. Dat weten we allemaal van tevoren, dus daar kunnen we allemaal rekening mee houden. Dus er zit ook niks in verstoppertje in. Meneer Stelpstra, van welke over te hevelen bedragen kunnen we laten vrijvallen? Ja, volgens ons geen, want anders hadden we hem eruit gehaald. Want wij hebben er ook wel even scherp naar gekeken. En we hebben vervolgens ook gezegd van ja, het is toch wel een beetje vervelend dat het hele bedrag is. Vandaar het opknipverhaal, hoewel daar ook weer nadelen aan zitten. Want dat is ook een beetje theoretisch, maar goed. Vandaar het opknipverhaal. Maar kijk maar naar de verhalen. Ja, die staat, even de eerste pakken en onderin eentje. De stationsomgeving zijn we mee bezig en we hebben een bedrag en we doen alvast dingen. En dan ben je, dat is een meerjarig project. Ja, en dan ga je ze nu er niet uitgooien. Nee, dat was duidelijk. Maar kijk zo het hele rijtje maar door. Ja. En ik ben benieuwd of u erin gevonden hebt, ik niet. Ja? Nou, de boodschap was tweeledig. Voorheen was er een wat uitgebreidere toelichting. Dat leidde ook tot wat minder discussie. En twee, zo'n post als de Black Spot zien we al jaren terugkomen. Ja, dat soort dingen, daar zouden we dan wel wat meer duidelijkheid over kunnen. Ja, maar juist voor die Black Spots van gebouwen die helemaal wegzakken. We hebben afgelopen jaar een paar mooie voorbeelden gezien. Maar we hebben ook een beetje een mooi voorbeeld gezien dat we hier en daar wat subsidie hebben gekregen. Waardoor onze eigen postje nog even kan blijven staan of niet helemaal leeg is. En er komen, dat weten we allemaal, op dat punt komen soms dingen langs waarvan je zegt van nou moet je happen. En ik kan nu nog niet precies vertellen welke vis in april volgend jaar langskomt zodat ik moet happen. Ik weet wel bijvoorbeeld, nou kijk maar naar de Weekamterreinen, je duizend omheen dat je daar een keer wat mee moet. Ja goed, ons advies is om, mochten we nog een keer zo'n staartje krijgen, dat weer iets meer toe te lichten bij het staartje. Nou, dat wil ik u toezeggen. Dat zijn mijn vragen, dan ben ik er door. Akkoord, ik geloof dat ik nog twee vragen heb staan. Eentje over het LOC en eentje over de status. Meningen. De heer Prinsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, statusleningen al, die hebben in Hardenberg hebben die al een rijke historie. Inmiddels meer dan 400 verstrekt. We hebben nog tijden gehad dat wij een ton deden, beide corporaties een ton. Dat was 3 ton. Verdubbeld door de provincie naar 6 en daarna door het Rijk naar 1,2 miljoen. Konden we jaarlijks toch 40 status helpen. Nou, die tijden zijn niet meer. En ook de provincie heeft ooit aangegeven dat ze eind 2015 zouden stoppen met de statuslening. Er is een evaluatie geweest onder bestuurders. En over het algemeen is iedereen heel erg enthousiast. Alleen toch zag de provincie zelf geen mogelijkheden om weer met die statuslening te komen. Waar het niet dat er in de Staten een discussie is. En die discussie die zou de komende dagen nog wel eens weer gevoerd kunnen worden. En ja, dat zou best kunnen betekenen dat de provincie toch weer mee gaat doen met de statuslening. En dat betekent dat zij weer voor de verdubbeling gaan zorgen. Dat is een beetje de insteek. Mocht dat niet zo zijn, dan hebben wij nog 193.000. Plus die bedragen die vanuit het revolverende fonds jaarlijks terugkomen. Die kunnen we dan inzetten. Als we dat op dezelfde wijze blijven doen zoals we het nu hebben gedaan en 30.000 per starter, dan kunnen we niet veel starters helpen, maar we hebben ook een nieuwe methodiek samen met de SVN. En dat kost zeg maar even afgerond 5.000 euro per starter. Nou, als we die methodiek inzetten, maar dan komt het geld nooit weer terug. Dan is het als het ware gewoon een subsidie. Daar zou je het mee kunnen vergelijken. Dan kunnen we er op dit moment nog een kleine 40 helpen. Dat doen we op dit moment wel, want op dit moment zijn er nog volop aanvragen voor statuslening. Maar dat doen we dan niet op de revolverende methodiek, maar op de methodiek zoals ik die zo pas schetste.
Dus we wachten af wat de provincie uiteindelijk zal besluiten. Als de provincie besluit om niet door te gaan met de statuslening, zullen wij ook een heroverweging moeten maken om jaarlijks nog 5 of 6 status te kunnen helpen. Volgens mij moeten we dat niet doen. Want dan moet je veel meer mensen afwijzen dan die je kunt helpen. Dus daar kom ik zeer waarschijnlijk in het na de jaarwisseling kom ik erop terug om te kijken hoe gaan we verder met de statuslening. Akkoord. Ik heb nog 1 vraag staan over het LOC en ik zie de heer De Vent in beweging komen om die vraag te beantwoorden. Dank u wel, voorzitter. Ja, het LOC, ook een mooi gebouw zou ik willen zeggen. Meneer Borter, terecht dat u vraag stelt over het LOC, want ik heb volgens mij verschillende momenten rondom de cyclus van begroting en eerste bestuurs- en tweede bestuursrapportage daar ook melding van gemaakt. Waar we staan, want inderdaad, het is zo dat wat u zegt, 2017 loopt onze 10-jarige overeenkomst af, dat is halverwege 2017. Ik heb u volgens mij vorig jaar ook nog een keer geïnformeerd over wat wij hebben gedaan, om te kijken wat willen wij nu zelf vanuit onze eigen positie als gemeente in het LOC, wat is ons perspectief van na 2017, omdat we daar eigenaar zijn, huurder, verhuurder, kapitaalverstrekker. En wij hebben met die als een van de 3 partners het meest te maken gehad met allerlei wisselingen, daar heb ik u ook regelmatig over geïnformeerd. Ja, we hadden ook vroeger een werkplein en dat is binnen de kortste keren was dat verdwenen omdat UWV vond dat het niet meer paste op de schaal van Hardenberg. Maar daar hebben we met heel veel inzet en energie, en daar heb ik u ook, volgens mij heeft u ook de informatie gekregen, kunnen omzetten naar nieuwe partners toe op het gebied van maatschappelijk. Dus dat biedt kansen. Maar we hebben gezegd, het gaat om het lange termijn perspectief. Want als je weer een nieuwjarig contract sluit met elkaar van 10 jaar, dan moet je goed weten wat je aan begint en wat dan je vertrekpunt is. Dus we hebben, daar heb ik u ook over geïnformeerd volgens mij, bij terug een externe partij, draaier en partners, laten kijken naar het perspectief van de gemeente in het LOC. Er waren een 3 of 4 scenario's voor, dat was op dezelfde manier doorgaan. Eventueel herverdelen, dat is het 2e scenario, van allerlei posities, kapitaal en je rollen. Of het zo laten, en de meest verregaande scenario was van helemaal een nieuw landschap gaan tekenen voor de toekomst, samen met je partijen. Nou, we hebben toen, en dat was ook het advies van de externe, gezegd van misschien is het wel goed om naar het hele nieuwe landschap te gaan kijken, want voor ons verandert te veel. En misschien ook wel op termijn voor de andere partijen. Dus wij hebben onze conclusies van het rapport wat geschreven was voor onze rol vanuit het LOC, hebben we gedeeld met de andere partijen. En we hebben met elkaar vastgesteld dat we nu als gezamenlijkheid, in gezamenlijkheid gaan schetsen die nieuwe situatie na halverwege 2017. Dat ligt nu voor. En ik kom daar bij u op terug. Ik verwacht in maart, april 2016, want dan komt er een plan voor de toekomst. Dus dan kom ik op uw vraag terug, want dan hebben we met de partijen samen gezamenlijk de stip op de horizon gezet. Dat is mijn reactie. Dank u wel. Ik kijk even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Die dat niet het geval is, dan sluiten we dit punt af. Ik vraag u niet of het een hamerstuk of bespreekstuk is, omdat we volgende week toch alles in één keer bespreken. Dus ik ga nu verder met de begroting 2016 en de meerjaarbegroting 2017-2019. Ik ga ervan uit dat alle fracties daar iets van willen zeggen. En ik ga dat afwerken op volgorde van grootte en geef het woord aan de fractie van CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik moet maar even in eerste instantie de vragen herhalen die zijn blijven liggen uit het technisch beraad, zoals dat is vastgelegd. We moeten ze maar opnieuw stellen hier. Ik neem aan dat de college de vragen ook gezien heeft, dus ik zal dat proberen kort te houden. Grondexploitaties, waarom, als je ziet dat dan structureel, als daar minder toegerekend kan worden aan je grondexploitaties, waarom ga je dan niet acteren? Zodat die meerkosten ook op termijn kunnen wegvallen. Je kunt daar acties op ondernemen. Dus dan hoef je die verlaging van die 2 ton, die hoef je dan niet structureel te nemen. Daar zouden we graag een bestuurlijke reactie willen hebben. De tweede vraag die is blijven staan, dat gaat over de reserves en voorzieningen in. En dan met name rondom de reserve afvalstoffen. We hebben gevraagd naar wat de gevolgen zijn voor het tarief wanneer die reserve uitgeput raakt. Want daar lijkt het wel op dat het college voorstellen wil of heeft gedaan om de reserve verder terug te brengen, fors terug te brengen. Daar ook graag een doorkijk op
de financiële gevolgen daarvan. Dan kom ik op een aantal andere punten. In de eerste plaats, en dan sluit ik aan bij de inspraakreactie van de heer Spankhuizen, dat is de combinatiefunctionarissen. Ik zou graag van de wethouder eens een reactie willen hebben over wat wij ook zelf in de begroting hebben staan. Namelijk dat voor 2016 het streven is om 13,5 FTE voor Hardenberg toe te wijzen bij externe partners. En dat zou in relatie zien met een sport support Hardenberg. Welke rol die daarin kan hebben, met ook de opmerkingen die we net ook gemaakt hebben, dat die op dit moment in de activiteiten nogal beperkt zijn met sport, maar wel hebben aangegeven een beleidsdoelen te hebben die ook breder liggen. En we zouden graag een reactie van het college willen hebben hoe dit aan elkaar misschien geknoopt kan worden. Een ander punt, en dat zal u als raad hier ook niet bevreemden, dat is de maatschappelijke stage. Daar hebben wij ook in de technische ronde ook al een vraag over gesteld. Er wordt op geantwoord van, ja, we lopen nu met een pilotje in Delersvaart met het vechtbalcollege en dat wordt opgepakt en uitgepakt en uitgewerkt. En van daaruit zullen de ervaringen gedeeld worden met de overige scholen en wij zijn dan erg benieuwd. Het is al een langlopende zaak van, kan het college aangeven wanneer de raad dan over die resultaten geïnformeerd worden? Wat is het tijdpad daarin? Een ander dossier, om het zo maar eens uit te drukken, wat hier ook wel vaker langs is geweest, dat betreft recreatie en toerisme. Dan heb ik het over wat op pagina 56 staat, de beleidsnotitie recreatie en toerisme, het uitvoeren daarvan, het aanmerk voor het vechtdal en het racedal. En dan willen wij graag even aanhaken bij een presentatie die hier op 16 september 2014 is geweest over dit onderwerp. Waarbij ook gesproken is over visithardenberg.nl en als ik even de begroting 2015 mag citeren, waar het gaat om de stichting in het kader van recreatie en toerisme slagkracht te bieden, is voor de periode 2012-2015 jaarlijks een ton opgenomen. Waarvan gedeeld uit eigen budget en in 2015 is dus het laatste jaar van deze incentive, zoals het zo mooi staat in de begroting 2015. Wij zijn dus erg benieuwd. Nu ook gemeld is dat er blijkbaar nog gelden over zijn, zonder dat we die overigens, en dan sluit ik een beetje aan bij de heer Stelpstra, zonder dat die overigens genoemd zijn in de tweede BRAP. Maar blijkbaar is er nog geld over wat dan doorgesluist wordt naar 2016. Allemaal voor ons erg onduidelijk. We zouden graag eens een klip en klaar antwoord willen hebben van wat is er nu gerealiseerd, want we zitten tenslotte aan het eind van die afgesproken periode en is het nodig om daar gelden over te hevelen en wat zijn de resultaten en wanneer kunnen we anders de resultaten hier gepresenteerd krijgen. Ander punt, de schuldhulpverlening. We hebben er in de technische ronde ook al vragen over gesteld en we zouden toch namelijk het college nog eens een beetje willen aansporen, zou ik bijna willen zeggen, want er is inderdaad wel gezegd van volgend jaar gaan we met alle partners rondom de schuldhulpverlening rond de tafel en eens kijken van hoe we dat misschien anders kunnen doen. Dat zijn woorden die al vaker uitgesproken zijn. Wij hebben het college ook gewezen dat er ook in andere gemeenten, en dan noemen we nu bewust de gemeente Coevorden, dat daar al langer de schuldhulpverlening door de organisatie zelf wordt opgepakt met blijkbaar hele goede successen, zonder dat het lange traject en het vertragende traject van het GKB ingeseind wordt. Waarbij ook nog eens een keer het GKB erg veel geld kost. En ja, we zouden toch eigenlijk de collega willen oproepen om die doorontwikkeling, zoals dat zelf noemt in de begroting, om dat voortvarend ter hand te nemen en ook volgend jaar echt de raad met concrete resultaten te verrassen. Een ander punt, en dat is een beetje, dat moet ik op voorhand wel even zeggen, misschien een beetje technisch, maar toch, hij moet. Wat ons betreft, we hebben bij de technisch beraad een vraag gesteld over een voorziening subsidie energieprestatie. Dat bleek uit de beantwoording een subsidie voor onderhoud gebouwen te zijn. En dat was het antwoord dat we uit de technische ronde moesten doen. Alleen als je dan nu kijkt hoe het verloop van die reserve, van die voorziening is, dan zien we dat die voorziening die op 1 januari 2016 een stand heeft van 2,2 miljoen... en de jaren erna zal oplopen naar 4,8 miljoen op 1 januari 2020. Met andere woorden, een toevoeging van 2,6 miljoen uit de begroting.
dan vragen wij ons af van waarvoor is die toevoeging en wordt die reserve of die voorziening, wordt daar geen gelden uitgehaald? Bijvoorbeeld, en nu kom ik tot het punt in de begroting, we hebben in de begroting bijvoorbeeld heel veel onderhoudsposten staan als binnenklimaat gemeentehuis, privatisering van kleedkamers en renovatie van gebouwen, met name incidentele posten. Wij begrijpen het op dat punt eigenlijk niet meer. Misschien ook dat het college ons wat duidelijkheid kan geven. Het laatste punt wat betreft ons als het gaat om de begroting, dat is de onroerend zaakbelasting. En eigenlijk ligt de kernvraag, denk ik, voor, moet de OZB voor 2016 met €550.000 verhoogd worden of niet? En dat is de kernvraag. Maar als je daar wat doorheen kijkt, dan moet je, als je kijkt wat je als bestuur van de gemeente Hardenberg de laatste jaren financieel aan de burgers hebt gevraagd. En nu noem ik maar een paar voorbeelden. De verhoging van de gemeentelijke belastingen met 17% in 3 jaar. Zie ook de schriftelijke beantwoording die we hebben gekregen na het technisch beraad. En een OZB die zelfs met 23% in 3 jaar is gestegen. Als je kijkt dat je de burgers hebt gevraagd om een verhoging van eigen bijdragen in de WMO. Als je kijkt dat er een forse verlaging is doorgevoerd naar subsidies naar allerlei maatschappelijke organisaties en verenigingen. Met andere woorden, er is een groot beslag gelegd op het maatschappelijke veld, op onze burgers. En als je dan ziet dat je op dit moment met een bijgestelde begroting, zoals ik hem maar noem, met ook de eerste bestuursrapportage, of sorry, de verwerking van de septembercirculaire, dan kun je afvragen, als je die verwerking van de septembercirculaire meeneemt en zelfs ook die, die €480.000 extra uitkering van bijvoorbeeld de BOH, dan kun je denk ik als raad terecht afvragen van moet jij met die cijfers zoals die nu voorliggen ook die OZB gaan verhogen voor onze burgers die de afgelopen jaren al veel voor de kiezen hebben gehad. Daar zouden we graag een reactie van het college willen hebben, maar ook heel nadrukkelijk graag een reactie van de partijen in deze raad. Daar komt de eerste aan, D66, de heer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Even een vraag die misschien wat filijn overkomt, maar zeker niet zo bedoeld is aan de heer Dogger. Ik hoor een betoog dat mij redelijk bekend voorkomt van een jaar of 2 geleden, toen wij in een verkiezingsperiode zaten en waarin het OZB-verhaal ook meermalen naar voren kwam. En toen kwam ook een stuk kritiek, onder andere vanuit uw partij, richting ons, dat wij een verhaal vertelden met een toenemende lastenstijging. Die trend zagen wij en daar maakten wij, ik maak het even plat, de bewoners wat bang mee. En dat het een onaantrekkelijk gebied zou zijn om in te wonen en dan krijg je een soort ongewenst neveneffect. Mijn vraag nu is, met dit verhaal wat u nu vertelt, bent u niet bang voor dat effect nu u het zelf zo vertelt? De heer Dogger. In de eerste plaats, ik begrijp niet welk effect u nu op doelt, dus dat zou u misschien toelichten, maar als ik me goed herinner, hebben wij ook op uw verhaal destijds gereageerd en hebt u zelf ook toen de conclusie getrokken dat uw verhaal toen niet helemaal juist was. Dan hebben we denk ik de feiten of het verleden compleet, maar ik ben erg benieuwd van wat u nu bedoelt met de effecten. Dat mensen die horen dat de kosten, de woonlasten hand over hand toenemen, Hardenberg gaan beschouwen als een gebied waar het niet fijn wonen is, financieel gezien. Dat is een neveneffect wat toen werd gesteld. Ja, ik zou daar graag willen antwoorden dat ik wil voorkomen dat dat gaat gebeuren en daarom ook onze oproep om eens serieus te kijken naar de verhoging van de OZB om in afval te zorgen dat het niet nog gekker wordt. Akkoord. De heer Rodemond tot slot. Ik wou daarop graag kort reageren. Meneer Dogger, wij vinden elkaar op dat standpunt in ieder geval dan nu. Eindelijk. Kijk aan. Toch een mooi einde van het betoog van de heer Dogger. Kom ik bij de fractie van de ChristenUnie. Die maand de heer Stelstra. Ja, ja, klopt. Een aantal collega's zullen ook nog een aantal vragen stellen. Als eerste de nationale schuldquote. Het college stelt voor om meevallers in 2016 primair in te zetten voor het verlagen van de NSQ, dat is de nationale schuldquote. Voorheen vielen meevallers ten laste van de algemene reserve. Al had het college al vaak een nieuwe bestemming voor deze meevallers, maar goed, het principe was dat ze naar de algemene reserve gingen. Meevallers op het sociaal domein komen in de egalisatiepost. En ook straks het afstoten van gemeentelijke eigendommen zouden ten voordeel kunnen komen van het verlagen van de nationale schuldquote.
De ChristenUnie is zeer benieuwd hoe stringent dit nieuwe voornemens is om de meevallers ten laste te brengen van een verbetering van de nationale schuldquote. Netto. Netto, ja. Nationaal netto, ja. Daarbij geeft u aan dat u het percentage van 127 te hoog vindt. Wat vindt u dan wel een acceptabel percentage? En waar streeft u naar op de lange termijn? En wat is uw doelstelling voor eind 2016? Daarnaast heeft u het in de begroting over financiële spelregels. Is het een suggestie om jaarlijks de financiële spelregels te bespreken? En dan zo'n discussie als de meevallers ten laste van de NSQ daarin mee te nemen. Dat we een soort dynamisch document krijgen waarin teruggegrepen op kan worden en waarin het totaal gepresenteerd wordt. Dan komen we bij de algemene reserve. We hebben hiervoor jaarlijks nieuwe voorstellen en we kunnen bij de eerste bestuursrapportage 2016 een nieuw voorstel verwachten. We begrijpen dat deze continu bijstelling verdient, gezien alle ontwikkelingen in de landen. Maar was het niet zuiver geweest dit voorstel nu aan te bieden in plaats van de eerste bestuursrapportage? En wat is de achtergrond dat deze risicoanalyse nog niet volledig is afgerond? Daarbij stelt u het grondbedrijf op 5 miljoen, terwijl de risicoanalyse leidt tot een bedrag van 6,9 miljoen, in de GREX 6,8 miljoen. Maar wij achten het zuiverder met dit bedrag te gaan rekenen in plaats het naar beneden te stellen op 5 miljoen. Dan schrijft u op pagina 11 dat naar uw mening de begroting voldoet aan de voorwaarden die de provincie stelt. Is dit ook gecheckt bij de provincie? Dan nog een suggestie. U moet een aantal indicatoren en kengetallen opnemen in de begroting. Is het een idee om deze mee te nemen in de begroting in één oogopslag? Dan stelt u ook nog een vraag over de digitale begroting. Hartstikke mooi, ziet er goed uit. Een verbetering zou wellicht kunnen zijn door de onderliggende stukken te gaan koppelen aan de digitale begroting. De provincie doet dat heel mooi. En dan, last but not least, de tennis. Ik heb de vraag net ook al gesteld. Wij waren in de veronderstelling dat het college samen met de tennis een mooi plan aan het uitwerken zijn. Maar nu komt de tennisvereniging alsnog inspreken om het laatste bedrag. En we zijn benieuwd wat de overwegingen zijn geweest van de wethouder om op 4,5 ton uit te komen. En waarom men komt inspreken. Dat was het voor mij. Ik geef het woord aan mijn collega. Ik heb een vraag over de impact van de nieuwe omgevingswet. Van diverse kanten komen er geluiden dat de impact daarvan groot tot zeer groot zal zijn. Er zijn zelfs partijen die zeggen dat het de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog is. Nu wordt er in de bestuursrapportage gemeld dat er 23.000 euro wordt overgeheveld naar 2016 in het kader daarvan. Maar in de begroting is er geen bedrag voor opgenomen. En wij vragen ons af of dat niet een beetje te passief is, of we daar niet nu al beter op moeten anticiperen. Ook al omdat er, althans ik heb ze niet kunnen ontdekken, in de begroting geen bedragen voor zijn gereserveerd voor de jaren 2018 tot en met 2000, of 2017 tot en met 2019. Dank u wel. Ja, ik heb twee vragen. Eén over duurzaamheid en één over bereikbaarheid. In 2016, dat gaat dan over duurzaamheid, kunnen gemeenten starten met pilots voor de inzameling van kleine petflessen en blikjes via beloning en retour premiesystemen. Stond vorige week of die week daarvoor in de VNG, dan wel in binnenlands bestuur. En de vraag aan de wethouder is van, gaat deze gemeente daaraan meedoen? Want ja, we hebben afgesproken de doctrine, dus het is denk ik nu het moment om te kijken van of de wethouder zich aangemeld heeft voor die pilot in het kader van duurzaamheid. En de tweede vraag is, de gemeente is actief en dat was een politieke vraag, zo werd die ook verder aangegeven. De gemeente is actief in de provinciale planvorming van het duurzaam veilig inrichten van de stroomwegen, nou ja, de N34, de N340
de 377 en de N36. En dan is het goed om te lezen dat onze ambtenaren daar prima in meegaan. Maar waar wij ons toch wel zorgen over maken, is de vraag hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Hardenberg draagt zelf fors bij voor de betere bereikbaarheid, maar het dringt schijnbaar niet door bij de provincie. En de vraag is dan aan het college, zowel op economisch als bereikbaarheid, wat wordt daar nu zoal gedaan richting het richting de provincie? Dank u wel. Dat waren de vragen voor de ChristenUnie. Ga ik door naar de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Voordat ik hem vergeet, ik wil nog even reageren op meneer Stelstra over die netto schuldquote. Ik had begrepen dat er in voorjaar kaderstellende regels zouden gesteld worden. Dus dat wij daar eerst als raad nog wat over te vertellen hebben. Of wij daar mee eens zijn om meevallers daarvoor in te zetten. Dus dat is eigenlijk een vraag aan het college van krijgen we in het voorjaar een notitie om dat zelf nog te gaan bepalen. Ik heb het verdeeld in een aantal onderwerpen waar wij, op focussen. En dat is bijvoorbeeld over de sociale woningbouw en met name de huursector. Sociale huursector. De laatste jaren zijn er wel huurwoningen bijgebouwd, maar dat waren veelal voor doelgroepen, veel appartementen voor ouderen. Maatschappelijk vastgoed is gebouwd en er zijn weinig eensgezinswoningen gebouwd en er is weinig voor jongeren gebouwd. Nu met de extra vraag voor statushouders, hè, we voldoen nu nog wel aan de vraag. Maar goed, we weten allemaal dat de komende jaren die vraag enorm zal stijgen. En ook de andere toewijzing in het kader van de nieuwe woningwet, dat mensen met een laag inkomen maar in een bepaalde categorie huurwoningen tot €560 per maand mogen reageren en ook maar mogen wonen, zal de druk op die markt met name heel erg toenemen. We weten dat we in november een avond hebben samen met corporaties. Maar wij zouden het eigenlijk wel wat breder willen trekken. Wij zouden ook graag met bouwondernemingen, met architecten, met dergelijke. Om een plan te maken met elkaar. Een innovatief plan waarbij aangeven van, ja, bedenk nu eens, ga buiten je kaders denken en zorg voor tijdelijke goede huisvesting voor statushouders, maar ook voor burgers met een hele kleine portemonnee. Er zijn mooie voorbeelden. Heijmans heeft zelf iets ontwikkeld, een soort verplaatsbaar huis. Nou, kunnen ze op de website kijken hoe dat eruit ziet. Daarnaast heeft de gemeente ook een extra middel, omdat zij natuurlijk de veranderende rol richting de corporaties in de vorm van een woonplan. De gemeente heeft echt meer een vinger in de pap als vroeger bij corporaties. En mijn vraag is ook aan het college van, is het college bereid om daar wat echt in de wet staat ook te gaan doen? Dat is breder dan prestatieafspraken te doen. En ik ben ook eigenlijk benieuwd naar andere fracties om te komen tot een soort plan om hier in Hardenberg innovatief voor laagbetaalden en voor mensen aan de onderkant van de samenleving te zorgen voor goede en betaalbare huurwoningen. Dan omgevingsvisie. Mevrouw Hof had het er ook al over. Geen bedragen in het vervolg. En ja, er wordt wel een structuurvisie vastgesteld. Ja, is dat nou eigenlijk een beetje onzin natuurlijk. Van, we gaan nu een structuurvisie, over een aantal jaren moeten we een omgevingsvisie doen. Waarom gaan we nu niet voorbereiden in het kader van het voorbereidend programma nu al eenvoudig beter? Is dat gedaan? Dat zou je ook met andere gemeenten kunnen doen. Nou, laat er een partner nou in die BOH zitten om een, wellicht kunnen we dat daar samen mee doen. We zijn benieuwd naar de reactie van het college daarover. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid. De centrumfunctie van Hardenberg is afhankelijk van een goed en bereikbaarheid, ook per OV. Meneer Jonkans heeft net weer kennis gemaakt met een goede bereikbaarheid van Zwolle. De bussen liepen vanaf Marienberg. Dus, maar goed, de verbindingen staan ook onder druk. Vooral met name de busverbindingen. En er zijn onrendabele lijnen op het platteland. We weten er alles van, kunnen er alles van lezen. We zouden ook nog altijd met collectief vraagafhankelijk vervoer zouden er mogelijkheden komen. Maar wij zien tot op heden niets daarvan. Zouden we bijvoorbeeld een proeftuin kunnen dienen als alternatief
voor onrendabele buslijnen. Nou, nog een stokpaardje van de Partij van de Arbeid is de fiets. Daar vragen wij vaak aandacht voor. We zien ook in de begroting dat er wordt meer en meer gebruik gemaakt van de fiets. Nou, dat juichen we toe. Ook in het kader van vitaliteit. Alleen, de e-bikes racen je soms zo voorbij dat je denkt van, gaat dat allemaal goed? En is de onderhoudstoestand van fietspaden zo goed dat, dat men niet over hobbels en bobbels struikelt? Tijdens de collegeonderhandelingen is er afgesproken dat er een onderhoudsprogramma kwam voor recreatieve fietspaden. En tot op heden hebben wij volgens ons dat nog niet gezien. Ook worden meerjarenprogramma's, planningen voor onderhoud aan de wegen besproken met plaatselijke belangen, maar worden dan ook de fietspaden meegenomen. Dan gaan we naar werken. Gelukkig trekt de economie wat aan. We zien het aan de bestedingen en de verkoop van woningen. Helaas blijft het aantal werkzoekenden nog altijd aan de hoge kant en wordt het aantal mensen dat een WW-uitkering krijgt nog niet erg lager, veel lager. Vorig jaar is toch met veel bravoure het banenplan gepromoot vierkant voor werk. En wij zijn eigenlijk benieuwd of daar al resultaten over zijn geboekt. Ook meer aandacht voor werkzoekenden vanaf helaas al 45 jaar. Het wordt voor hen steeds moeilijker om werk te vinden. Grote projecten zoals gezondheidspark en de stationsomgeving zouden wellicht daar ook nog eens wat in kunnen betekenen. Want wij zien daar toch maar heel weinig voortgang in komen. Dan welzijn. De transities zijn eigenlijk al uitvoerig behandeld in de oriënterende ronde. En daar komen we volgende week ook op terug. Waar wij nu en CDA heeft daar ook aandacht voor gevraagd, is voor de schuldhulpverlening. En wij delen die mening om eens te kijken van, kun je het op een andere manier regelen? Want zo snel mogelijk er bovenop zitten voorkomt problemen. De eurowijzer, onlangs was ik bij een bijeenkomst en ze boeken best al hele goede resultaten. Want het is zo snel mogelijk handelen, het is altijd een race tegen de klok. Daarnaast vragen we ook aandacht voor de aanpak harde kernjongeren. In 2016 zal deze aanpak harde kernjongeren geïntegreerd worden met de werkwijze van de samendoenteams. Onze fractie ziet duidelijk een taakverzwaring voor de teams. Het is een moeilijke doelgroep, maar ook passend binnen het gestelde beleid. Beleid waarbij van curatief naar preventief verschuift. Een ambitie die ondersteund wordt door onze fractie. De subsidie voor deze aanpak en lopende casuïstiek loopt volgend jaar af. Onze fractie verwacht dan ook dat na mei 2016 geïnvesteerd moet worden in deze doelgroep. Voor een zachte landing en overdracht van de lopende dossiers. Het uitzetten van nieuwe trajecten voor deze doelgroep. En die dus na mei niet meer gesubsidieerd worden. Wij vragen dan ook of de portefeuillehouder deze mening deelt en of daar ook al op voor wordt gesorteerd. Dan gezond en vitaal. We zijn benieuwd naar de verdeling van het bedrag wat er beschikbaar is voor dorpshuis en het jongerencentrum. Beide zijn belangrijk, maar een dorpshuis in Bergentheim, dat is eigenlijk een van de pijlers onder onze toekomstvisie. Nou, de combinatiefunctionarissen, daar is ook al voldoende naar gevraagd. Maar ik mis nog toch nog wel heel erg de aandacht voor cultuur, want dat doen deze huidige combinatiefunctionarissen wel. En ook wij zijn benieuwd van waar wordt deze nou extern ondergebracht. Het bermbeheer, hier hebben we ook al vaker aandacht voor gevraagd. En vorig jaar is daar nog een motie van ons bijna unaniem aangenomen. En we hebben een vraag over het ecologisch maken van het bermbeheer. Een onderwerp dat past bij de ambities van Hardenberg als duurzame gemeente. Nou, we zijn verheugd om te zien dat de vragen die we hier het afgelopen jaar over hebben gesteld en de moties die we hier over hebben met brede steun in deze raad hebben ingediend, ertoe hebben geleid dat u in 2016 op zoek gaat naar duurzame werkwijzen voor met name het bermbeheer. Wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek en ontvangen deze graag voor de eerste BRAP, zodat eventuele financiële consequenties kunnen worden gefaciliteerd. We zijn benieuwd naar het antwoord van de portefeuillehouder.
Dan nog even de tennis. Meneer Heuver was hier welkom voor de vierde keer, begreep ik al. Ja, er is 5 ton in de motie gezet. Maar ja, het hoeft natuurlijk niet op. We hebben destijds ook al eens gezegd bij een sporthal van doe het sober, doe het doelmatig. We stellen budget beschikbaar, maar het hoeft niet op. En als ik eerlijk ben, de posten die nu nog genoemd worden, er kan in elk geval goed getennist worden op goede tennisbanen. Er komen mooie kleedkamers en er komt nog een leuke kantine volgens mij bij. Ja, wij zien niet in dat wij daar direct 50.000 extra voor beschikbaar moeten stellen. Gezien ook het feit dat van iedereen soms een offer wordt gevraagd. Dus ik ben benieuwd naar het antwoord van het college, maar wat ons betreft is dit nu voorlopig ons standpunt. Hier wou ik bij laten. Voorzitter. Ja. Ga de gang. Meneer Van der Valk. Oh. Nou, mevrouw Juring die vroeg ook de reactie van andere fracties met betrekking tot de sociale woningbouw en de plannen daarvan. Wij hebben in de tijd bij de discussie rondom het asielzoekerscentrum en de te voorziene toename van statushouders daar ook al vragen over gesteld. Dus wij sluiten daar graag ook weer bij aan van meedenken doen we graag op dat punt. Ja, maar ik wou het ook duidelijk wat breder trekken met helemaal die sociale, de onderkant van de sociale huurmarkt. Ja, wij hebben het ook niet alleen over de statushouders. Wij denken ook aan onze eigen inwoners. Dat hebben we toen ook in de vraagstelling duidelijk naar voren gebracht. Die moeten niet in de knel komen. Akkoord. Mag ik daar even kort op reageren, voorzitter? Aan die kant. Ik had ook nog een reactie op dit voorstel. Op dit voorstel, dan kom ik eerst bij de heer Gelling en dan bij mevrouw. Dacht wel. Meneer voorzitter, ja, mooie woorden, maar ik ben wel heel benieuwd, in eerste instantie mevrouw Juling, maar ook nu sluit aan meneer Van der Valk, hoe dan dit voornemen in overeenstemming te brengen is met wat ik lees in de Greks, dat de kavelprijs voor sociale woningbouw wel met 40% verhoogd wordt. Dat lijkt mij niet helemaal consequent en mochten de mooie woorden dus omgezet worden in daden, is dat wellicht een punt om even in de begroting mee te nemen, want dat lijkt niet helemaal met elkaar in overeenstemming. Akkoord, mevrouw Hof. Ja, ik wilde heel even kort reageren op de vraag van mevrouw Juurlink over of wij als raad ook in gesprek zouden gaan met architecten en partijen die wellicht slimme oplossingen hebben voor goedkoper wonen. Dat lijkt mij nou juist bij uitstek een taak voor de woningcorporaties. Ideeën kun je aandragen, maar zij hebben ook die contacten. Dus ik zie niet zozeer de toegevoegde waarde om daar als raad mee aan de slag te gaan direct. Mag ik nog even op reageren? Ja, ik zou juist het maatschappelijke belang, de corporaties niet daar zelfstandig helemaal op acteren. Dat je het juist breder trekt. Je zou bijvoorbeeld een prijsvraag kunnen laten uitschrijven met elkaar. Kijk, de uitvoering zal waarschijnlijk door die corporaties moeten gebeuren. Maar ook die corporaties horen gevoed te worden voor met name stakeholders. Hè, want die betrekken ze er ook elke keer bij. Dus dat wij ook onze meningen daarover geven en onze ideeën laten zien. Kijk, dat de uitvoering daarbij ligt, maar een brainstorm sessie van, maar ook met uitgangspunten dat een gemeente nu echt een andere taak heeft richting corporaties. Voldoende op dit punt, ik zie de heer Mulder nog. Ja, ik wou toch even graag vragen aan mevrouw Juling, die ging wat dieper in op die harde kernjongeren, maar over wat voor grote groep spreken we, over hoeveel vanuit hoeveel plaatsen, maar daar ben ik wel een beetje nieuwsgierig naar, dat u daar zorg over maakt. Daar kan ik wel wat over zeggen. Op dit moment is er een subsidie die eindigt in mei. En er zijn een aantal trajecten meegenomen voor deze doelgroep. En dat zijn er 15. Maar dat zijn wel zware trajecten. En eind mei dan stopt de subsidie en dan kan het natuurlijk wel zijn dat je een overdracht hebt. Hè? Die verantwoordelijkheid komt wel bij deze gemeente. Dus dat is eigenlijk de reden waarom wij vragen hierover hebben. En die harde doelgroep die is verspreid over heel Hardenberg, over de hele gemeente? Okay. Correct. Akkoord. Begrijp ik mevrouw Kloekas goed dat nu de inzet voor die 15 harde kernjongeren wel plaatsvindt door de gemeente, begeleiding? Maar wie doet het dan nu en hoe ziet u dat dan? Het komt vanaf de provincie. Die taken komen nu vanaf de provincie naar de gemeente toe. Het staat als doelstelling in programmalijn welzijn. En dan meedoen. Akkoord.
Ik zie wederom op de laatste heer Stelfstra. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Juurlink, ik snap dat u zegt van we krijgen nog een notitie met de netto schuldquote. Maar in dit voorstel of in de begroting staat al twee keer toe dat de meevallers primair zullen worden ingezet voor verlaging. Dus het lijkt me nu wel het geëigende moment om hierover wat verder te discussiëren. Anders had het er niet gestaan. Ja goed, ik wacht een antwoord toch even van het college. Omdat ook duidelijk staat dat er bij de kaderstelling voor de komende jaren komen ze erop terug. Dus, en dan vind ik het een geëigend moment om ook als raad de kaders daarvoor te stellen. Maar ik wacht voor antwoord van het college. Akkoord. Ik ga verder naar de fractie van Op Koerspunt Nu. Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, ik reageer ook eerst even op het voorstel van mevrouw Juurlink van de PvdA. Dat heeft niets met het verleden te maken, maar ik denk dat het op zich een hele goede zaak is. Maar ik zou dan ook aandacht willen vragen voor mensen die te veel voor een huurwoning verdienen en te weinig voor een koop. Want dat is ook een behoorlijke groep in onze gemeente. En of dat via een prijsvraag moet, ik snap naar het binnen van de recente prijs dat het college daar natuurlijk ontzettend enthousiast over is. Maar ik heb nogal een wat andere vraag. Dan tracteren ze ons weer, ja. Dus, ja, de investering zal misschien ook niet zo hoog hoeven zijn, maar goed. Het huidige kwijtscheldingsbeleid. Het is mij niet duidelijk geworden uit de aanbiedingsbrief of kwijtschelding nu nog mogelijk is voor hondenbelasting en de OZB. Ik weet dat het voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wel mogelijk is, maar ik heb al diverse antwoorden gehad en ik wil er graag voor de begrotingsvergadering wat duidelijkheid. Dan hebben wij ook nog een punt over de onderhoud kapitaalgoederen, maar dat is ook al door de PvdA verwoord van er wordt gezocht naar nieuwe wijze van duurzaam groenbeheer. Maar ik wil daar eigenlijk alleen maar toevoegen. Wij zijn ook heel benieuwd daarnaar, want tot nu toe hebben wij alleen de onmogelijkheden gehoord. En ja, het zou ons verheugen als er mogelijkheden zijn. Dan nog een opmerking over de arbeidsomstandigheden voor het uitvoeren van onderhoud verbeteren, wordt genoemd in de aanbiedingsbrief. Wij wijzen er nu alvast op dat bij kortdurende kleinschalige activiteiten, zoals dakinspecties, daar ontheffing voor gekregen kan worden. Waarom? Ook wij zijn voor veiligheid, maar hebben ook in het verleden wel eens ervaren dat het even duurt als de gemeente op gang komt, maar als ze ook op gang komen, zijn ze soms ook niet te stuiten. En dat zou kunnen leiden tot iets overdadigs. En dat vinden we jammer van het geld. Dat was het in eerste instantie, voorzitter. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van de VVD. Voorzitter, dank u wel. Wij houden het heel algemeen. Dat was volgens ons ook de opdracht overigens die daar stond. Dus niet zozeer in de uitvoering dan wel met allerlei nog verlaten technische vragen. Maar de grote lijn, voorzitter, u kent ons, wij VVD is namelijk onbekend. Om te beginnen wilden wij toch even reageren op de tennisbaan. Want daar waar wij natuurlijk tegen de motie hebben gestemd, die met wat ons betreft iets te veel bravoer hier werd ingeleid, vinden wij ze ondertussen, na alle toezeggingen die er gedaan zijn, dat die tennisbaan er gewoon eens een keer moet komen. Want het begint anders een wat schaamteloos item te worden in deze raad. Dus daar waar u misschien vier Partij van de Arbeid mensen kwijtraakt in uw motie, krijgt u er ongevraagd over. Ik heb het niet overleg aan mijn fractie, maar bij deze drie VVD'ers bij. Maar dat brengt mij toch op inspreker 2, want de combinatiefunctionaris, u schrijft al in uw begroting dat u daarbij wil overwegen om die extern weg te zetten. Nou, de meneer, de inspreker namens de stichting, leek ons daar buitengewoon gekwalificeerd voor, dus wat ons betreft heeft die ook onze steun. U kunt u wat ons betreft niet snel genoeg daartoe overgaan. Dat even voorafgaand, de OZB kom ik zo nog even op terug. Maar meer in het algemeen, voorzitter, was ik tot dit weekend in de veronderstelling dat we een structureel verlieslatende begroting hadden. Ik had me daar ook al voorbereid, ik had wat scherpe minutie al liggen. Maar wat schetst nu mijn verbazing dat u daar de september circulaire achteraan stopt.
En ineens is alles positief. Dat lijkt een Houdini-act, maar mijn hele verhaal was daarmee wat weg. U kunt het ook als enige, iets wat verlies was, omzetten naar winst, dat binnen een paar dagen. Wat rest dan nog om daarvan te vinden? Nou, eigenlijk een paar dingen. En dan ga ik even terug naar 2 jaar geleden. De uitgangspositie voor uw beleid van de afgelopen 2 jaar en naast het meest voor de komende 2 jaren was namelijk het programma Behoedzaam Vooruit. En in dat programma had u een aantal wensen staan om te investeren die u toen nog als wens kwalificeerde, want de wijsheid van toen leerde u dat u wel eerst uw financiën op orde moest hebben. De schuldquote kwam daarbij ter sprake. Ik ben blij dat ook de ChristenUnie daar nu aandacht aan besteedt. En merkwaardig genoeg zijn die wensen nu allemaal omgezet in de begroting. Nou, daar vinden wij niet eens zo heel veel van, want zo raar zijn uw wensen niet. En u hebt er nooit een geheim van gemaakt dat u ze graag wilde uitvoeren. Wat wij wel merkwaardig vinden is de term behoedzaam vooruit, want u hebt tussen de planning van 2014 en nu 8 miljoen minder resultaat geboekt dan u had voorzien. Wat mij wat verbaast is de wethouder net weer zegt dat het voor dit jaar 334.000 is, want niets is minder waar. U had de eerste 2,5 miljoen al namelijk genomen bij de eerste bestuursrapportage en er komt nog 334 bij op. Misschien is het aardig, en ik kijk even de griffier aan, dat het overzichtje wat ik vanochtend van uw eigen ambtenaar gekregen heb, waar het allemaal heel helder in staat van de afgelopen 4 jaren en de komende 4 jaren u zelf ook even bestudeert, dan kunt u het allemaal precies zien. En wellicht ook aardig voor de andere raadsleden, meneer de griffier, om er even op te sturen. De vraag die bij ons eigenlijk centraal staat, is dat in de projecties dus niet zo heel veel mis is. Hè. U hebt nu een volledig positieve meerjarenbegroting. U houdt zelfs geld over en gaat uiteindelijk ook de reserveposities weer voorzien. Maar de vraag is uiteindelijk, wat gaat daar ook van geëffectueerd worden? Want in de afgelopen 6 jaar heeft u geen enkele begroting gehaald. Dat zult u ook zien in het overzicht wat uw ambtenaar u dan gaat toesturen. En daarbij is dan de vraag, ja, wat gaat er nou gebeuren voor de komende jaren? Want het positief projecteren, dat gaat u goed af. Maar het positief effectueren, daar laat u steken bij vallen. Deloitte heeft dat geconstateerd ter zake van de jaarrekening 2013. De huidige accountant heeft geconstateerd dat de voorspelbaarheid van de begroting inderdaad wel iets beter kan. Nou, dat is met 8 miljoen verschil wel een aardige constatering. We hebben daarvoor nog 2 moties ingediend en daar zien we eigenlijk weinig van terug. De wethouder vroeg toen bij de behandeling van de jaarrekening om... ja, vertrouwen om zijn verbeterpunten ook uiteindelijk te mogen duidelijk maken. En die verbeterpunten die missen wij wat. Mogen duidelijk zijn dat wij dus vragen aan de wethouder zonder in detail te gaan. Wat gaat u nou precies anders doen voor de komende periode dan wat u in de afgelopen periode heeft gedaan? Want als u de lijn doortrekt en voorlopig is de trend makkelijker met een lineaaltje voor te zetten naar verlies, dan dat die ineens omgebogen wordt naar een hele zorgvuldige planning. Er komt nog bij, wethouder, dat ik heel specifiek wil vragen dat u weliswaar een begrotingsdoctrine heeft afgesproken, maar zodra hier in de Raad uw eigen fracties besluiten om ze daar niet aan te houden, dan hoor ik u niet, ik zie u niet, ik heb er niets van gehoord, u hebt er niks van gezegd. Wij hebben nog een poging gedaan, maar die werd natuurlijk vrolijk weggewijfd, zoals u dat wel vaker doet. Dus de vraag is, wat gaat u doen wat in de afgelopen jaren niet gelukt is? En dan is tevens de vraag vanuit die gedachte, is het dan zo verstandig, hè, vanuit de wetenschap, dat begrotingen doorgaans niet gehaald worden, om alle investeringen dan wel nu mee te nemen? Te meer omdat, en dan ga ik even verder naar het risicoprofiel, dat is namelijk punt 2, wat onze aandacht heeft. U dus die begrotingen niet haalt, maar ook onduidelijkheid bestaat in het sociaal domein. GroenLinks refereerde net al aan, en we zagen vorige week dat u niet precies weet wat daar de consequenties van zijn. En op de vraag van de ChristenUnie, wat u nou denkt volgend jaar nodig te hebben, gaf u eerlijk aan dat u daar ook geen idee van heeft. De Partij van Arbeid wil natuurlijk een potje maken, maar het maken van potjes, meneer de voorzitter, is wel aardig voorbij. Er komt nog bij dat in de GRECS, ik maak even de koppeling, als opmerking staat dat de BBV, de ladder duurzame verstedelijking en de regels van de VPB forse financiële gevolgen gaan hebben voor het grondbedrijf en de algemene begroting. Die heeft u niet meegenomen en wellicht dat dat in het risicoprofiel wel kan worden meegenomen. En een aanvulling op wat meneer Stelps net al zei over de Monte Carlo-analyse die u heeft gemaakt in het grondbedrijf, is het niet zo dat de risicoreserve van 5 miljoen naar 6,8 miljoen zou moeten. Nee, die 6,8 miljoen is extra. Die moet dus boven die 5 miljoen op. Dat maakt een hele andere risicoanalyse. Dat is de risicoratio van het daardoor. Dus wellicht dat u daar nog wat van kan zeggen. En wat mij bevreemdt is dat het risicomanagementvoorstel wat u gaat doen, het dan na de begroting komt. Ik had er echt op gerekend dat u dat soort dingen voor de begroting zou doen. Datzelfde geldt overigens, want ik kom zo bij de GRECS nog even op terug, ter zake van het grondbedrijf.
Want ook daar zouden we met z'n allen in alle vrijheid over praten. Maar al die dingen worden uitgesteld na de begroting. Dus het lijkt erop, en dat is dan generaal de lijn waar wij ons wat zorgen over maken, dat u positief projecteert, dat u alle risico's wat bagatelliseert om uiteindelijk uw investeringen mee te nemen. Ter constatering dat het allemaal weer wat tegen gaat vallen straks. En dan gaat u over de legendarische grens van de schuldquote heen. Want alles wat nu gaat tegenvallen, ik hoor alleen maar meevallers, maar laten we dan de optie openhouden dat er ook mogelijkwijs iets zou tegenvallen, gaat er onvermiddellijk toe leiden dat u over de onhoudbaarheidstoets gaat. En de vraag is dan of u daar ook politieke consequenties aan verbindt. Want mocht nou de schuldpositie onhoudbaar worden, is dan ook uw eigen positie nog wel houdbaar. Dank u wel. Dank voor uw bijdrage. Ik kom bij de fractie van D66. Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen aan de VVD? Gaat uw gang. Ik hoorde de heer Gelling even wat zeggen over de combinatiefunctionarissen. Ik heb het niet precies begrepen, maar zegt u daarmee dat u liever ziet dat er FTE van de gemeente wordt overgedragen naar bijvoorbeeld de sportservice Hardenberg? Dat is correct. Akkoord, dan kom ik alsnog bij de fractie van... Meneer voorzitter, mag ik nog één, of ik kan nog even beloven om terug te komen op de OZB, als ik vergeten. Heel sympathiek. Ik zag meneer Dogger ook stiekem voortdurend naar meneer Van Dalen kijken. En niet zozeer naar ons, of het wel goed in de krant zou komen, dit sympathieke voorstel voor de kiezer. Dat gezegd hebben, daar wil ik eigenlijk een principiële punt aan toevoegen. En dat betreft de afvalstofverheffing. Want we hebben het ongeveer over een ton of vijf, meneer Dogger, als ik het goed heb. Maar wat mij nu principieel, en daar zou ik ook wel graag een uitspraak over willen van de fracties, is opgevallen, is dat de afvalstoffenheffing een zogenaamde bestemmingsheffing betreft. Daar mag u dus geen winst op maken. Dat moet één op één kostendekkend zijn. Maar in de dekkingsmiddelen zien we €350.000 aan dividend van de ROVA. Dat zou betekenen dat de ROVA dus meer aan de burger in rekening brengt dan uiteindelijk in de kostprijs te doen gebruikelijk zou moeten zijn vanwege het kostendekkende kader. Dus als er dan al iets weggegeven moet worden, lijkt het mij veel principiëler en juister ook om te zeggen dat we beginnen met de dividenduitkering van de ROVA die terug moet. Ik denk niet eens dat dat overigens een keuze is. Ik denk dat dat gewoon voortkomt uit de wet van de bestemmingsheffing en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Reacties daarop? Botter. Voorzitter, als ik daar een reactie op mag geven op de heer Gelling. Ik denk dat de heer Gelling een heel belangrijk punt te pakken heeft. Ik denk wel dat het goed is om even af te wachten dat de bijzondere belasting, die regel die komt per 1 januari, komt die in. Dus een vennootschapsbelasting, wat voor invloed die heeft op een mogelijke dividenduitkering. En mocht daar sprake zijn van toch een positief of een batig saldo wat daar dan overblijft, ja, dan vindt de VVD ons aan haar zijde. Akkoord. Andere reacties op dit punt nog? Die zie ik niet. Dan de heer Stelpstra. Ik wil nog even reageren op een ander punt van de heer Gelling. En dat is met name op het principe van de circulaires. Is dat u niet duidelijk? Want u zegt het college tovert met getallen. Maar we hebben elke keer in mei en september circulaires waarin de landelijke overheid andere bedragen beschikbaar stellen. En dat heeft effect op onze begroting. Daar hebben wij bijzonder weinig invloed op. En u als VVD wellicht wat meer. Nee hoor, het is mij volstrekt helder dat daar geen enkele invloed op is. Wat mij alleen natuurlijk prettig verbaasd wordt, en daar vindt u mij aan uw zijde, is dat ik ongeveer een dag of vijf had besteed aan het bestuderen van een structureel negatief, dus verlieslatende begroting. En dat papiertje in de prullenbak kon gooien, opdat we ineens met een structureel positieve begroting zouden zitten. Wat ik u van harte gun overigens. Ik begrijp dat u daar een beetje ziek van geworden bent. Zeker niet, het is een griepje. En dan het tweede over de algemene reserve. Wij vinden dat het te allokeren bedrag, dus het risico, dat daarmee gerekend zou moeten worden. En niet met een lager bedrag, aka 5 miljoen. Daar zou het ook mee eens dan. Akkoord, dan mevrouw Juling. Ja, zowel richting CDA of de OZB als PVD over de afvalstofheffing, die nemen we natuurlijk mee naar binnen onze fractie. Wij zijn niet zomaar gauw voorstanders van het verlagen van OZB, want dat is inderdaad vaak gaat het om relatief kleine bedragen. En vooral mensen die een kleine beurs hebben,
scheelt dat minder waarschijnlijk dan een afvalstoffenheffingverlaging. Dus dat willen we dan eens goed gaan bekijken met elkaar. Akkoord. Voldoende op dit punt? Dan ga ik een derde poging doen om toch bij de fractie van D66 aan te komen. Want het gaat nu ook lukken, zie ik. Ga uw gang. Je zou bijna geen zin meer krijgen, maar dank u wel, voorzitter. Eerst maar even een reactie op de insprekers. Reactie op de overige partijen volgt in het betoog. Wat betreft de combinatiefunctionarissen is al eerder de vraag gesteld, volgens mij, wat is het achterliggende beleid? In ieder geval is dat door de inspreker zo genoemd. Daar graag een reactie op van een van de portefeuillehouders of de portefeuillehouder. En de vraag van ons is nog daarbij, is de inzet van de combinatiefunctionarissen zoals die wordt voorgesteld in lijn met een volgens mij breed aangenomen motie om het onderwijzend personeel op basisscholen te ontlasten in hun taken op het gebied van bijvoorbeeld sport en cultuur. Vervolgens de tennis. Ik hoor de inspreker, de heer Heuver, zeggen dat hij mogelijkheden ziet om het bedrag wat in de begroting 2016 staat, 17, sorry, te verlagen. Om nog wat extra gelden ergens binnen te halen en het plan te versoberen. Dat zou ik ook graag terugzien in eventuele voorstellen op dit punt. Dan naar de begroting zelf. Deze begroting lezend krijg ik de indruk dat de gemeente op een bijna tweesprong staat wat betreft uit te voeren beleid. Aan de ene kant investeren we in harde materialen, stenen, infrastructuur, etc. En aan de andere kant zie je de weg wat meer richting een participerende overheid. Iets wat mevrouw Juurlink bijvoorbeeld op het gebied van wonen ook leek voor te stellen. En laat ik maar beginnen in die zin met een compliment. Dat wij vanuit D66 blij zijn met mede een nieuwe koers voor deze gemeente. Tenminste zoals wij hem zien. Toch een aantal vragen op het gebied van het financieel beleid. Lijken wij te zien dat wij structureel incidentele tekorten lijken te hebben. En onze vraag daarbij is dan ook, moeten wij niet wat meer rekening gaan houden met die incidentele tegenvallers binnen onze begroting. Algemene reserves is ook al heel veel over gezegd. Schuldquote ook. Wederom de vraag, kunnen we wat meer doen aan risicomanagement en dan met name gericht op de uitgavenkant van deze gemeente. En dat betekent voor ons in ieder geval een grondige herijking van het uitgavenpatroon. Dan staat er op pagina 24 van de begroting een overzicht van nieuw beleid en ook meerjarenbeleid, waarin wij wel wat ruimte zien om te kijken naar dat uitgavenpatroon. Daartegenover staat bijvoorbeeld dat er een investering van €144.000 staat voor economische ontwikkeling en innovatie. En eerlijk gezegd zouden wij graag zien dat we dergelijke investeringen wat meer zouden versterken ten aanzien van investeringen die eigenlijk alleen maar geld gaan kosten. Graag een reactie daarop van het college. Dan werkt de techniek even niet mee, excuses. Ambitie. We zien wel veel ambitie in de tekst, maar weinig in de uitvoering van deze begroting. En zo staat er in de tekst wel even kijken dat even kijken zoek. Sorry, ik ben even wat kwijt, excuses daarvoor. We zouden eerst even naar mevrouw Hoek kunnen, als u op... Nee, ik ben er weer, hij werkte eventjes niet mee. Voorbeelden voor ambitie. Wij denken aan sterke sectoren als de recreatiesector en de opwekking van duurzame energie. Wat betreft recreatie bijvoorbeeld, investeren we een fors bedrag in de Stichting Recreatie en Toerisme. Hier is ook al eerder een vraag over gesteld, maar we zien nog geen duidelijke resultaten hiervan. En dus is ons voorstel ook om hier te kijken naar andere wijzen van investeren vanuit de gemeente. Om deze sector meer te versterken. Dat geldt ook voor landbouw, maar dat geldt ook voor de opwekking van duurzame energie wat ons betreft. De
paragraaf wonen. Mag ik daar even een korte vraag stellen? Ik ben natuurlijk erg geïnteresseerd in een grondige herijking van het uitgavenpatroon. Ik hoor een paar opmerkingen, maar krijgen we daar ook allerlei moties van, voorstellen, amendementen? Of is het meer een uitnodiging om eens te komen tot een grondige herijking van het uitgavenpatroon? Nou ja, beide in feite, want wij willen nog wel wat voorstellen voor de komende keer doen om binnen deze begroting het een en ander te gaan doen. Maar het is vooral een uitnodiging naar deze raad toe om met elkaar te gaan kijken van zijn we nog op de juiste weg wat betreft ons uitgavenpatroon voor de langere termijn. Eén keer te veel gedrukt. De paragraaf wonen, wat ons betreft laat dat een beeld zien dat we toe moeten naar een ander flexibel en meer duurzaam beleid. De vraag van onze fractie is dan ook of we bereid zijn om met de gehele keten, en dat sluit aan op de opmerking van mevrouw Juurlink, een nieuwe visie te ontwikkelen die meer past bij deze tijd en de ontwikkeling van de brede regio waar Hardenberg deel van uitmaakt. Hier is ook de betrokkenheid van onze inwoners een belangrijk uitgangspunt waar het gaat om ruimtelijke ordeningskwesties. Een van de ontwikkelingen is inderdaad de vluchtelingenproblematiek wat dat betreft. In die zin omarm ik ook de opmerkingen van de PvdA die zojuist zijn gemaakt. We hebben een aantal technische vragen gesteld die bij de beantwoording als bestuurlijk werden bestempeld. En daarom bij herhaling deze vraag uit meerjarenperspectief, zoals dat op pagina 96 in de begroting is voorgesteld, is gebaseerd op een prijs- en loonontwikkeling van 0%. Hoe realistisch is dat en wat zijn de mogelijke risico's als je uitgaat van een dergelijke rekensom? En tot slot nog de lasten voor onze inwoners. OZB, we zien hem stijgen, terwijl ook de woningmarkt zich herstelt. In die zin zouden we wel willen kijken naar als we dan eventueel de OZB en de andere lasten laten stijgen, kunnen we op een of andere manier ook financieel wat terugdoen voor onze inwoners. Tot zover mijn bijdrage eerste termijn. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Gelukkig was mijn lijstje al kort, maar de meeste vragen zijn al gesteld. Wat overblijft is, alhoewel de vraag door verschillende fracties al gesteld is, blijft toch bij ons de vraag rondom de combinatiefunctionarissen staan. 13,5 FTE wordt ingezet, maar hoe zit dan die verdeling bij de verschillende domeinen? Daar zouden wij toch graag wat meer inzicht in willen hebben. En wellicht kan dat dan toch wat meer ruimte geven in het kijken naar, zoals meneer Zwankhuizen insprak, op een externe inzet daarvan. Het BERM-onderzoek is door de Partij van de Arbeid al aangezwengeld, daar sluiten wij ons bij aan. En wij zijn blij dat we volgende week uitgebreid ingaan op het sociaal domein en de cijfers die daaronder liggen. En daar wou ik het bij laten. Dank u wel. Kom ik slot bij Leef... Nee, vandaag niet. Het college, heeft u een behoefte aan een korte schorsing of wilt u in één keer doorgaan met... doorgaan? We gaan in één... Als u in meerderheid besluit om even te schorsen, gaan we dat doen, maar dan moet u... Voorzitter, ik denk dat het goed is om even plaspauze in te lassen. En het is een. Akkoord, we doen 5 minuten schorsen. Goed, die 5 minuten zijn nu toch echt wel voorbij, mensen. Ruim. Dus ik stel voor dat we gaan beginnen. Ja, dank u wel. Ik. Begin bij meneer Dogger. Reserve afvalstoffen die gaat langzamerhand leeglopen. Dat klopt. Hij wordt niet meer dik gevuld met de dividend. En we hebben gezegd, we gaan uit mijn hoofd elk jaar 10 euro korting geven tot hij leeg is. En dan is hij op een gegeven moment leeg. Wat betekent dat dan zo uit mijn hoofd? Dat dan dat tientje korting op vastrecht niet meer kan worden gegeven. En dat vervolgens de afval zeg maar kostendekkend gewoon moet zijn. De volgende, maatschappelijke stages. Ja, inderdaad, de enige die loopt waar wij aan gecommitteerd zijn, dat is een vernieuwende pilot van het Vechtelcollege in Dedersvaart, waar je best een aantal vragen bij kunt stellen, maar waarvan we gezegd hebben, ga maar eens proberen en ga eens kijken of deze manier op eigen benen ook kan draaien. Ja, en die zien we pas over aan het eind van het schooljaar weer terug, want dan kan je niet na 2-3 maanden al evalueren.
En voor de rest waren de scholen in de gesprekken buitengewoon terughoudend om daar eigen geld in te zetten. Nou, we willen eerst eens even kijken hoe deze gaat draaien om te kijken of we dan vervolgens nog iets willen doen. Maar nog een keer, die kunnen we niet even heel snel evalueren. OZB. Voorzitter, mag ik een kleine verduidelijkende vraag over stellen? Die maatschappelijke stage, u zegt van dat kunnen we eigenlijk pas evalueren na het einde van het schooljaar, als ik u zo even goed beluister. Maar is het dan wel zo dat de evaluatie wel naar de raad toekomt? Kunt u dat toezeggen? Als u dat graag wil, willen we dat doen. En ondertussen hebben we u ook toegezegd dat we met de scholen in gesprek zouden blijven over van hoe zitten de scholen erin en hoe kunnen we doorontwikkelen. En in de gesprekken blijft dat, maar u snapt best dat nu in deze tijd over onderwijs, asielzoekerscentrum enzovoort en samenwerkingsverband, aanbeeld en dat je dan toch ook wel even een paar andere onderwerpen te bespreken hebt. Maar de scholen zijn hun centen ook kwijt en zouden uit eigen beleid moeten halen. En dat is even de vraag of ze op deze manier een maatschappelijk stage willen doen. En ik herhaal, ze zijn daar buitengewoon terughoudend in. Want de centen groeien ze echt niet op de rug. Dat is die. Moeten wij nu wel met de OZB 2016 bezuinigingsplan nog een slag omhoog? Of zouden we dat niet meer moeten doen? Nou, daar is later het verhaal van de VVD bijgekomen. En als je al zo'n beweging zou willen maken, wat zou dan de beste zijn, via de OZB of via de dividend van de ROVA? Nou, we hebben hem in ons bezuinigingsplan als een van de bezuinigingsmaatregelen de dividend van de ROVA afgesplitst en gewoon in de algemene pot gestopt. Dus haal je die eruit, dan maak je een structureel tekort van 3,5 ton. Pak je de OZB eruit, pak je hem alles, dan is hij 4,5 ton. Korte vraag stellen. Begrijp ik, maar denkt u dat het ook mag? Want het is een wettelijke bestemmingsreserve. Dat betekent dat u er niks aan mag verdienen. En het indiceert dat de ROVA geld verdient aan het ophalen van vuil bij ons burgers. En dat uitkeert aan u, waardoor het in een ander potje terechtkomt. Dus ik begrijp uw standpunt wel. Maar de vraag is, laat ik het heel concreet stellen. Stel dat ik een proefproces begin tegen de gemeente Hardenberg. Zeg maar, zei ze, ik word hier afgeroomd ten gunste van de algemene reserve. Dat mag niet. Dus is daarmee, is het een vraag of moet u dat gewoon doen? Volgens mij hoeft dat niet. Wij waren een van de weinige gemeenten die het wel deden en nu ook niet meer doen. Dus dan zijn er heel veel gemeenten in Nederland hier en ook elders in overtreding. Ik ken de jurisprudentie niet precies, maar volgens mij valt deze er buiten. Maar het is aan de raad om te zeggen wat ze ermee willen. Ik denk dat je op dit moment nu niet moet gaan tornen aan ons bezuinigingsplan en aan het versterken van onze begrotingspositie en dus ook even niet aan die OZB moet komen. Ik heb daar een paar argumenten voor. Wij discussiëren met u over de algemene reserve en over ons weerstandsniveau. Wij komen daar de eerste bestuursrapportage mee terug en daar zit een opwaartse tendens in. U hebt het ook in onze begroting al wel gezien, even los van de schuldquote, dat we niet teruggaan naar die 14,4, maar dat we een beetje bij die 17,5 blijven hangen. Alvast een beetje anticiperend op van misschien hebben we toch echt wel wat meer nodig. Dus dat is één. De tweede is die schuldquote waarvan we zeggen we moeten denk ik toch even prioriteit geven, want we zitten wel behoorlijk aan die bovenkant, om die naar beneden te duwen. Dus volgens mij zou die prioriteit moeten hebben. En drie, het maatschappelijk domein is nog steeds bijzonder onzeker, hebben we gezegd. We zijn nu in het eerste jaar van de verandering. Wacht nou eerst tot dat maatschappelijk domein in rustig vaarwater is gekomen. Nou ja, welk jaar dat precies is, maar tegen 2018 is die heus wel in rustige vaarwater. Dan moeten we weten waar we aan toe zijn. En de volgende is ook nog een keer, kijk, Hardenberg is niet zomaar een gemeente. Hardenberg is een gemeente ver van een aantal grote steden. Noorderslot-Overijssel, die heeft hier een functie voor wonen, werken en voorzieningen, zeiden we altijd tegen elkaar. Ja, met alle respect, dat kost een paar centen. En dat kost meer dan bijvoorbeeld in een stadje wat lekker tegen Zwolle aanleunt en kan meeliften op alle voorzieningen die Zwolle heeft. Die hebben wij niet, om maar eens dat verschil te maken. Dus daar hoort ook wel een bepaald kostenniveau bij om dat te kunnen met z'n allen en om niet achteruit te gaan kachelen. En dan kun je maar aan de voorkant nu er een ritseling is van het zou misschien wat beter gaan, gelijk dat weer weggeven, maar dan zit je weer bij elke tegenvaller in een probleem. Dus ik heb zoiets van laten we het bezuinigingsprogramma nou eens pakken. Overigens hebben we daar al die 1,5 ton per keer aan uitgetrokken. En zitten er nog 2 posten in waarvan je zegt van nou, daar moeten we wel even goed nog naar kijken. Dus dan zou ik zeggen, nu, op dit moment,
gewoon niet doen. Dan zit ik bij meneer Stelpstra. Er zijn een paar vragen blijven liggen, maar die pakken de collega's op. Ja, u zegt dat u schuldquote meevallers wilt gebruiken om die schuldquote naar beneden te brengen. En om de reservepositie goed op niveau te brengen, te houden. Hoe stringent doet u dat? Ja, wij zijn daarin afhankelijk van u als raad. Laat ik hem maar mooi terugleggen. Het is de intentie van het college hier zwart op wit uitgesproken om te zeggen, de komende tijd zullen we toch echt eens even heel zorg, past ook in deze coalitie. De zeiden van let even op, we moeten even oppassen hoe dat gaat. Nou, je ziet een bepaalde ontwikkeling en daarvan zeg je van hij moet nu toch echt even duwen. Wij denken dat het belangrijk is. Overigens, ik maak ook een relativerende opmerking. En die maak ik ook richting de VVD. Je kunt je heel erg druk maken over, ja, maar die is 128%. Dat is bijna 130. Klopt. Hij duwt ons nu even in positie, zodat je niet te veel kan investeren. Moet je nu ook even niet willen. Het goede punt is om zo te zeggen, en het wordt een vervelend punt, dat die lastenpositie echt omhoog is. En dan kan je zeggen, ja, hij is omhoog, maar de rente is lager. Ja, dat komt van die lage rente en dat zal best wel een poosje blijven, maar dat zal niet eeuwig blijven. En ik heb vroeger geleerd, je moet als de zon schijnt het dak repareren. Je hebt nu nog een paar jaar tijd met lage rente om een paar dingen te doen. Dat moet je nu doen, moet je straks niet doen als je dikke problemen hebt. Want dan gaat het je veel meer inspanning kosten. Dus het is ons ernst. Het is even de vraag hoe u ons daarin volgt. En dan heb ik hem bij u teruggelegd. De relativerende opmerking is, u vraagt ook naar de indicatoren om die in de begroting en in de opslag enzovoort erbij te zetten. Ja, het zijn natuurlijk wel de vijf indicatoren van de commissie De Pla, die ook de schotquote heeft. Maar gaat u er dan wel even vanuit dat in die commissie en landelijk in de VNG zeggen van, let even op, die schotquote gaat dan wel over al je uitgaven en inkomsten. En wij hebben voor onszelf een heel streng regime neergelegd door te zeggen, alles wat wij nieuw voor het sociaal domein binnenkrijgen, gaan we hier even buiten houden. Ja, en dan gaan we naar de 130. Op het moment dat maatschappelijk domein, zo tegen 2018, laten we het voor deze coalitieperiode maar mooi even zo houden, instabiel water is gekomen, zou je ook kunnen zeggen, er is geen enkele reden om die er nog uit te halen. Stop je die erin, zak je gelijk naar iets van 115%. Vind ik nog redelijk hoog, dus ook dan blijft het verhaal duwen we een beetje naar beneden. Nog een keer, wij willen dat. Ja, ik wil nog even terugkomen op die nationale schuldquote. Ja, u geeft net aan. Ja, ik wou dat die nationaal was, dan waren wij een stukje kwijt. U geeft aan dat u die 127% te hoog vindt, maar wat vindt u dan wel een acceptabel percentage? Wij hebben nu tegen elkaar gezegd van wij gaan duwen. En dat gaan we ook aankondigen. En we gaan eens even kijken wat we kunnen duwen. En om me nu direct al op een percentage, daar wil ik eens even met de afdeling over stoeien. Wil ik ook eens in het college over stoeien, mag u ook over stoeien. Kijk, in zijn algemeenheid zeggen we onder de 100 is groen, tussen de 100 en 130 is oranje en boven de 130 is hartstikke rood. Nou, je moet bij het rode weg blijven. Nou, en als je en dan wat vindt u de mooiste kleur? En als je dan, ik vind, nou, dan mag u drie keer raden. Ik denk groen. En als je, ja, vast wel. Ja. Nee, maar als je dan weer naar het gemiddelde zit, je bij de 115, dan zou ik echt nog een stukje naar beneden willen. Echt nog een stukje naar beneden, richting wat meer richting de 100. Maar ga mij nu niet pakken op, ja, u hebt nu 124 en dat 123 moeten zijn. De heer Gelling. Terug, naar beneden. Voorzitter, ik ben natuurlijk blij met de steun die ik eindelijk krijg aan mijn linkerzijde ter zake van de schuldpositie. En nog even een paar opmerkingen die zorg betreffen. Want u zegt net van ja, de rente is nu heel laag. Dus laten we nou zoveel mogelijk investeringen doen. Dat is juist. Nee, maar er zit een, nou, dat zei u net, dat die laag was en dat u van de gelegenheid gebruik wilde maken om met de lage rente de investeringen te doen. Nee, ik zeg, het is nu nog mooi weer. Je kan nu proberen dat ding naar beneden te duwen, die schuldenpositie. Oh, ik dacht ook even dat u zei dat de rente zo laag was, dat u daarmee al ja, nee, maar daarom wilde doen. Corrigeer ik hoor even. Ah, oké, daar heb ik elkaar goed begrepen, maar u corrigeert hem. Nee, dat is fijn. Nou, dat gaat snel zo. Dat is mooi. Maar even wat ik een belangrijk punt vind, is dat die onhoudbaarheid van de schuld niet het 130% criterium is. Onhoudbaarheid betekent in hoeverre ben je nog in staat om die schuld te controleren. En het probleem zullen de mensen zien dat je normaal doet of in de kosten wat te doen. Nou, we hebben bij de BOH wel gezien dat u daar geen middelen meer heeft. Hè, want
De boodschap die bij mij is blijven hangen is dat daar niet meer bezuinigd kan worden dan dat het er al doet. En dan blijft er over, meer opties zijn er niet als de uitgaven niet kunnen worden beperkt, dat u, of de kosten, dat u in de uitgaven wat doet. Of u zult moeten desinvesteren, u zult dingen moeten verkopen. En dat is even het verlengde van wat meneer Zelfzaal zei. U hebt ook ergens in het begin van de begroting staan dat u dat gaat doen, hè? U gaat dingen verkopen. Maar dan vraag ik me af, ja, wat dan precies? Hè? Want u hebt 100 hectare niet in exploitatie genomen gronden, waarvan 58 uit mijn hoofd vrij is van bouwclaim. Maar die leveren natuurlijk niks op. Die leveren 2,5 miljoen op. Ja, niks. Als je het op tafel ziet liggen, is het een hele hoop. Maar u bent al 1,5 miljoen kwijt aan rente die u niet meer mag bijrekenen op diezelfde gronden. Dus dat gaat veel sneller. Het probleem is dus niet zozeer de norm. Het probleem is ook niet dat u zegt, ja, eigenlijk kunnen we de uitgaven sociaal domein er wel bijtrekken. Want dat is natuurlijk niet zo. Daar staan ook tenminste de kosten tegenover die het betreft. Dus dat zou u zelf heel rijk rekenen zijn. En de zorg is oprecht dat mocht u nou op een gegeven moment een schuld krijgen die ieder jaar toeneemt omdat u meer moet bijlenen dan dat u gaat aflossen, ja, dan is die schuld dus niet meer in de hand en u hebt zo weinig middelen om die terug te brengen. Vandaar onze telkenmalen uitgesproken zorg dat die schuldpositie heel erg hoog is. En dus zegt u van u kunt niet meer zo gek veel investeren, want dan ga je over die 130 heen. Nou, ik zeg in ieder geval, Jansen, dat het onverstandig is wellicht om heel positief te begroten en aan te schurken tegen de maximale positie. De vanuitgaande dat in uw risicoanalyse, hoe je hem ook beïnvloedt, die ratio onder 1 zit. Dus uw risicocomponent is groter dan uw reservecomponent, daar zijn we het in ieder geval over eens. En dat geheel samengesteld geeft u bijzonder weinig manoeuvreerruimte om eventuele tegenvallers op te vangen, tegenvallers die u in de afgelopen 6 jaar hebt kunnen opvangen, omdat u nog een reservepositie had. En dus hebben we gezegd van eventuele meevallers die we krijgen gaan we nu gebruiken en we gaan ook met onze grondenpositie bezig en daarover zal collega Prinsen straks nog wel wat zeggen. Exact het laatste. U hebt het alleen maar over meevallers en ik heb het alleen maar over tegenvallers. En ik denk dat er een combinatie te maken is waarbij overigens de afgelopen 6 jaar meer tegenvallers laten zien in uw begroting dan meevallers. Ja, dat is maar net even waar je vanuit gaat. Als ik naar het lijstje kijk van onze algemene reserve zoals die zich ontwikkelt de komende jaren, zie ik daar dus geen tegenvallers in, maar eerder wat meevallers. Want ik blijf bij de 17,5 waarbij we een tijdje geleden, ik geloof een jaar geleden, nog een lijstje hebben gezien die de onderkant schampte. Dus dat is 1. En 2, ja, als je bijvoorbeeld elke keer maar uitgaat van de primitieve begroting en dan vervolgens de afwijkingen daarvan gaat noteren, ja, dan hebben we heel erg veel afwijkingen. Maar nog even als laatste opmerking, maar om die reserve te laten groeien, heeft u die meevallers nodig. En dan zijn we weer terug bij waar we ook beginnen. U rekent met meevallers en u houdt in onze beleving wat weinig rekening met tegenvallers. Nou, als wij in onze notitie ook zeggen van, nou, er kunnen best een aantal tegenvallers komen, dus we moeten ook maar eens even naar onze algemene reservepositie kijken en nu alvast een voorzetje geven. Zeggen, nou, die zou misschien wel eens een wat opwaartse tendens moeten hebben en we komen daar in een eerste bestuursrapportage bij u op terug, zodat we bij de begroting 2017 daar ook rekening mee kunnen houden. Dan denk ik dat wij daar een signaal mee afgeven die weer bij deze coalitie past, die zei, wij gaan behoedzaam opereren. Nou, ook deze valt daar binnen. En als wij nu zeggen van, let even op, we moeten echt eens even naar die schuldpositie kijken. We hebben de afgelopen jaren, waarin het niet altijd de makkelijkste jaren waren, toch geprobeerd onze gemeente goed neer te zetten voor de toekomst. Kijk eens naar de investeringen in Harderberg, kijk eens naar de investeringen in Dedersvaart enzovoort. En je kan nog een aantal andere dingen kijken. Dan denk ik dat dat gewoon een goede investering is geweest om straks niet in nog lastige positie te komen. Nou, wij zeggen nu van, let op. En dit signaal geven we nu, dan kunt u ons het komende jaar op controleren. Dan kunt u ons op controleren als we met de volgende begroting komen. Ja, en ik zie nog niet helemaal in dat wij veel meer tegenvallers hebben dan meevallers. Wij hebben afgelopen jaren, een aantal jaren geleden, ik heb ook de lijstjes wel gezien, inderdaad geld uit bestemmingsreserves gehaald. Maar daar hadden we ze ook voor gemaakt. Ik heb dat verhaal hier wel eens eerder gehouden. Dat is een spaarpotje voor specifieke dingen. Daar spaar je voor om die ook weer uit te geven. Die hele zaak hebben we in het kader van de begroting en transparant maken nu opgeruimd. We hebben nu gezegd, we hebben een exploitatiebegroting, we hebben een reserve, algemene reserve. We zijn nu bezig om te zeggen van te fine-tunen van waar moet die nou precies staan. En dan is bijvoorbeeld een van de voorzichtigheidsvragen, moet je alle risico's die er zijn bij elkaar optellen en dan zeggen dat moet de algemene reserve zijn. Dan ga je ervan uit dat misschien wel alle risico's tegelijk
in één keer over je heen komen. Het is hetzelfde als wanneer je in een huisgezin gaat zeggen, ik ga reserve neerleggen voor al mijn elektrische apparaten, want ik ga ervan uit dat ze in één jaar wel eens allemaal tegelijk kapot kunnen gaan. Nou, dat doe je ook zo niet. Nou, hier kun je ook dus even kijken van wat moet je nou precies aan reserve hebben. Weet nog een keer, wij zeggen waarschijnlijk iets meer dan we nu hebben. Daar doen we een voorschotje op. En dan komen we binnenkort met u over een notitie. Nou, en dan zou ik zeggen, ga alsjeblieft met ons mee in het verhaal waarin we zeggen, laten we eens kijken waar kunnen wij de komende tijd allemaal een beetje duwen. En als u suggesties hebt die ik nog niet heb, dan horen we die de volgende fase graag van u. Akkoord. Dan ga ik naar de provincie. Ja, wij zijn natuurlijk, dat gesprek met de provincie is nog gaande over de begroting. Die hebben wij daar ook neergelegd, daar zijn we mee in gesprek. En zij weten van de hoed en de rand. En de laatste uitkomst daarvan heb ik niet, maar we zijn met elkaar in goed gesprek. De begroting in de oogopslag, willen we die... Mag ik even een aanvullende vraag stellen? Goed. Ga je gang. Wij hebben begrepen, en vandaar ook dat er even op ingaan, dat dus er een intensief overleg geweest is met de provincie over de opmaak van de begroting. En dat de provincie in feite wel zodanig bij het proces betrokken is dat je wel mag vertrouwen dat de begroting niet het predicaat krijgt van nou wij gaan nu extra vinger aan de pols houden bij de gemeente Hardenberg. U krijgt zeg maar uw eigen mogelijkheid om de begroting uit te voeren zonder dat de provincie altijd meekijkt. Ja, daar gaat de provincie over en wij niet. Dat gaat over meerdere dingen, maar de begrotingspositie waarbij je structureel positief moet zijn en zo, daar voldoen we allemaal aan. Dus ik verwacht ook geen grote problemen met de provincie. De bio, kunnen we daar de indicatoren aan toevoegen? Ja, dat kan. Digitale begroting, kan er daar in de toekomst de bijlagen ook bij? Ja, dat kan. Wegen. Ja, hoe gaat de N340 zich ontwikkelen? Wat doen we richting provincie? En kijk, wij zijn met de provincie met een heel aantal zaken in gesprek. En een van de dingen is natuurlijk onze bereikbaarheid. U kent onze buitengewone ongerustheid over de ontwikkeling in 340. Waar de, laat ik het dan zo maar zeggen, de staten een graaiende pot gedaan hebben van 100 miljoen zonder daar een plan onder te leggen. En dan moet je nu proberen daar nog te redden wat er te redden is op die 340 om de doorstroming te redden. Nou, wij richten ons op het plan wat van GS gaat komen. Waarvan de Staten hebben gezegd dat moet u binnen de 160 doen. Nou, daar verwacht ik dus niet veel goed van. Behalve op het gedeelte van Dalfsen naar de 28. Wij zitten op dit moment heel erg te duwen op de... op Varsen, zeg maar, de overgang naar de 48, om dat in ieder geval goed te doen. En ik maak mij sterk dat wij ook de lobby naar de Staten moeten doen om te zien dat we toch wat extra geld krijgen. Want volgens mij kan je voor 160 miljoen hier geen goede weg neerleggen. Nou, alleen dan kunnen wij vinden, de Staten gaan erover. Nou, daar zijn we stevig met elkaar in gesprek en dat gesprek blijft ook. En we zijn zelfs aan het rekenen met een eigen model van hoeveel auto's gaan er en kloppen de uitgangspunten van de provincie. En voor de rest zijn we met hen natuurlijk bezig over sporen. Het is de bedoeling dat eind 2016 de trein daadwerkelijk naar Hardenberg gaat komen vanuit Almelo. En we zijn bezig met de stationsomgeving waarvan wij ook tegen de provincie zeggen van help ons even om dat voor deze regio goed op orde te krijgen. Ja, en dat bij de provincie en ook bij Rijkswaterstaat de bomen niet tot in de hemel groeien, dat weten we. Dat zie je bijvoorbeeld aan de stoplichten die er bij Beerta gaan komen, zeer tegen onze zin in. Aan de andere kant, wij kunnen het Rijk niet besturen. Voorzitter, onze fractie begrijpt een beetje het gevoel dat schijnbaar de provincie, de gemeente Hardenberg, zo langzamerhand mur heeft geslagen. Nee. U staat hier en staat een strijdbare wethouder die niet anders doet dan richting provincie de boel heel scherp te houden. En proberen coalities te maken voor het geval dat er straks in december, of januari zal het waarschijnlijk worden, een voorstel komt dat ons niet bevalt. En in mijn oproep naar u is en naar alle fracties is, ga naar je collega-fracties bij de Staten en vertel ze wat voor onzalig plan zou zijn om voor 160 en niks meer
er een weg te leggen die de doorstroming niet verbetert. Zitten. Ik had zelf ook een mogelijk aanvullend gevoel bij de heer Mulders zijn opmerking. Wat mij bekruipt dan weer het gevoel dat wij als gemeente niet eens in controle zijn over onze eigen uitgaven. Omdat elke keer opmerkingen worden geplaatst van ja, het Rijk geeft ons zus en legt ons dat op. Van de provincie moeten we het een en ander. We hebben nou eenmaal bindende afspraken gemaakt, want als wij het niet doen, dan doen zij het ook niet, et cetera. Hoeveel sturing hebben wij nog op ons eigen lokale beleid? Wij hebben sturing op ons eigen lokale beleid. Er zijn alleen een paar dingen die we niet in de hand hebben. En dat is de uitkering die we van het Rijk krijgen. En dat is ook naar het verhaal van de VVD. Kijk, het kan dus zomaar gebeuren dat je een meicirculaire krijgt die zegt, PBV, dit kost u structureel 1,5 miljoen. Nou, die komt dan uit de hoed vallen. Het kan dus zomaar gebeuren dat het Rijk zegt, wij gaan naar herverkaveling van de rijksuitgaven en de plattelandsgemeenten gaan daar fors op vooruit, want die zijn de afgelopen jaren tekort gekomen. Dan gaan een aantal grote steden piepen en dan is er in Den Haag overleg, dus nou, twee derde van dat verhaal gaan we maar even niet uitvoeren. Kost ons weer een miljoen. Jeugd, van historisch model naar objectief model, nou, lever maar even 6 ton in. Ja, daar heb ik geen zicht op. En als je hem aanziet komen, dan anticipeer je. Die BBV zien we aankomen. Moet nog officieel worden aangenomen. Wij zeggen, we zetten hem alvast wel in de begroting. Dan spelen we er goed op in. Valt het een jaar mee, hebben we een keer een meevalletje. Dus zo probeer je zo goed mogelijk te sturen met de gegevens die je hebt. Maar met waar ik aan kan sturen, daar stuur ik aan. Maar als het Rijk de ene moment zegt, ik haal u ongeveer 2 miljoen structureel af. En dan met de september circulaire zegt, nou hier heb je ook weer 4 ton terug. Ja, dat is een verhaal waar we als gezamenlijke gemeente en als VNG nu ook mee naar het Rijk gaan en zeggen, Rijk, dit is voor ons wel heel lastig begroten als u zulke dingen doet. Snap ik. Maar dan zijn wij wel in controle. Voorzitter. Ja. Dan aanvullend daarop mijn opmerking over de provincie. De provincie heeft in ieder geval duidelijk gemaakt het niet een 100% betrouwbare partner te zijn. En toch hangen wij een aantal uitgaven, onder andere de stationsopgeving, op aan afspraken die met de provincie zijn gemaakt. En dat vind ik dan een beetje een risicovolle onderneming. Hoe kijken we daar dan tegenaan wat betreft onze sturingsmogelijkheden? Elke keer als wij kritische vragen stellen over dit onderwerp, ja, maar we hebben al afspraken met de provincie gemaakt. Wij vinden die stationsomgeving belangrijk. We hebben een afspraak met de provincie over een aantal zenden en die doet de provincie tot nu toe nog steeds gestand. Nou, dan gaan wij daar niet voor wegkruipen. Wat een aantal keren wel gebeurd is, dat de provincie niet zo snel kan als ze wil. Ook rond de 34, waar wij iets van 4,6 miljoen zullen bijdragen, heeft de provincie wat problemen met tellingen en met natuurwet en weet ik wat allemaal. Dat levert 1,5 jaar vertraging op. U weet dat we daardoor bestemmingsplan zelfs over moeten doen. Ja, dat kunnen we niet helpen. Maar oké, dan kun je zeggen, je hebt de centen nog 1,5 jaar langer in bezit. Krijgt er wel niet veel rente op, maar vooruit. Zulke dingen gebeuren. En in een politieke omgeving ga ik u verklappen dat het de komende 20 jaar ook gaat gebeuren. In die zin is een politieke omgeving een andere dan een bedrijfsmatige waarin je alleen koekjes bakt. Maar voorzitter, ik wil graag even weer terug naar de vraagstelling. Kijk. Waar het ons zorgen baart, is met name het bedrijfsleven, onze economie. En daar gaat het mij met name om. Ik hoor toch te veel signalen dat bedrijven zeggen van joh, Hardenbergen, wij vinden dat prima, we gaan naar de A1 toe. En ja, in hoeverre kan je dan ook het bedrijfsleven in de goede stand zetten en ook richting de provincie, ook vol gas geven, ook voor Hardenberg. Want daar gaat het ons om. Het gaat ons om die 25.000 banen die we hier hebben. En dat we daar met elkaar druk mee bezig zijn. Dan kunt u als wethouder natuurlijk een stempel proberen te drukken. Wij als raadsleden, maar met name ook het bedrijfsleven. En worden die ook in die goede stand gezet. Dat die ook gaan inspreken richting de staten. Dat die ook hun achterban gaan benaderen. Wij hebben daar goede contacten mee. En ik zei net al, we zijn weer bezig een coalitie te vormen om tegen de tijd dat de plannen komen op een effectieve manier daarop te kunnen inspreken. En dan moet je proberen dat je jezelf zo breed mogelijk maakt en dat je dat zo goed mogelijk doet samen met ons bedrijfsleven waar wij mee in overleg zijn. Maar strijdbaar college staat op de agenda voor elk overleg met GS en
U weet niet hoe vaak wij, zou ik bijna zeggen, of ambtelijk of bestuurlijk bij elkaar aan tafel zitten. Waarbij de provincie, ik zou bijna zeggen, ze nu en dan al zucht als ik mijn mond weer open doe. Ze zeggen, ja, je gaat zeker weer over de 340 hebben. Ze zeggen, ja, dat klopt, zolang jullie dat niet goed geregeld hebben, blijf ik erover komen. Ik ga naar de vragen van de Partij van de Arbeid. Die eerste vraag, mevrouw Jurik had niet helemaal begrepen. Voorjaarsnotitie, voordelen in relatie tot schuldquote. Ja, laten we dan. In het voorjaar kunnen we elkaar ook goed de kaders geven voor die begroting. En dan is het goed dat we rond die schuldquote dan ook goede afspraken maken. Ik denk dat dat de kern van uw vraag is. Ja, er staat een alinea of een zin in. Verder willen wij toekomstige meevallers primair inzetten om de schuldpositie te verbeteren. Wij komen hier in het voorjaar 2016 bij de kaderstelling voor de komende jaren terug. Ik vind dat wel een belangrijk kader, want ja, zijn we het daar met z'n allen over eens? Daar zou ik wel de raad over willen horen. Ja, en daarom komen wij erop terug. Want dat is, we zeggen al, die voorjaarsnota is ongeveer de belangrijkste vergadering. Want daarmee geef je de kaders al aan voor de begroting. Geeft u ons een opdracht toe wat bij de begroting moeten doen. Dus die is voor u zelf ook heel belangrijk en wij komen dan terug. Dat begrijp ik, maar ik had hem zo gelezen van, gaan wij dan ook zeggen van, hey, we moeten die schuldquote naar beneden hebben en we alles wat er dan nou ja, binnenkomt, gaan we daarvoor gebruiken. Dat vind ik echt een politieke vraag. Ja, dus ja, ik ga en, u echt aan ons stellen van, bent u het daar wel of niet mee eens? Dan ben ik terug bij waar we net waren. Wij zijn ervan afhankelijk in hoeverre u daarop met ons meegaat of dat u andere dingen wilt doen. Ja, klopt. En die discussie moeten we dan voeren. Ik ga proberen een beetje sneller te maken. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Busverbindingen onder druk, klopt. We zitten er wel bovenop bij de provincie. En een meevaller zou kunnen zijn, maar die heb ik volgens mij al eerder gemeld, dat wij door die veranderingen wel een regelrechte verbinding van Delersvaart naar Hardenberg gaan krijgen. En dat is wel weer belangrijk voor onze voorzieningen en voor ons ziekenhuis. Collectief vragen afhankelijk vervoer. In relatie tot de bezuinigingen van de provincie, zeg ik er maar even bij. We zijn in de regio Zwolle met elkaar in overleg hoe wij WMO, leerlingenvervoer, misschien wel ook met elkaar in een wat grotere regio kunnen doen. Of dat je het beter in een subregio kunt doen. Nou, daar zijn we dan een beetje aan het uitrekenen. Proeftuin voor onrendabele buslijnen. Wij zijn wel bezig met onze buurtbussen om te kijken of we die effectiever in kunnen zetten. Daar waar de bussen er niet meer zijn. Maar om zelf een proeftuin te beginnen voor een onrendabele buslijn, over het algemeen kosten die gruwelijk veel geld. En dat geld hebben we nu even niet. Dus ik denk dat wij het met wat eenvoudigere middelen moeten proberen. De fiets, u zegt ja, onderhoudstoestand, fietspaden en ook recreatieve fietspaden. Ook in relatie tot e-bikes en meer gebruik en hobbels die er eventueel in zitten. Wij gaan 2016 weer toe naar een nieuw driejarenplan voor onze wegen en fietspaden. Daar nemen we wegen en fietspaden integraal in mee. Dat is ons zeg maar, vaste bedrag van 1,4 miljoen die we elk jaar besteden aan onderhoud. En daar praten we ook met onze plaatselijke belangen over. En ook dan weer gaan we proberen dat zo goed mogelijk te doen en zo goed mogelijk de zwaarste dingen op te pakken. Ja, en daar spelen deze dingen ook in mee. Nou, en tegen de tijd dat u die krijgt, kunt u daar ook op reageren. Die krijgt u als actieve kennisname. En als u hem aanvaardt en er niks mee doet, bent u eens. En als u denkt van die slinger ik op de agenda, dan zie ik hem terug. Voor de eerste beerap is die dan? Ik denk niet dat we die voor de eerste beerap al klaar hebben. Want die moeten we. Ja, dat zou ik toch hopen dat we dan wel voor de begroting klaar zijn. Hardekern jongeren, het is niet zo'n grote groep, maar het is wel een hele lastige groep. Wij hebben tot halverwege 2016 geld. En wat moeten we dan? Moeten we nu al geld reserveren voor de tweede helft? Want misschien hebben we wel geld nodig. Ik zou eigenlijk met u het volgende willen afspreken, als u dat goed vindt. Wij moeten die club even heel scherp in de gaten houden. Laten we ook even scherp op die club rapporteren. Ook in de eerste bestuursrapportage. We hebben tot halverwege 2016 geld bijvoorbeeld de 1000 banenplan. De afstemming tussen RMC en sociale teams, die wordt nu gemaakt. En dan kunnen we tegen die tijd kijken van hebben we de zaak voldoende in controle? Of zouden we nog wat moeten doen? En dan kunt u bij de eerste bestuursrapportage daarop terugkomen en zeggen van nou, ga maar zo door. Of dit gaat zo niet goed, er moet wat geld komen en er moet ingang tweede helft 2016 gebeuren.
Het was niet specifiek de vraag, moet daar nog geld gereserveerd worden? Maar de vraag was, verwacht u ook dat het na mei dat er nog geïnvesteerd moet worden? Dat is afhankelijk van de pilot. Ja, even helder. Na mei zijn de jongeren niet weg. En het zou wel geweldig zijn als in mei al die stukken 14, 15 jongeren allemaal aan het werk hebben. Want dit is inderdaad wel een probleem van met of zonder uitkering gewoon thuis zitten en helemaal geen werk hebben. En voorkomen dat je een generatie lang met die mensen bezig bent. Dus je wil heel graag aan het werk hebben en wil heel graag het goede spoor hebben. Nou, daar moeten we mee bezig. Ik zeg u toe dat wij, en ik kijk ook even over u heen naar mijn ambtenaren, dat wij bij de eerste bestuursrapportage daar gewoon even scherp op rapporteren. Bermbeheer ecologisch, ja. Alleen maar onmogelijkheden. Ja, inderdaad is het vaak zo dat ecologisch bermbeheer kost in principe meer dan het even simpel klepelen enzovoort. Dat heb ik u al eens eerder verteld. Gaan we dan niks doen? Jawel. Wij willen kijken in onze kernen waar wij grote graspartijen hebben. Die wij gewoon twee keer in de week maaien, een biljartlaken. Dat we zeggen, dat moeten we even zo niet meer doen. Wij moeten eens kijken of we daar delen van kunnen gaan verschralen met één, twee keer maaien en afvoeren. Zodat je daar een bloemrijk verhaal krijgt. Dus dat kost een stukje investering. Die proberen gewoon begaande middelen mee te doen. En waar we al mee begonnen zijn en waar we ook echt wel meters mee maken is bij groot onderhoud van bermen. Kijk, bermen klepelen is gewoon berm slecht maken. Zeg ik dan maar even heel kort. Maar als je groot onderhoud doet en je gaat die bermen weer aanvullen met zeg maar heel arm zand. En je gaat ze op een bepaalde manier neerleggen. Dan ga je hem eigenlijk als het ware goed neerleggen voor ecologisch bermbeheer. En dan moet je vervolgens niet gaan klepelen, maar dan moet je gaan afvoeren. Om te proberen om die in een goede ecologische stand te krijgen. En daar ook een gemeleerd bloemen, gras en weet ik wat allemaal te krijgen. Zodat je er goed... Nou, we hebben gezegd, dat willen we bij groot onderhoud nog steeds verder uitvoeren. Binnen de kern, maar vooral ook buiten de kern. Dus daar worden wel degelijk meters gemaakt. Alleen, we worden een beetje begrensd door onze financiële mogelijkheden. Akkoord. Ik stel wel voor dat we proberen enigszins op hoofdlijnen te blijven. Kwijtscheldingbeleid, hondenbelasting nee. OZB is een algemeenheid ook nee, maar... In maartproblemen, als je in de bijstand komt en helemaal vastloopt, is daar wel iets te regelen. Maar de antwoord was inderdaad een beetje slordig. Een beetje tegenstrijdig. Dat heb u goed opgemerkt. Ik begrijp dat u nog steeds goed leest. Duurzaam groenbeheer heb ik het over gehad. Dakinspecties, ja, pragmatisch en zonder overdaad, snap ik ook. Dan ben ik bij de VVD, heb ik denk ik al redelijk veel gedaan. Want we hebben het over de schuldquote enzovoort al gehad, over de algemene reserves. En nog een keer, als je uitgaat van de primitieve begroting is de afwijking altijd het grootst. Maar daar hebben we het ook over gehad. Als je naar de gewijzigde begrotingen kijkt, dan passen wij daar veel beter binnen. Wat gaan we anders doen de komende jaren? Wat afgelopen jaren niet gelukt is. Nou, ik denk dat afgelopen jaren redelijk veel gelukt is. Maar ik heb de kaders aangegeven en via de GREX en via de overschot om proberen de schuld te duwen. We hebben onze doctrine neergelegd. Ik heb niet de indruk dat ik afwezig ben geweest. Ik heb wel eens de indruk dat de raad in meerderheid, en ik heb geleerd dat het hoogste orgaan is, wel eens een keer wat anders heeft besloten. Risicoprofiel sociaal domein, ja, die blijft er inderdaad nog even. Weten we. Risico, management voorstellen, eerste beerap is te laat. Ja, je kan ook zeggen, het is een mooie tijd voor de begroting van 2017 om die lijn nog eens even scherpjes neer te zetten. Het is maar net hoe je het wilt bekijken. En ik bestrijd absoluut dat wij risico's bagatelliseren. De ROVA hebben we het over gehad, daar ben ik er ook bijna door. Dan ben ik bij D66, wij staan op een tweesprong. Mag ik een heel klein vraagje stellen, daar ben ik ook klaar hoor. Want, en nog even over die begrotingsdoctrine, want ik gun iedereen natuurlijk zijn uitgaven, maar het ging over het IP-punt, hè, zou ik niet verbazen dat daar een voorstel wordt gedaan waar geen dekking voor gevonden is en ook geen onuitstelbaar onvermijdelijk. Dan zou het u wel sieren, denk ik, dat u gewoon ook eens daar een krachtig wethouder zou zijn. En dan zou zeggen, nee, ik doe dat gewoon niet. We hebben afspraken gemaakt en ik wil iets vinden, maar ik doe dat niet. We hebben een doctrine, die doctrine houdt maar. En als je niet stelt dat het of onuitstelbaar onvermijdelijk is, dan wel dekking vindt. Passen niet binnen die doctrine, is een voorstel dat niet behandeld gaat worden.
Helder. Ik zou dat doen als het echt over een heel essentieel groot punt gaat. Akkoord, ik wil nog even het woord geven aan de heer Stalpstra. Ja, ik was even benieuwd hoe de heer Genning aankeek tegen een sluiting. Is dat niet, laten we zeggen, dat is toch onuitstelbaar dan? Dus het kwam toch wel op het juiste moment. Daar heb ik een woord voor, voorzitter, maar dat zal ik maar niet zeggen wat ik daarvan vind. Ik hou het erop dat ik het niet met je eens ben. Als iets onuitstelbaar onvermijdelijk is, moet je het stellen. Dat staat ook in de begrotingsdoctrine. Of je zorgt voor dekking, maar tussentijdse aanpassingen. En ik heb toen al gezegd, er is geen kleur van. Je kunt niet zeggen van ja, dat staat er of staat er niet. In de begroting staat ook helder, ook nu weer, tussentijdse wijzigingen kunnen niet. Tenzij onvermijdelijk en onherstelbaar. Dan moet je dus aantonen dat het onvermijdelijk en onherstelbaar is. Ja, en de meerderheid van de raad vond het onuitstelbaar. Heeft de meerderheid van de raad helemaal niet over gehad of het onherstelbaar was. Akkoord, het lijkt me voldoende op dit punt. En ik wijs nogmaals op dat die vergadert het via de voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Ik ben bij D66. We staan niet op een tweesprong, maar we staan op een punt dat we langzamerhand ietsje meer van de, zeg maar, harde kant naar de zachte kant. Sociaal domein is dominanter geworden en is groter geworden. En onderwijs, huisvesting is er bijvoorbeeld bij ingekomen. Prima, maar ik zie dat niet als een tegenstelling. Ik zie dat gewoon als een organische voortgang van wat is belangrijk, waar ga je nou in investeren? En dit college kiest nu voor deze begroting met deze investeringen. Ja, en dan komen er eigenlijk een paar retorische vragen. U moet meer rekening houden met tegenvallers. Dan zeg ik van, welke tegenvallers? En we moeten misschien wel komen tot een grondige herijking van het uitgavenspatroon. En dan zeg ik dan, hoe en welke dingen moeten dan herijkt worden? Want volgens de gemeenteraad moesten wij de afgelopen jaren op dit spoor. En dan zal vanuit die gemeenteraad en vanuit de D66-fractie verwacht ik dan concrete voorstellen om het beleid te veranderen. En ik zeg heel eerlijk, ik kan niet zo gek veel. Ik gun u uw positie, daar gaat me niet om. Maar dit college kan niet nu zelf maar wat dingen bedenken wat dan anders. Wij vinden dat we het een goede begroting hebben neergelegd, want anders hadden we hier een andere neergelegd. Dat is eigenlijk. Voorzitter, even twee opmerkingen, reacties. In eerste instantie over die tweesprong. Ik wil u er wel op wijzen dat ik u probeerde een compliment te maken, dan dat ik niet een tegenstelling in beleid probeerde te schetsen. Dus excuses als die verwarring daar was, maar het compliment was daar inderdaad dat we een verandering van beleid zien, van meer hard naar wat meer een menselijke kant. Wat betreft dan die retorische vraag betreffende een herijking van het uitgavenpatroon. Inderdaad was de vraag ook mede aan de raad gesteld. En ik zal inderdaad ook komen, dat heb ik ook toegezegd, richting de heer Gelling, met een motie om hier wat handen en voeten aan te geven. Prima. Het is fijn om te merken dat je breder draagvlak hebt in een raad. Ik heb nog de vraag van u liggen. Ja, die prijs- en loonontwikkeling van die 0%, dat is een beetje lastig. Ja, dat is een keuze. Je kunt, en dat deden we in het verleden, voor 4 jaar gingen we een prognose maken van nou, zoveel komt er bij de loon en de prijzen en zoveel zullen we ongeveer wel van het Rijk krijgen. En dan heb je toch een beetje een vuil beeld. Wij zeggen gewoon van, meerjarenperspectief, dus zet je gewoon alles op 0%. Ook wat je verwacht aan compensaties van het Rijk te krijgen. En dan gaan we voor het jaar waarop we de begroting maken, gaan we concreet invullen. Dat doen we nu. En dat hebben we eigenlijk vorig jaar concreet met onze begrotingsdiscipline en doctrine die we gemaakt hebben, als nieuw beleid zo ingevuld. En die werken we dus nu zo uit. Ja, en daar kan je blij mee zijn, daar kan je niet blij mee zijn. Dat zijn de vragen die ik volgens mij moest beantwoorden. Voorzitter, dan had ik nog een aanvullende vraag op dat punt. En dat zijn de mogelijke risico's. Want we rekenen dus inderdaad met een meerjarenperspectief. En u geeft ook al aan dat u daarin een zonnige toekomst voor zich ziet. Maar als je dan gaat rekenen met een 0% lijn, dan zitten daar dus ook risico's, lijkt mij. Klopt dat? Ja, wij zullen per jaar, als er een bepaalde loon- en prijsontwikkeling is, die zullen we dan per jaar er moeten inkloppen. En dan hopen dat wij van het Rijk, want die hebben we ook nog niet ingeklopt, die gecompenseerd krijgen. Nou, is daar evenwicht, dan is er niks aan de hand. En is daar een keer geen evenwicht, en in een tijd van bijvoorbeeld grote inflatie wil dat wel eens gebeuren, dat je een beetje naijlt, dan zit je wel eens met een lastig jaar. Net zo goed als je nu, als je het van tevoren invult, er wel eens helemaal naast kan zitten. Het is een beetje vestzakbroekzak, hoe je het systeem neerzet. Dank u wel. Ik heb even een klein procesvoorstel.
Ik had nog even een vraag of onze vraag over de voorziening onderhoud. Dat is natuurlijk ook een financiële vraag. Of die komt door een andere wethouder misschien op maar het pad. Maar ik zie ook de insprekers van de tennis en van de sportservice nog op de tribune zitten. Dus misschien is het goed dat wethouder Prins even ingaat op het verhaal van de tennis. Voordat we gaan schorsen. Ja, maar ik wilde eigenlijk ook nog even de combinatiefunctionaris. Gaat uw gang. Ja, voorzitter. Ik zal proberen heel snel door de zaken die op mijn bordje liggen, zal ik proberen snel doorheen te gaan. Vraag van CDA met plankosten en waarom structureel? Nou, eigenlijk moet je hem zo interpreteren, en volgens mij is dat ook al wel aangegeven. Is we hebben afgelopen jaar 200.000, of dit jaar 200.000 euro minder dekking voor de kosten. Dat wil niet zeggen dat die mensen niks gedaan hebben, die zijn ergens anders op ingezet. En misschien zullen we dat de komende jaren zullen we dat wel meer zien. Dus de plantkostendeel in de greksen, in de grondexploitaties, dat loopt terug. En mensen zijn bezig met andere zaken. Ja? En de financiën daarvan zijn gewoon rond. En in de bezuinigingen ook meegenomen. Dus die formatie kan niet verder terug, die doen andere dingen. Alleen de dekking vinden we niet meer in de greksen terug voor een deel. Maar dan wordt het dus een uitdijing van de bijdrage aan de BOH. Oh, dat is techniek, dat zien we dan wel. Nee, nu gaat u mij er gemakkelijk overheen voor. Als het dus zetten we wel even in het verslag hoe dat precies zit. Want dat is mij nu veel te link om hier nu gelijk een conclusie aan te verbinden. En misschien moeten we dat de volgende keer terughalen. Dus ik vind dat even techniek. Akkoord, die komt terug. Combinatiefunctionarissen. U heeft het verhaal gehoord van de mensen van Sportservice Hardenberg. Wij komen voor het einde van het jaar, en volgens mij staat het al ingepland, komen wij met notitie af dat actieve informatieplicht of dat het door de raad moet, dat weet ik niet precies, hoe wij verder willen gaan met de combinatiefunctionarissen in de breedte, zoals ook geschetst door een van u zo pas uit de raad. Voorziening onderhoud gebouwen, waarom wordt er niets uitgehaald? Ik heb gezien dat er wel iets wordt uitgehaald. Het reguliere onderhoud gebeurt volgens mij uit de exploitatie en die voorziening die wordt met name gemaakt voor groot onderhoud. Maar ik wil dat nog eventjes precies laten checken, want ik kreeg toch twee berichten die een beetje schuren tegen elkaar. En ik vraag even aan de ambtelijke organisatie om dat even goed uit te schrijven. Ja, tennis. 5 ton. En hoe kan het nou 4,5 ton worden? Nou, we hebben het plan van de tennisvereniging is ambtelijk bekeken. In overleg ook met mensen van de tennis. En nou, dat leggen wij naast ons beleid. Niet meer en niet minder. En eigenlijk vind ik hier een grote tweedeling in de toepassing van het beleid. Dat is vervanging van de toplaag, 50%. Zo doen we dat overal. En we hebben voor alle andere werkzaamheden, dat hebben we vergeleken met, eigenlijk omdat we niet iets vergelijkbaars hadden, hebben we het vergeleken met het beleid wat het dichtstbij komt. En dat is het aanleggen van een nieuwe kunstgrasmat. En daar betalen we 100%. Dus alle werkzaamheden betalen we 100%, behalve voor de toplaag. Daar betalen we 50%, zoals we dat ook in Gramsbergen met de tennis hebben gedaan, zoals we dat in Dedersvaart hebben gedaan. Dus u kan van mij niet vragen dat ik zeg, ja, nou, wij trekken er maar even 5 ton vooruit, zonder dat ik dat kan onderbouwen. Die 4,5 ton, die kan ik onderbouwen, 5 ton kan ik niet onderbouwen. En het is aan u hoe u daarmee omgaat. Voorzitter, even over de tennis, als het mag. Ik moet niet te veel vragen stellen, want dan halen we het niet. Sorry, voorzitter. Gaat uw gang, heer Rodemond. Ook eten is natuurlijk belangrijk. Dan toch even over de tennis. Wat ik heb begrepen van de inbreng van de inspreker is dat als wij bijvoorbeeld minder geld zouden brengen dan die 4,5 ton, dat ten koste gaat van de kwaliteit. En daar heb ik op doorgevraagd en als antwoord kreeg ik dat er bijvoorbeeld een speelgelegenheid voor kinderen zou vervallen. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Ja, daar ga ik niet over. Kijk, ik wil iets vinden van waar ik over ga en waar ik niet over ga, daar ga ik niet over, daar wil ik ook niks over vinden. Daar hebben we in sommige gevallen blendend, aanpalend beleid, bijvoorbeeld de particulier initiatief. Wij doen in de regel niks met clubgebouwen. Ja. Behalve, er is een subsidieregeling die 25% van de kosten vergoedt voor clubgebouwen of nieuwe bestrating of wat maar, wat des clubs is. Nou, een terras aanleggen bij een clubgebouw van 30.000. Daar kunnen we maximaal 7.500 voor verlenen. Maar dat is een andere pot, dat is die PI-pot. Ja, een voorziening aanleggen voor kinderen,
Ja, ik vind het prima dat ze dat doen. Maar daar hebben we geen subsidieregeling voor, daar hebben we geen beleid voor. Dus u mag van mij niet anders vragen dan het plan wat er ligt, dat ik dat leg naast het bestaand beleid. En dat heb ik gedaan. En het was even zoeken, omdat we nog nooit twee tennisverenigingen gefuseerd hebben en die op een nieuwe ondergrond hebben gebracht, hebben wij dat vergeleken met het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld. En maar de toplaag hebben we gewoon vergeleken met alles wat we op het gebied van tennis hebben. Voorzitter, voorzitter. Is dat een eerlijke vergelijking, dat je een fusie van een tennisvereniging vergelijkt met de aanleg van een kunstgrasveld? U geeft zelf al aan van... Volgens mij moet ik u in de reden vallen, want dat hebben we op 100% gezet. Bij een kunstgrasveld vergoeden we 100%. Ja. Alle ondergrondse werkzaamheden, hekwerk, dugouts, alles wat je maar kunt bedenken, verlichting is 100%. Dat hebben we hier ook gedaan, behalve de toplaag, dat is zeg maar daar waar je op tennist. Ja, dat hebben we bij andere tennisverenigingen ook gedaan. Ja, en daar heeft u het beleid voor vastgesteld, dat is 50%. Ja? Dat waren ze, als ze op de plek waren blijven zitten, waren ze dat ook kwijt geweest. Ja, dus dat verandert wat mij betreft niet. Ja. En alle andere dingen die men graag wil en waar men iets van vindt, ja, ik vind het allemaal prima, maar daarvoor ziet ons beleid niet in. Ja? Dus ik zou u ook willen aanraden van, wees voorzichtig met wat u doet, want voor u het weet krijgt u tennisvereniging uit Gramsbergen en Delerswaard, die zullen vast meeluisteren nu weer langs, die zegt, daar heeft u wel 100% van de toplaag gedaan, dus komt u bij ons ook nog maar even langs. Voorzitter. Ik begrijp uw punt, maar goed, we hebben het niet vaak gehad over maatwerk. Dan kom ik toch bij de heer Rodemond. Ga de gang. Dank u wel. Die voorzichtigheid waar u op doelt, dat is juist de basis van mijn vraagstelling. Omdat het er nu op lijkt, ik benadruk lijkt, dat als wij de 4,5 ton zoals die nu staat begroot... ook uitgeven dat wij dan een soort pluspakket realiseren op deze tennisaccommodatie. Nee. Waarbij, nee, dat krijg ik uit de beantwoording terug. Dus je zou ook kunnen zeggen, we geven iets minder geld uit. We maken een sober, doch doelmatig plan. En daarmee is de kous voor ons af. Ja, voorzitter, ik kan hier een hele lange discussie over hebben. Ja, we hebben beleid. Ja, en de aanvraag zoals die er ligt, die is bekeken door onze deskundigen. En daar zijn plusjes en minis bij gekomen. Kun je dit niet zussen, kun je dat niet zo. En dat vergoeden we voor 100%. Minus de toplaag. Ja? En die toplaag is 50%, dat is een vervanging. Ja? En ingewikkelder wil ik het niet maken. En of er wel of niet ledverlichting in zit, ik weet het niet, ik wil het niet weten. Misschien is er wel een subsidiepot voor ledverlichting. Maar de aanvraag zoals die er nu ligt, dat is... De ondergrondse infra plus hekwerken en alles wat daarbij hoort, ja, die hebben we beoordeeld en de toplaag. En al het andere niet omdat we daar geen beleid voor hebben. Misschien is er wel een subsidiemaatregel bij de provincie of... Ja, ik ken ook verenigingen die bakken oliebollen aan het eind van het jaar of die houden sponsor lopen of die... Ja, weet ik veel wat die allemaal doen. Ja, maar daar treden wij niet in. Dit is het bedrag wat ik hier kan verdedigen en daar mag u mij aan houden. Ik zou geen knip voor de neus waard zijn als ik zou zeggen van nou, ik kijk er helemaal niet naar, doe maar gewoon die 5 ton. Ik weet dat mevrouw Juling, die heeft mij de vorige keer toen we het hier hadden, heeft gezegd die 5 ton. En we willen wel graag dat u dat onderbouwt. Zie hier. Akkoord. Wat mij betreft voldoende over de totstandkoming van die 4,5 ton. Dat... Ga ik naar de sociale woningbouw, urgenten, statushouders enzovoort. Op dit moment zijn we volop in gesprek met de beide corporaties die we hier hebben over hoe gaan wij het probleem van statushouders, maar ook van onze eigen mensen die op wachtlijsten staan, hoe gaan we dat handelen. En een paar van de zaken die spelen is dat we op dit moment zien dat de statushouders die we dit jaar moeten huisvesten, dat gaan de corporaties redden, hebben ze aangegeven. Daarnaast zijn ze ook volop bezig om... de verkoop van hun woningen, om dat terug te brengen. Dus veel minder woningen gaan verkopen. Daarnaast zitten we te studeren op versneld nieuwbouwprogramma. En dan niet alleen voor statushouders, /urgenten, maar ook om de doorstroming te creëren op de woningmarkt, op de sociale woningmarkt en woningen die vrijkomen weer voor statushouders in te kunnen zetten. Daarnaast praten collega De Vent en ik samen met de corporatie dag volgende week met een partij die semi-permanente woningen maakt en die realiseert met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, daar zijn we ook aan het kijken van waar zou dat dan kunnen, ja, om urgenten, en daar horen staten zo dus ook bij, om daar wat mee te doen. U vraagt ook, ja, en ik
U vroeg dat aan de raad. Is het handig dat we, of is het goed dat wij meepraten over nieuwe ontwikkelingen in die sector? Andere ontwikkelingen in die sector? Nou, ik geloof dat er een avond, er was dacht ik een avond al in november. Dat zou zeker een onderwerp van gesprek kunnen zijn. Want alles wat... Maar dan moet het ook echt, niet alleen de prestatieafspraken, maar dan moet het ook echt een gesprek worden waar je ook als een keer als een soort denktank met elkaar kunt spreken. Nou, de nieuwe woningwet voorziet erin dat het dit jaar voor 1 november, om en bij 1 november, voor 15 december het bod van de corporaties bij de minister ligt. En in dat bod staat wat de corporatie denkt volgend jaar te gaan doen. Dit jaar heeft het nog weinig consequenties als dat niet op tijd is. Nou, we hebben de biedingen, dacht ik, binnengekregen. Voor volgend jaar betekent dat er voor 15 juli moet het bod van de corporatie, die overeengekomen is, min of meer met de gemeente, dat moet bij de minister liggen en wordt het daar beoordeeld. Dus ik zou hem niet voor de termijn van nu, want dat kan gewoon niet meer, maar die discussie die zal dan uit moeten monden in iets wat waarschijnlijk in het bod voor 2016 en verder komt. Ja? Maar ik heb de bereidheid om u erbij te betrekken. We hebben ook over de prestatieafspraken met de corporatie, daar was u ook bij betrokken. Dus ik heb de bereidheid om u erbij te betrekken. Alles wat helpt om de statushouders en alles wat helpt om onze eigen mensen aan een ordentelijke woning te helpen, wat past bij hun budget, dat wil ik graag inbrengen. Daarnaast is er ook gevraagd van, is er ook aandacht voor de categorie mensen die meer dan 34.000 verdient en minder dan een bepaald bedrag en niet voor de sociale huurwoning in aanmerking komt. Dat is nog wel een hele lastige. Er zijn nog niet zoveel beleggers die daarop willen investeren. Een klein deel daarvan vindt zijn onderdak bij de corporatie, maar de private markt zal daarin moeten investeren. We zijn op dit moment wel in gesprek met partijen die daar iets in willen doen. Maar dat loopt nog niet storm. Het gezondheidspark, de voortgang erin is sterk afhankelijk van de ontwikkeling bij het ziekenhuis, bij nieuwbouwontwikkelingen. Er zijn op dit moment wel gesprekken af die tot iets leiden, dat weet ik niet, maar ik ben wel van zins om u rond de jaarwisseling te informeren hoe het erbij staat. Ook de gesprekken die we tot nu toe voeren. En misschien moet dat, als dat niet voor de openbaarheid is, dan moet dat maar even in een besloten bijeenkomst. Ja, maar ik vind wel dat u tussen nu en een paar maanden er iets van mag weten. Combinatiefunctionarissen, tennis heb ik gehad. De GREX. Ja, de VVD doet net alsof we alle risico's vooruit schuiven. Dat is niet waar, dat bestrijd ik. Dat wat we vrijwel zeker weten, dat is die rente. 2,5% op 2,5%, wat gevolgen heeft voor de algemene dienst. Ja, dat hebben we opgepakt, want we weten vrijwel zeker dat dat doorgaat. Alle andere maatregelen voor die raakvlak hebben met de grondexploitaties in de BBV, daar moet nog definitief een besluit over genomen worden. En dat besluit, ja, dat wordt eind dit jaar, begin volgend jaar genomen. Ik zie zelf, omdat ik ook zo af en toe daarbij mag zitten bij de VNG, zie ik vanuit de VNG en de IPO nog de nodige discussie ook met het ministerie daarover. Maar dat wat we vrijwel zeker weten, hebben we meegenomen. 1,5 miljoen. Ja? Laat dat, een kleine reactie, want ik zeg niet dat u iets voor u uitschrijft. Ik lees alleen maar voor wat in uw GREX staat. En dat is dat u zelf constateert dat er enorme financiële gevolgen kunnen... Als het doorgaat wat voorgenomen wordt. Ja, klopt. Alleen we kunnen het niet duiden nu, omdat we niet precies weten of het in de volle omvang doorgaat. Wat voor overgangsmaatregelen er komen. Stel dat er afgeschreven moet worden, of je daar 10 jaar de tijd voor krijgt. Dat zijn allemaal dingen die nog zijn uitwerking moeten hebben. Ja, waarbij dan slechts opgemerkt dat er ruimte om eventueel, mocht het wel ernstige financiële consequenties hebben zoals u dat veronderstelt in uw GREX, dat u daar weinig ruimte voor heeft. Ja, eventjes de ARG, 5 miljoen, Monte Carlo 6,9, dat komt er niet bovenop. Dat is van 5, zou je, ja, als je de Monte Carlo methode, als je die van toepassing verklaart op alles, dan zou die op 6,9 komen en niet er bovenop. Goed. Maar u bent het er wel mee eens om daarmee verder te gaan rekenen in plaats van met 5 miljoen? Ja, ik vind het prima. Nou, mooi. Ja, het zijn wat mij betreft zijn het getallen. Ja, en wat de waarheid is, ik weet het niet. Maar het is goed om een goede buffer te hebben, en mijn collega Jansen heeft dat al aangegeven, om die op te pakken. En er is nog iets gezegd over de omgevingswet, omgevingsvisie, omgevingsplan. Omgevingswet, de bedoeling is 1 januari 2018... Nou, zeer waarschijnlijk wordt het niet gehaald, zal het eind 2018
tegen 1 januari 2019 worden. Want er zijn nog wel wat vraagpunten. Ja, en wij zijn ook op zoek. Wat gaan we doen? Hè? Gaan wij een omgevingsplan maken? Wat een verzameling is van een structuurplan, bestemmingsplannen en de visies die we hebben. Dat kan heel goed. Dat doen sommige gemeenten ook. Gaan we hem op veel hoger niveau, op hoofdlijnen doen. Dus daar zijn we naar op zoek, dat is één. Ten tweede, we weten niet hoe de AMVB's die er komen. We hebben er nu een hele serie en die worden teruggebracht naar 4 stuks. Wat daarvan de impact is. Ja? Kortom, we vinden het heel lastig om op dit moment voor 2017, want daar hebben we het dan over, een bedrag te ramen die we nodig zullen hebben om de implementatie van de omgevingswet zeer waarschijnlijk in 2019 tot een goed eind te brengen. Dus voor 2016 hebben we nog wat middelen. Ja, we denken dat we daar een heel eind mee komen in 2016, dat we in 2016 ook veel beter, meerjarig kunnen aangeven wat de benodigde financiële middelen zijn. Maar uw zorg dat het een hele grote operatie is en dat het geld gaat kosten, die deel ik. Ja, dat betekent dat in de begroting, de volgende begrotingsronde, dat u daar wel een bedrag voor gaat opnemen. Dat u... Jazeker. Zeker. En kijk, ik heb zelf ook wel getwijfeld, moet ik in 2016, voor 2016 al een behoorlijk bedrag opnemen. Maar u heeft ook aan ons gevraagd om een bepaalde begrotingsdiscipline te hebben. Ja? En dat is toch lastig. Kijk, als u ons die opdracht niet had gegeven, had ik nu een bedrag voor 2016, een hoger bedrag voor 2016 opgenomen en voor 2017 en 2018. Ja, maar nu denken we, laten we het eerst nog eens heel goed bekijken. Laten we eens proberen af te vanuit de pilots wat expertgegevens zijn, zodat we veel beter nog dan tot nu toe kunnen inschatten wat ons die operatie gaat kosten. Maar dat het veel energie en kosten met zich meebrengt, mogen duidelijk zijn. Voorzitter, ik heb ook nog gevraagd van waarom in dat kader niet een visie voorbereiden in het kader van het voorbereidend programma nu al eenvoudig. Hè? Want we gaan wel een structuurvisie doen. Waarom gaan we niet direct die stap maken? Ja, nou dat van die structuurvisie, ja, ook daar ben ik nog niet echt van 100% van overtuigd. Ja, kijk, in de landen heb je allerlei ontwikkelingen. Sommigen beginnen van scratch af aan met een omgevingsplan. En hebben een ja, omgevingsvisie, omgevingsplan. En laten de rest, hè, waarbij juridische zaken zoals die in een bestemmingsplan zitten, daarin opgepakt worden. Van anderen hoor ik dat het heel goed is om structuurvisie, bestemmingsplan en visie nota buitengebied en dat soort dingen wat we hebben. De visie op intensieve veehouderij. Om dat juist te gebruiken en daar een bovenlegger boven te schrijven wat dan een soort omgevingsplan is. Ja, en wat we dan missen. Als we dat laatste zouden doen, omdat we net een heel recentelijk bestemmingsplan hebben, en voor een heel groot gebied, dan missen we een structuurvisie. Want daar hebben we steeds mee gewacht, vanwege de toekomstvisie. En we hebben ook ermee gewacht om van ja, welke kant gaat het op met die omgevingsvisie, -omgevingsplan. Dus we hebben nu in de begroting wel iets gezegd over de structuurplan, maar goed, ook dat is alweer informatie die een klein beetje gedateerd is. Maar ik stel voor dat wij... ergens voor maart, dat we u een notitie doen toekomen met overwegingen. Die hebben we sowieso nodig, van wat we nu gaan doen om die omgevingswet goed te kunnen implementeren. Wat hebben we daarvoor nodig? Omgevingsplan af, ja? Dus ik denk dat het handigst is op dit moment. Ja? Akkoord. Het is ook 6:15, mensen, en ik stel voor dat we... De vergadering schorsen tot 7:00. Dames en heren, het is 7:00 geweest. Als u weer uw plaats wilt innemen. Mensen, ik heropen de vergadering. En we zijn bezig met de beantwoording van de eerste termijn over de begroting. En op volgorde van de aanwezigheid geef ik eerst het woord aan de heer De Vent. Dank u wel, voorzitter. Enkele vragen van mij. De eerste kwam via de heer Dogger. Dat ging over schuldhulpverlening. En ook meer de oproep, heb ik goed begrepen, om vaart te maken. Met name aan de preventiekant. En vooral te kijken naar goede voorbeelden. Nog niet zo ver hier vandaan, want u noemde Koevorden volgens mij als voorbeeld. Nou, dat heb ik ook vorige week amperlijk al besproken. Dus wij gaan inderdaad kijken
wat in Coevorden gebeurt, of we dat hier ook kunnen integreren. En natuurlijk zijn we ook al lange tijd bezig met onze eurowijzer. En die hebben inmiddels ook al meer dan 100 klanten gehad afgelopen jaar. Dus daar zien we ook van de preventieve kant werking, zien we wel de ontwikkelingen. Nou, in ieder geval met wel optimisme tegemoet. Maar het vraagstuk van schulden is niet van vandaag op morgen geregeld en weggewerkt. Want daarvoor is het ook veel te ingewikkeld. Maar we zijn bezig om aan die preventiekant ook veel te doen. Zelfs ook in samenwerking met bijvoorbeeld basisscholen op dit moment. En dan gaat het niet zozeer om voorlichting aan de kinderen, heel bijzonder, maar aan de ouders. En daaruit ontstaan dus ook nieuwe zaken. Dat even als reactie daarop. Meneer Mulder, ik zal informeren naar de pilot hoe het ervoor staat. U krijgt mij nog even dan een reactie, of de raad krijgt dan nog een reactie op uw vraag. Als duurzame gemeente zou ik zeggen, nou, ik kan me haast niet voorstellen dat we ontbreken, maar goed, dat kan ik nu ook niet bevestigen, dus dat krijgt u van mij te goed. Mevrouw Juling, aantal werkzoekenden, en u verwijst naar vierkant voor werk inderdaad. Nou, er is al heel veel over geschreven en gesproken, maar het komt nu ook concreet tot uitvoering, want onderdeel van vierkant voor werk is een sectorplan. En een sectorplan Albrechtsmarkt regio Drenthe en Hardenberg. Dat plan gaat 1 november, of is het dus 1 november, het is al geweest, is net gestart. In samenwerking met nauwe samenwerking met Drentse gemeenten. Het gaat om 900 banen. En dan moet u niet denken dat het alleen banen zijn voor mensen met een uitkering. Het gaat ook om van werk naar werk. Het gaat met name ook voor werknemers die met werkloosheid worden bedreigd. Dus het is ook voorkomen van werkloosheid waar hier met name de accenten op liggen. Dus die 900 is vooral voor dat deel bestemd. Ook wel voor een stukje bijstandscliënten. En ook nog voor een deel grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Dus we werken ook daarin samen met de Duitse partners. En u vraagt aandacht voor de 45-plus groep. Nou, dat lijkt me helder. Dat is een moeilijk item, zeg ik ook altijd maar direct. Want meer dan de helft van onze populatie in de bijstand is 50 jaar en ouder. Daar hebben we gewoon keihard mee te maken. En ik vind dat je altijd mensen perspectief moet kunnen bieden. Maar ook nooit moet zeggen van u bent kansloos. Want er komen nog altijd weer kansen voorbij. Maar het is een groep waarin we zien dat als het gaat om de arbeidsmarktkansen, dat het best heel erg lastig is. Schuldhulpverlening heb ik net iets over gezegd. U heeft nog gevraagd naar dorpshuizen en jongerencentrum. De verdeling, nou, we hebben daar een bedrag voor opgenomen, heeft u ook kunnen zien in de begroting. We hebben dat nog niet heel specifiek gezegd, van nou, het gaat 50% de ene kant op en 50% de andere kant. Het hangt van de plannen af die komen. Berghemtheim is nu druk bezig met de voorbereiding daarvan. En het jongerencentrum heb ik u ook over geïnformeerd, vorige week volgens mij via de weekberichten, dat wij gesprekken voeren en kijken waar een eventueel jongerencentrum het best gelokaliseerd kan gaan worden. Maar we kijken ook heel erg vooral naar de instandhouding. Hè? Van hoe gaan we dat straks organiseren? Maar hoe zorgen we er ook voor dat het kan blijven bestaan? Want de jongere die nu 16 is, die zegt misschien over 2 jaar... gegroet, ik ga wat anders zoeken. Maar dan moet er ook weer opvolging zijn. En de betrokkenheid van ouders daarbij vinden wij ook heel essentieel. Maar ook de jongeren zelf, en dat vind ik wel belangrijk om hier even te noemen, die hebben gezegd, wij snappen heel goed dat er soms wel met argwaan wordt gekeken naar ons. Maar wij hebben al getoond, met name in de wijk Baalder, dat we dat graag willen. Want we organiseren zelf ook activiteiten voor de wijk. Ook samen voor ouderen. Ook samen met cliënten van de Baalderborggroep. Dus ik vind de houding van deze groep jongeren uitermate positief. En dat geeft mij ook vertrouwen voor de invulling van het centrum. Voorzitter, ik heb volgens mij niet meer. Dank u wel. Dan geef ik tenslotte het woord aan de heer Snijders. Over recreatie en toerisme, vluchtelingenproblematiek zie ik nog staan. Ga je gang. Dank u voorzitter. Volgens mij ligt er van mij inderdaad nog een vraag over recreatie en toerisme gesteld door de fractie van het CDA. Waarbij we vanuit toerisme en recreatie werken vanuit de beleidsnota verblijven, vermaken en verbinden. Ik moet altijd even nadenken over de titel 2012-2015. Dat is het beleid op basis waarvan we werken. En dat combineren we met een gezamenlijke agenda op het gebied van toerisme en recreatie in het Vechtdal.
met de vijf pijlers het Vechtdal-kompas. Dat doen we met Omma, Dalfsen, maar ook met Zwolle en Stappers die daarin samenwerken. De beleidsnota in de uitvoering hebben we daarvoor de Stichting Toerisme en Recreatie gevraagd. Het IP doet daar wat in. De Stichting IP, waar we eerder over hebben gesproken, doet daar wat in. En daar zitten we volop in de uitvoering. De stichting heeft ons gevraagd, het college gevraagd, om meer tijd te hebben om zeg maar de uitwerking van de uitvoering, om dat ook te laten zien. En daarin hebben wij ingestemd in die zin van dat we hebben gezegd, we gaan door tot aan de zomer. We pakken de zomerseizoenen, zeg maar. Dus tot aan de zomer 2016 draait de stichting door. Daarbij maken ze gebruik van het budget wat er beschikbaar is. Ze hebben dus geen aanvullende middelen gevraagd. Maar ze hebben het budget wat ze voor dit jaar beschikbaar hebben. hebben ze van gezegd van dat, nou, dat gaan we uitsmeren tot in juni, juli 2016. En dat doen ze. Met name ook om de zogenaamde booking site, die is gemaakt door hun, om die ook het rendement te geven wat ze daarvan verwachten. Omdat zeg maar rond de wintermaanden, februari, maart, ook de boekingen worden gedaan voor het zomerseizoen. Dus het zou een beetje een kapitaalvernietiging zijn om te zeggen van we stoppen er nu mee. Dat brengt ons er ook toe dat we hebben gezegd, dat is mooi, maar hoe gaan jullie nu verder straks? En daarvoor hebben zij op dit moment, voeren zij gesprekken. Sorry hoor, ik heb een kleine tussentijds vraag. Maar we zijn natuurlijk al wel een tijdje met recreatie en toerisme onderweg. En ik weet nog, dat toen ik net in de raad kwam, dat is nou zeg maar maart 2014, dat ik hier een beetje zat, dat was ongeveer mei. Dat zij hier toen kwamen met een toch wel een indrukwekkende presentatie, waarbij ze allerlei ideeën hadden en nog hebben. Dus mijn vraag is eigenlijk ook aan u, portefeuillehouder, goh, is het niet een idee dat wij eens tussentijds bijgepraat worden? Om ook eens te kijken, van, hey, wat zijn nou de cijfers van 2015 en wat verwachten wij in 2016? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. En ik denk dat ik dan zeker spreek voor de hele CDA-fractie. Nee, dat kunnen we vragen. Lijkt me een heel goed plan om te zeggen van waar staan jullie op dit moment? Waarbij ik dan een suggestie zou willen doen in uw richting om te kijken om dat begin volgend jaar te doen. Zeg maar in januari 2016 om die presentatie zo te houden. Het eerste kwartaal is volgens mij een prima beeld over de zomer 2015. Dus lijkt me een heel goed voorstel. Ja, dat gaan wij organiseren. Zodat zij eens even kunnen zeggen van goh, waar staan we nu? Wat hebben we gedaan? Wat is er gebeurd? Hoe gaan we nu ook verder? Want daarbij is ook de vraag aan de orde waar wij op dit moment samen met hun ook mee bezig zijn. Maar ook met andere stichtingen om te kijken van ja, hoe ga je eigenlijk verder straks. Hè, er is een overkoepelende stichting, maar er zijn veel meer partijen werkzaam op het gebied van vrije tijdseconomie in onze gemeente. Hoe zien we dat palet nu voor ons naar de toekomst toe? En welke rol heeft Vechtdal Marketing daar bijvoorbeeld ook in? Waar we op die inhoudelijke agenda van het Vechtdal Kompas ook nu de koers hebben uitgezet met elkaar. Dus dat past daar heel mooi in, wat mij betreft. Voorzitter, mag ik één vraagje over stellen? Wat zegt u nu, voorzitter, dat al die andere stichtingen daar ook bij komen? Of doet de CDA een verkennend vooronderzoek door eerst al die mensen zelf te gaan bezoeken? Wat mij betreft, tenminste, laat ik spreken vanuit mezelf. Volgens mij is het goed dat de Stichting Recreatie en Toerisme zo begin volgend jaar, januari, februari, eens even op de lijn komt en zegt van goh, hoe loopt het nu allemaal? Maar ook een doorkijk geeft naar de toekomst toe. Waarbij ik weet dat er gesprekken gaande zijn tussen verschillende partijen. Maar dat zijn veel meer partijen in deze gemeente. Om te kijken van wie doet nu wat? Op welk terrein? Want je hebt de marketing. Je hebt de productontwikkeling kant. En je hebt de belangenbehartiging kant. Dus er zijn nogal wat partijen op dit vlak werkzaam. En iedereen doet dat naar zijn beste wil. En er gebeuren hele mooie dingen op dit moment in deze gemeente. Daar wordt door anderen ook echt naar gekeken van goh, wat gebeurt daar in Hardenberg? Dus dat is goed om dat eens even te delen met elkaar. En als ik daar, meneer de voorzitter, even op in mag haken, wat de CDA-fractie op dit moment doet, is haar controlerende taken uitvoeren. En voor mij is dat ook onze plicht en dat gaan wij vormgeven, hoor ik net. Dus daar zijn we heel blij mee. Nou, voorzitter, dan zijn we allemaal blij en dan heb ik mijn vragen ook in deze beantwoord. Voorzitter, wellicht een overvloede. De fractie van Op Koers is ook blij hierover.
Nou, wat een winst. Goed. Dat was de beantwoording van de eerste termijn. Is er behoefte aan een tweede termijn over de begroting? Ik zie de heer Stelpstra, ik zie de heer Dogge, ik zie de heer Reiling. De heer Reiling, ga de gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben in juni een amendement aangenomen waarin programma Centrum Hardenberg 2025 die begroting is 40.000 euro per jaar structureel zou worden opgevoerd. En daarbij is er opdracht ook gegeven dat er een plan zou komen voor de andere kernen. Die zou worden aangeboden voor volgende week dinsdag. Of ik heb hem gemist of de wethouder heeft hem gemist. Daar heb ik graag reactie op. Dank u wel, de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Een paar kleine puntjes. Wij gaven aan een advies voor de digitale begroting. En toen zei de wethouder dat kan. Terwijl ik in de aanbiedingsbrief lees dat wij verbeterde voorstellen mogen indienen en dat die met belangstelling tegemoet worden gezien. Dan het tweede, dat ging over de indicatoren of die meegenomen konden worden in de begroting in één oogopslag. Dat was ook het antwoord, dat kan. Maar goed, dat zegt nog niet zoveel. En als laatste puntje, we hebben nog op het om de financiële spelregels in één documentje bij elkaar samen te voegen. Wellicht kan de wethouder daar nog even wat over zeggen. Dank u. Ja, nog een. Dank u wel, voorzitter. Ik heb even genoteerd dat we vanaf de kant van het college in elk geval nog een schriftelijke reactie krijgen op de vraag van de plankosten en de onderhoudsreserve. Ik neem aan dat die met één of twee dagen ook echt verschijnt, omdat we volgende week al besluitvormend hier over bezig gaan. Dus dat was eigenlijk meer een oproep. Wij hebben nadrukkelijk de reactie van de VVD en D66 gehoord op onze zoektocht, zou ik bijna willen zeggen, onze afweging rondom de OZB. En we hebben een aantal argumenten ook van het college gehoord. We hebben ook een aantal reacties van de fracties gehoord, maar nog niet alle. En we hebben daar een onderbouwing ondergelegd vanuit onze kant, die toch heel nadrukkelijk ook ingestoken was op financiën. En die kan ik aangevullen met van ja, als we onroerend goed gaan verkopen, en dat willen we ook graag de komende jaren, zorg dan ook dat de koper weinig OZB hoeft te betalen, want dan koopt hij misschien eerder. Dat wil ik niet. Ik wil hem niet meer onder de cijfers motiveren, maar ik zou wel ten aanzien van de OZB toch heel nadrukkelijk als raad is de afweging willen maken. Nu wij dit jaar ook nadrukkelijk in het kader van de transities en de decentralisaties de eigen kracht van de burger heel nadrukkelijk gaan aanspreken. En dat zal heel veel eigen kracht van de burgers vragen. Of we zelf ook niet onze eigen kracht ook moeten aanwenden om richting die burger ook een signaal af te geven dat wij ook niet meer doen dan wat nodig is. En daarmee kunnen wij denk ik ook, als we die OZB niet verhogen, en dan even richting mevrouw Jullie van de Partij van de Arbeid, er is geen sprake van een OZB-verlaging, wat ze in haar termijn aangaf, maar het gaat echt om een verhoging, om die wel of niet door te laten gaan in die afweging. Ja, dan moeten we misschien toch nog eens goed naar kijken. Wij worstelen daar wel mee, ook gelet op het hele complex financieel, maar ook maatschappelijk. Een laatste puntje. Voorzitter, als ik dat nog even mag aanvullen, we worstelen daar inderdaad als fractie mee, we zijn er ook nog niet uit hoor. Dat wil ik er even heel nadrukkelijk bij zeggen. Voorzitter, misschien iets ten aanzien van de worsteling, wat duidelijkheid gevende van de ChristenUnie. Wij zien daar niet zoveel in. En dat is met name omdat onze begrotingssaldo was eerst negatief. Is nu met de eerste begrotingswijziging 2016 weer wat positiever. En ja, wij voelen er niet voor om dat weer in de min te laten schieten. Ja, ik ga niet mee op. Sorry. Nee. Even een vraag aan de heer Dogger wat dat betreft, want u kan rekenen op onze sympathie waar het gaat om het in ieder geval dempen van de stijging van de woonlasten voor de inwoners van de gemeente Hardenberg.
Alleen is het natuurlijk gelijk ook de vraag, en dat is ook onze worsteling, ik neem aan ook die van u, van waar gaan we die dekking dan vinden? Dat is ook misschien de opmerking van de heer Stelpstra, omdat we aan de ene kant wel geld uitgeven en aan de andere kant moet er wel wat binnenkomen. En ja, dat moet wel op een of andere manier in balans zijn. Dus als we die zoektocht samen kunnen aangaan, dan zou mij dat welkom zijn. Ik zie ook... U slaat daar precies de spijker op de kop waar wij ook mee worstelen. Want als je die OZB-verhoging niet wilt doorvoeren, schiet je een gat in de begroting. En op dit moment met de geactualiseerde cijfers ook van de eerste begrotingswijziging, ziet het beeld er mooi uit. Alleen, er zijn ook onzekerheden. En dat is ook de worsteling. En welke kant het dan op moet gaan, dat weten we ook nog niet precies. En dat is de worsteling en waar wij mee zitten van, wil je zoveel vertrouwen in die begroting geven dat je zegt van het kan, of zeg je van toch niet. Alleen, er zitten heel veel kanten aan, we hebben ze hier vandaag ook gedeeld. En daarom willen we ook gewoon die vraag gewoon hier open in deze raad neerleggen. Akkoord, ik zie ook de heer Botter nog. Voorzitter, het is terecht dat de heer Dogger refereert aan een eerste vraag vanuit de eerste ronde om een reactie van alle andere fracties. Als op koers hechten wij eraan om in dit stadium te laten weten dat wij niet denken aan een verhoging van de WOZ. Het ging in eerste instantie om een bedrag van 550.000 waar de heer Dogger over sprak. En wij vinden het erg prettig om te laten weten dat wij met dat vraagstuk in ieder geval niet worstelen. Akkoord. Ja, maar, voorzitter, maar soms begrijp ik het even helemaal niet. Want iedereen zegt de algemene reserve moet omhoog. En die moet naar een bepaald niveau toe. En de dekkingsgraad moet omhoog. En vervolgens willen we eigenlijk ook iedereen alles teruggeven. Ja, maar, volgens mij lukt het gewoon niet. Voorzitter, als ik even mag reageren. Wij zeggen niet dat we iedereen alles terug willen geven. Wij zeggen dat wij worstelen met die vraag van hoe kijken we daar met z'n allen naar. En, nou, uw opmerking nemen we daar ook in mee. Maar wij zijn er nog niet helemaal uit, meneer Mulder. Voorzitter, mag ik daar... Ja, dat snap ik wel. Maar het is elk jaar... We hebben vorig jaar alle reserves hebben we teruggestort. Of dan wel teruggegeven. Op wat voor manier dan ook. En volgens mij zit er niet veel lucht meer in. En die lucht die meneer Dogger zoekt, ja, dat is een dilemma. Maar ik ben bang dat we hem niet vinden. Het punt is helder. Ik zag de heer Gelling ook nog. Ja, nou even kort. Ik denk dat de stemming op zich wel helder is zo ondertussen. Maar ik denk wat heel sympathiek is aan de gedachte van meneer Dogger, is dat je de burger niet zwaarder belast dan noodzakelijk is. Ik denk dat iedereen daar over eens is. Alleen we hebben in een andere samenstelling hier in de raad afgesproken de opdracht toch meegekregen in de financiële commissie om eens te kijken naar alle woonlasten. Want zoals je weet hier in de raad zitten we met de WOZ nog vrij laag in Hardenberg op plek 2. In de totale woonlasten aangevuld met riool 40% hoger dan gemiddeld. En de afvalstofheffing komen we ineens naar plek 23 van de 25 gemeentes. We hebben al afgesproken daar dus een heroverweging te maken. Mijn voorstel zou zijn om raadsbreed dat even af te wachten. En uiteindelijk te komen met een voorstel waarin misschien de hele sympathieke gedachte ook met cijfers kan worden onderbouwd. Dan heb ik wat zicht op de begroting die volgende week wellicht aangenomen gaat worden. Nou, volgens mij is dat niet afgesproken een heroverweging te maken, alleen afgesproken om het te gaan onderzoeken. Ja, en heroverwegen en zoeken, dat zijn volgens mij werkwoorden die nagenoeg aansluiten op elkaar. Maar dat mag u dan politiek maken als we tot een heroverweging zijn gekomen. Ja, mensen, daar gaan we in de techniek, dat gaan we niet doen. Nu begin ik echt helemaal in de war te raken over waar het over moet gaan. Maar wat ik heel erg mis is het woord behoedzaam. We hebben net... Door die correctie lijkt het volgend jaar beter te gaan dan dit jaar. Ik heb geleerd dat als je een dubbeltje in je portemonnee hebt, dat je niet gelijk moet uitgeven totdat je er een gulden of in dit geval een euro van kunt maken. Dus ik begrijp het, maar ik snap dan niet waar het collegeakkoord behoedzaam vooruit dan nog staat wanneer we nu met een kleine beetje beweging gelijk moeten uitgeven. Dus. Akkoord. Volgens mij is de samenvatting dat de heer Dogger een vraag opgeworpen heeft en dat de heer Gelling zegt van laten we die vraag eens bekijken in een breder context. Dan hebben we het daar mee kunnen laten. Akkoord? Sorry voorzitter, dan ga ik verder met de resterende vragen als u het goed ja. vindt. Waar wij nog even aandacht voor willen vragen is het punt wat wij hier als fractie al eerder gevraagd hebben, is de asbestsanering op allerlei panden en gebouwen in onze gemeente. En
Daar is door de wethouder destijds ook een technisch antwoord op gegeven. Maar wij zouden ook in het kader van nu de begroting graag van de wethouder willen horen of hij ook inderdaad mogelijkheden ziet om met een sterk gereduceerd tarief voor het afvoeren van asbest een financiële stimulans denkt te kunnen geven in de sanering van het asbestdaken, wat gewoon een verplichting is wat op iedereen afkomt. Tot zover. Dank u wel. Ik ga naar de Partij van de Arbeid. Ja, college, bedankt voor de beantwoording. Blijft alleen, ik kom er nog wel even op terug, of Bermeheer. We hebben gesteld van, de wethouder heeft erop geantwoord, maar wij willen graag een onderzoek ontvangen voor de eerste BRAP, zodat eventuele financiële consequenties kunnen worden gefaciliteerd. En dat is eigenlijk de vraag die nog open staat. En wij willen het graag natuurlijk voor de gehele gemeente en in afzienbare tijd. Helder. Anderen nog in de tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan zou ik het college willen vragen om vragen uit de tweede termijn te beantwoorden. Volgens mij heb ik alleen de vraag van de ChristenUnie over het setje begrotingsregels, of we die standaard even netjes bij die begroting kunnen zetten. Dat is prima. Dat is er snel bijgezet. Dat kunnen we u toezeggen. En de vraag over het bermbeheer. U zegt van ik wil graag even een stukje verder, een stukje onderzoek voor de eerste BRAP. Wil ik best toezeggen. Laten we straks dan nog even kort sluiten van wat willen we dan precies hebben. Dat is me nog niet helemaal helder, maar dat kan na die tijd. Ik had twee vragen meer genoteerd van ChristenUnie, maar ja. Ik heb zo'n gevoel dat ze zelf ook doorhebben. Maar de collega's pakken wel. Ik vergeet nog eentje, denk ik, over die OZB hoef ik niet veel te zeggen. Ik heb in eerste instantie uitvoerig neergezet waarom het college denkt dat wij in deze fase niet zo'n fors moeten pakken als 550.000 OZB. Dat kan de Bruine denk ik niet leiden en ik heb dat hiermee herhaald. Ik hoor dat de CDA worstelt en ik hoop dat die worsteling tot een goede oplossing leidt. Dank u wel. Ik stel voor dat de fractie van de ChristenUnie een aanvullende vraag stelt over indicatoren bij de begroting. Klopt, ja. We hadden voorgesteld om bij de digitale begroting in te volgen de onderliggende raadsstukken eraan te koppelen. Ja, ik hoorde alleen dat kan. Dat noteren we dan als... En hetzelfde gelden voor... dan ben ik dat stukje weer kwijt. Wat was het? Ook weer. Nee. Voldoende voor de ChristenUnie, merk ik. Dan zijn er nog een aantal vragen meer open. Ja, voorzitter. Nog een vraag van die Dog rondom de asbestsanering. Niet een onbekend onderwerp, volgens mij. Ik ben uw fractie niet. Maar ik denk dat het goed is dat ik daar schriftelijk even op ga reageren. Want het past inderdaad bij de ambitie die wij ook volgens mij in het collegeakkoord hebben aangegeven. Als het gaat om afvoer voor ook van gevaarlijke stoffen. Om daar ook mee te experimenteren. Maar ik, als u het mij wel toestaat, dan kom ik daar op korte termijn schriftelijk op terug. Voorzitter, als ik de wethouder nog even een kleine suggestie mee mag doen. Die ik mag nemen wat mij betreft in de beantwoording. Zou het misschien mogelijk zijn om asbest af te voeren tegen een gemeentelijk tarief? Heeft u daar ook dekking voor? Op een gegeven moment, als het een gemeentelijk tarief is, ben ik daar geen dekking voor nodig. Maar de gemeente hoeft niet meer te betalen dan dat het last is. Maar het is toch een vraag, geen suggestie. Ik beschouw het als een suggestie, neem ik mee in de beantwoording. Bijzonder. Ja. Wethouder Prinsen. Voorzitter, de VVD-fractie vraagt of ik volgende week met een plan kom voor de centra in onze gemeente van de grootste kernen. Voor wat betreft, laat ik zeggen, vitaliteit. Nee, want ik heb dat helemaal niet scherp. Ik wist ook helemaal niet dat ik dat voor volgende week moest doen.
Dat we, wat ik scherp heb is dat we de 40.000 die we vroegen voor het centrumplan Hardenberg, er werd gezegd dat moest voor meerdere, voor het centrum Hardenberg, dat moest voor meerdere centra. En zo hebben we dat ook meegenomen in de begroting. En we zijn met de meeste centra die zijn bezig of gaan bezig of die hebben we gehad. En ik heb niet nu een plan liggen van wat we de komende tijd daar allemaal precies gaan doen. Dat heb ik ook binnen een week daar niet liggen. Zo heb ik hem ook nooit geïnterpreteerd. Maar dat kan mijn misser zijn. Voorzitter, dan zou ik de wethouder toch dringend adviseren het amendement van 9 juni nog een keer erg goed op na te lezen. Want er staat het klip en klaar in dat het plan er nu zou moeten liggen. Nou dan, nu voorzichtig zijn, gebreken gebleven. Ik zal daar op terugkomen met een aanpak, wanneer dan wel. Excuses, ik heb dat nooit zo scherp gehad. Akkoord. Daarmee wil ik ook een eind maken aan de tweede termijn en aan de behandeling van de oriënterende behandeling van de begroting en de meerjarenbegroting. En dan kom ik bij het volgende punt op de agenda, dat is afronding begroting 2016 moet dat zijn, neem ik aan. En de vaststelling eerste begrotingswijze in 2016. Er staat 15, maar dat moet 16 zijn, neem ik aan. Wens iemand daarover het woord? Dat is niet het geval. Dan ga ik naar punt 7, dat is de nota grondexploitatie. Wie mag daarover het woord geven? Jonkhans, mevrouw Kelder, Gelling. Meneer Stelpstra. De heer Jonkhans, gaat u gang. Ja, dank u. We hebben tweetal vragen. Er wordt gesteld dat, dat er een reprogrammering aan zit te komen. Er staat in van dat niet aan te geven is wat de financiële consequenties daarvan zijn. Maar wij zouden ons toch wel kunnen voorstellen dat daar wel een inschatting van te maken is. Dus wat is de inschatting daarvan? En dan als tweede, de gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Wat voor criteria voor gebruik gelden daarvoor? Het zijn toch gronden die in bezit zijn van de gemeente. Er worden in diverse nota's allerlei lovende woorden gesteld over verduurzaming van grondgebruik. Dus wij zouden ons ook heel goed kunnen voorstellen dat de gemeente daar randvoorwaarden voor stelt. Bijvoorbeeld voor gewassen die zeer weinig bemesting en gewasbeschermingsmiddelen vragen, biobrandstoffen, et cetera, et cetera. Dank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. We hebben nog twee vragen. En dat is, de ene gaat over de stimulering van de verkoop. Dus de grondprijs van woningbouwkavels tot en met april 2015 verlaagd met 10 euro per vierkante meter exclusief btw. Heeft deze stimuleringsmaatregel geleid tot meer verkopen van woningbouwkavels? En wat is nu na april 2015 de grondprijs geworden? De tweede vraag die gaat over de BV Brink Oost. En daar zijn in 2011 plannen gemaakt. En er is een exploitatieovereenkomst afgesloten met BV Oost, Brink Oost. In 2014 zijn enige plankosten gemaakt, maar wat is er in 2015 gebeurd? Of gebeurt er helemaal niets? Dank u wel. Kom ik bij de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. De vraag is vandaag al eerder gesteld, maar of ik heb het antwoord gemist of hij is niet gegeven. Het gaat over het verhogen van de vaste kavelprijs voor een sociale huurwoning naar 15.000 euro per 1 januari 2016. Mijn vraag is, heeft dit gevolgen voor de sociale huurwoning zelf, maar ook voor bewoning door statushouders? De heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Een paar vraagjes nog. De eerste pagina 7 van de GREX vermeldt de wethouder dat de crisis voorbij is. Dat is mooi nieuws, want de crisis was, lees ik heel vaak, oorzaak voor veel problemen in het grondbedrijf. Echter, er zijn heel veel economen die voorzien weer een nieuwe crisis die wellicht de huidige overtreft. En ik zou de wethouder willen vragen hoe het dan met zijn risico-indicatie zit. Maar dat kan kort, want daar heeft u het al over gehad.
De BBV, dat is een extra post nu van 1,5 miljoen voor rente die niet meer mag worden bijgeteld voor niet in exploitatie genomen gronden. En daar staat bij dat dat op een rekenrente van 2,5% is. Maar ik lees in de tekst dat het verschil is in rente die u betaalt. En de laatste geldlening is van 1,19% afgesloten. Zie ik, heeft dat nog gevolgen voor nog meer rente die niet mag worden toegerekend? Een volgend puntje, dat is wel nieuw, is, betreft de Heemse Poort. Heb ik het goed dat u daar voor de komende 5 jaar geen verkoop van bedrijfskavels begroot? En mag ik u dan meenemen naar de discussie ter zake van de vestiging van het AZC, waarbij de VVD-fractie u aangaf bij de eerste behandeling daarvan dat u niet de meest gelukkige plek gekozen had vanwege de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heemse Poort? En dat de wethouder toen expliciet heeft aangegeven dat de vestiging van een AZC daar geen enkele invloed op had op de voorgenomen verkoop van zijn kavels. Denkt hij daar nu anders over? Het gemeentelijk grondbeleid in al haar facetten. Daarvoor was een inhoudelijke vervolgdiscussie gepland. Hebben die gemist? Komt die nog? En laat ik dan aangeven dat het wel prettig was geweest als die voor het begrotingsproces aan was geweest. Dan nog de verkopen bedrijventerreinen. Daar staat 2 hectare, dat is al een hele verbetering. Vorig jaar 4 hectare, toen zei wel dat u dat niet ging halen. Daar dacht u toen anders over, nu staat er 2. Maar daar is nog 1 van verkocht en ik zeg nog 1 optie. Wat is uw inschatting daarvan? Dan nog risico de zaak van Maslan aan 2. Daar worden wij pas op het eind van het jaar over geïnformeerd. En ook dat weer in zaken de risicoanalyse. En dan denk ik dat ik het daar eerst bij laat. Nog 1 opmerking, voorzitter, die is meer algemeen. En die betreft, ik heb de wethouder net al even buiten gecomplimenteerd met zijn manier van toespreken van de raad. Geeft me altijd het gevoel dat we toch erg blij mogen zijn dat we deze wethouder hebben. En dat we ons grote zorgen moeten maken als hij ooit vertrekt. Maar voorzitter, 1 puntje toch. En dat is meer een vraag naar zijn mening. Ik lees bij Brans Veen Moeshoek. Maar ook eigenlijk bij het centrumplan van Hardenberg dat het eigenlijk maar prettig is dat de projectontwikkelaars zich terugtrekken. Want de wethouder ziet daar heel veel kansen. En de vraag is, heeft u, want ik denk, dat is wel kritisch bedoeld hoor, dat die kansen hebt u meer gezien in het verleden. Zo zijn we denk ik ook een 100 hectare niet in exploitatie genomen gronden gekomen. Zou het niet verstandig zijn, wethouder, om af en toe te denken als een projectontwikkelaar de plaat poetst in een bepaald project, dat hij misschien wel gelijk heeft en dat het zorgvuldigheidsoverweging zou kunnen zijn om dan eens te heroverwegen of het wel een kans is die daar ligt of dat het een bedreiging is. Dat wil ik eerst even laten. Dank u. De heer Stofstra. Dank u wel, voorzitter. Wij begrijpen dat deze nota nu is aangeboden. Maar gezien de ontwikkelingen zoals de BBV, de ladder, de VPB, achten wij de vervolgnotitie belangrijker dan het voorliggende stuk. En wij zijn benieuwd wanneer wij dat stuk kunnen ontvangen. Dank u wel. Dat waren de vragen in eerste termijn. Geef ik het woord aan de heer Prins. Voorzitter, als ik de vraag van de Partij van de Arbeid goed begrepen heb, dan gaat het over herprogrammering. Herprogrammering van de gronden die de gemeente in zijn bezit heeft voor bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. Nou, in het kader van de ladder duurzame verstedelijking zijn wij bezig, maar daar krijgt u nog een presentatie over binnenkort. Zijn we bezig om te kijken van welke van de zachte plannen moeten hard worden en welke van de harde plannen kunnen zacht worden. En welke strategische gronden, niet in exploitatie genomen gronden, kunnen we afstoten. Ja, met die herprogrammering zijn we op dit moment volop bezig. En ik heb dacht ik ook de vorige keer gezegd dat we in het kader van de ladder duurzame verstedelijking, waar 80% van je prognose in harde plancapaciteit mag zitten. Ja, dat is een beetje de grens die de stekgroep aangeeft. Dus je zou naar 100 kunnen gaan. In het verleden was het 130% vanwege vertraging in plannen. Daar zitten wij op 66%. Dus als je die indicator meeneemt, zitten wij niet aan de hoge kant. Maar we zijn volop bezig met herprogrammering. En met name de vraag is interessant, welke van de NIEG-gronden, en dat zijn vaak ruilgronden of gronden die vanwege een ander belang zijn aangekocht, welke willen we houden, welke willen we niet houden. En daar zijn we volop bezig om dat inzichtelijk te brengen. En wij hebben daar geen woeste plannen mee, we willen niet anders dan gewoon proberen het te verkopen. Dus uw opmerking van keuze niet voor een andere wijze bestemmen,
Dat zou kunnen, maar het zit nog niet in onze overweging. We willen verkopen, proberen, nou, als de boekwaarde niet hoog is, de algemene reserve daar iets mee op te hogen, maar ook vooral om onze netto schuldquote om die omlaag te brengen. Dat is onze eerste insteek. Maar dan blijft er nog een hele hoop over die zeg maar, op korte termijn nog niet bebouwd gaan worden, maar wellicht later en die de gemeente nog wel aanhouden. Die we wel aanhouden, ja. Nou, het is goed. Ik wil graag eerst het eerste doen, om meters te maken, om ook in financiële zin daar voordeel uit te hebben. En dan zouden we dan kunnen kijken van, en de gronden die we wel aanhouden, maar die nog in een planperiode van 10 jaar zitten, of we daar iets afwijkends of iets anders mee zouden kunnen doen. Ja, dan komt die vraag komt dan terug en ik denk dat u wel in staat bent om die vraag ook te onthouden voor dat moment. Wat heeft de prijsverlaging, wat heeft dat opgeleverd? Dat is altijd lastig te zeggen, maar we hebben wel in die periode van prijsverlaging hebben we wel heel veel kavels gekocht. Dat zijn er 67 geweest. Is dat door dat tientje gekomen of zegt u het maar, ik weet het niet. Dat is ook wel lastig achter te komen, maar wat ik wel weet is dat we vorig jaar zouden we op 1 januari 2015 zouden stoppen met de maatregel. En er waren nogal wat mensen die, waarvan de hypotheekverstrekker veel meer tijd nodig had om een hypotheek toe te kennen. Dat er toch aan Mars gebeld werd, kun je de maatregel niet. Enzovoort, enzovoort, zodat wij er ook nog gebruik van kunnen maken. Nou, dat hebben we toen ook gedaan, dat hebben we ook met u gecommuniceerd. En dat hebben we tot 1 mei hebben die maatregel in de lucht gehouden. En wat is de prijs nu? Volgens mij staat in de grondexploitatie staan de prijzen van de kavels staan aangegeven. En als u de grondexploitatie goedkeurt, geeft u daar ook een klap op. Ja, dan zijn dat de prijzen. Wat is er met Brink Oost? Brink Oost hebben we verkocht. We hebben daar wat grondposities verkocht. Er zit een private ondernemer op. En waar wij een exploitatieovereenkomst mee hebben gesloten om daar wat dingen voor te doen. Planvoorbereidingskosten. En wat er nu mee gaat gebeuren, dat weet ik op dit moment niet. Ja, er is een plan opgemaakt. Maar goed, helaas is de bouwerontwikkelaar is failliet gegaan. En het is de vraag wie het dan overpakt. Dat weet ik op dit moment niet. Sociale huurwoningen, waarom verhogen? We hebben heel lang op 10.800 gezeten in deze gemeente. En daar waren we veruit de goedkoopste in deze regio. En daar heb ik heel lang volgehouden. En dat heb ik u ook wel eens uitgelegd in het verleden, uw raad wel eens uitgelegd in het verleden, omdat we van de corporaties ook andere dingen vroegen dan alleen te investeren in woningbouw. En dat hebben we gezien in buurtcentra, in openbaar groen, samen optrekken in de wijkverfraaiing en dat soort dingen. Nu een corporatie vanwege de nieuwe verhuurderswetgeving aan banden is gelegd, zullen we toch minder in dat soort zaken financiële partner vinden. Dus wij vinden het nu ook heel legitiem. Dat vonden we een jaar geleden al, toen ze al aangaven dat ze minder gingen doen. En dat vinden we nog steeds, dat we toch langzaam zeker naar een prijsniveau mogen groeien wat gemiddeld is in deze regio. Zeker niet aan de hoge kant. En dat gaat volgens mij gefaseerd, 10.800 naar 13.000 en een beetje naar 15.000. Ja, dat is wat. En heeft dat effect op de prijs? Ja, natuurlijk een hogere grondprijs zal altijd effect hebben op de kostprijs van een woning, maar ergens anders hadden ze ook een post waaruit ze putten om al die dingen die ik net noemde samen met ons te doen. Dus als je hem puur op de woning schrijft, heeft dat effect. Maar als je het op het geheel van de corporatie schrijft, weet ik niet of dat zoveel effect heeft. Als er een nieuwe crisis komt, wat gebeurt er dan? Bent u daarop voorbereid? Nou, dat is altijd lastig om op een crisis voorbereid te zijn. Maar we hebben natuurlijk wel een paar scenario's doorgerekend. Als we 25% niet halen van onze planning, als we 50% niet halen van onze uitgifte tempo, wat gebeurt er dan? Nou, daar hebben we wat getallen onder gehangen. En die zitten volgens mij ook voor een deel zitten die in de stukken. Ja, en zo kijken wij ernaar. En als je dan die scenario's beschouwt, dan nog is het niet zo dat we naar een artikel 12 status moeten vanwege het grondbedrijf. Dus wij proberen altijd wel met dat soort scenario's te werken. Ja, en eventjes die 1,5 miljoen, die moet helder geduid worden. Die 1,5 miljoen, die is slechts opgevoerd, omdat de rekenrente die wij hanteren was 4%. Dat hebben we nu naar 3,5, dat zijn we vorig jaar overheen gekomen. Maar nu is het landelijk zo dat je terug moet naar 2,5%. Ja, naar de feitelijke rente. Dus wat er gebeurt is, we rekenen hem helemaal door op 2,5%. Wat betekent dat dan? Ja, dat betekent voor het grondbedrijf een voordelige positie. Ja? En voor de algemene dienst, die krijgt veel minder inkomsten, is dat een nadelige positie. En het geeft een incidenteel voordeel, doordat er wat voorzieningen vrij kunnen vallen als je hem netto contant maakt. Even voor de techniek. Ja? Dat betekent dus,
de maatregelen van de BBV, wat mag je nog wel toerekenen en wat mag je niet toerekenen? Nou, niet in exploitatie genomen gronden binnen een termijn van 10 jaar enzovoort. Dat is allemaal nog niet meegenomen, want dat komt nog als definitief landelijk wordt vastgesteld dat dit de richting wordt. Alleen die rente, de grootste klapper, ons inziens op dit moment, hebben we meegenomen. Dat is puur die rekenrenteverschuiving. Mag ik even een aanvullende vraag? Maar is die 2,5% dan gefixt? Is dat een, want ik lees dat het gaat over de rente die de gemeente betaalt over langlopen leningen. En dat is die 1,19. Maar die 2,5% die staat is... gewoon voorlopig, althans onder de... Ja, ja u geeft aan van wanneer gaan we nou die discussie voeren over het vervolg van het grondbedrijf. Nou, die leg ik even terug. U heeft aangegeven, uw partij heeft aangegeven dat hij graag wil komen met een nieuwe visie op het op grondbedrijf. Daarvan heb ik gezegd, dat is prima. Daar zult u dus zelf een initiatief moeten nemen om die discussie met elkaar te voeren. Als ik voorbereidende werkzaamheden krijg opgedragen, of als de ambtelijke organisatie dingen krijg opgedragen, zullen we die graag uitvoeren. Maar het initiatief ligt bij uw raad. En niet bij mij. Ja? Dat hadden we even anders begrepen dan. Maar dan zullen we dat initiatief naar ons toetrekken en zullen wij de agenda maken ook voor de... En u had het zelfs nog over met de benen op tafel. Nou, nee, graag. Bij voorkeur, ja? Bij volgens mij hoort dat initiatief bij de agendacommissie te liggen. Dat dacht ik ook, en zo staat het volgens mij ook in de tekst, maar goed. Volgens mij wordt er morgenavond ook over gesproken. Ik kan u vanuit de agendacommissie melden dat een organisatie voor die avond in de pijplijn zit. Boven nog eind dit jaar. Nou. Iedereen weer tevreden. Inschatting bedrijventrein, gaan we de hectares halen? Als ik nu de situatie zie, denk ik dat we de hectares zoals geprognosticeerd gaan halen. Eentje die zit erin voor een hectare. En ja, wij denken, de transactie is nu gepland ergens in december. En mocht er niks tussenkomen met financiering zo, dan komt er nog weer een grote bij die al actief is overigens, maar waar de transactie nog moet plaatsvinden. Dus ja, het hangt een beetje om. Ik denk dat we voor bedrijventrein de prognose gaan halen. Voor woningbouwkavels is het wat lastiger. Ja, is het toch wat lastiger. Er zijn toch wel ontwikkelaars die niet afnemen. Ja, en nou, daarvan krijgen we de kavels terug. En ben ik daar blij mee? Nou, gegeven de situatie waarin we zaten, ben ik daar blij mee, want we konden er niks mee. Alle vragen die over zo'n kavel gingen, konden we niet honoreren, omdat het belegd en bezet was, al bij sommigen vanaf 2010. En ooit is er vanuit de bouwclaim is er ook een prijs afgesproken. En de prijzen die we nu hanteren, het prijsniveau is zeker niet lager. Ja, dus als we gaan verkopen, dan doet het zeker de exploitatie geen pijn. Maar je moet het wel verkopen, maar... iets in je gemeente hebben waar anderen wel behoefte aan hebben, waar andere bouwers wel naar vragen, en je er niet over kunt beschikken, dat is veel lastig. Dus ik ben in sommige gevallen gewoon blij dat dan die situatie eindig is geworden. Maar gelukkig hebben we, en dat zijn met name de lokale en de bovenlokale ondernemers, die nemen gewoon af. Maar dat wat verder weg is, is wat lastig. Marslanden 2, ja, waarom komen we met Marslanden 2? We proberen daar een paar vliegen in één klap te slaan, want we denken dat we rond eind van het jaar, en dat is al een datum geloof ik geprikt, dat we er ook met Rotij, dat is degene die voor 50% de grondpositie heeft en wij de andere 50%, dat we er één deze dagen in hoofdlijnen uitkomen hoe we de exploitatie van de opzet en de exploitatie voor de eerste 400 woningen in dat gebied gaan doen. Ja, dan pakken we dat in één keer. Natuurlijk hebben we een afweging gemaakt. Moeten we nu met de gerechts komen? Ja, of kunnen we over een maand met de gerechts komen? Nou, we hebben een paar jaar geleden besloten dat de gerechts in dezelfde PNC-cyclus meeloopt. En we vinden het ook wel heel belangrijk dat we dingen vergelijkbaar houden. En we vinden het belangrijk dat we nu op dit moment ook kijken van hoe staan we ervoor. We moeten een paar besluiten nemen over grondprijs. En we zullen zo snel mogelijk als die BBV-uitspraken, als de politiek in Den Haag daar een uitspraak over heeft gedaan, zullen we zo snel mogelijk narekenen wat dat voor ons betekent. En dat zal in het voorjaar zijn. Kunt u dat wat duidelijker maken? Ik bedoel, voorjaar, dat kan best lang duren in Nederland. Ja, maar vergeet ook niet... Als je, nou, een van de dingen, zonder in techniek te treden, je mag exploitaties nog 10 jaar meenemen. En gemotiveerd langer. Nou, misschien zijn er wel grondexploitaties waarvan wij zeggen, die willen we langer meeslepen. Ja? Maar daar moet je een motivering voor hebben en dan moet je goedgekeurd krijgen natuurlijk. Daar is ook wat contact nodig met een accountant in deze. Dus ja, ik zou nu wel heel makkelijk kunnen roepen, nou, dat is voor 1 april. Maar voor zomerreces lijkt mij een betere benadering.
is het nog steeds voorjaar volgens mij. Akkoord. Ja, 20 juni zou dat kunnen zeker. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is in ieder geval. Dan sluiten we daarmee ook punt 7 van de agenda. En kom ik bij de rondvraag. Ik zie de heer Gerling voor de rondvraag. Uit de gang. Ja, voor zijn herkorte vraag, die kan ook snel beantwoord worden. We hebben een maand geleden is er een besluit genomen over het AZC op de Heemse Poort. En ik was in de veronderstelling dat er heel veel haast bij was. Nu zijn we een maand verder en ik zie er echt helemaal niets gebeuren daar. Is daar een reden voor? Of heeft u nog 2 maanden ruimschoots de tijd om onze gasten op te vangen per begin volgend jaar? De heer Prinsen. Ja, ik kan me nog herinneren dat er ooit eens iets gebeurde. En toen kregen we ook nodige vragen. Ja, ik weet niet of u zich dat nog kan herinneren. Voorzitter, ik weet niet of de heer Gelling zich dat nog kan herinneren. Ja, maar de situatie is zo dat de omgevingsvergunning aanvraag die loopt, die is gewoon in omloop, die is gepubliceerd al. Ik weet niet eens precies wanneer die is aangevraagd, dat duurt 6 weken. Dan weten we ook of daar mensen een zienswijze op hebben. Als dat niet zo is, dan zal het college aan kunnen geven van nou, dit is akkoord. En daarna is er nog een mogelijkheid van 1 week of 6 voor beroep daarna. En nou, ergens in die periode zal er begonnen worden met het bouwrijp maken. Maar achter de schermen is het dus, worden volop gewerkt. Alleen, we hebben gewoon met termijnen te maken en daar moeten we ons aan houden als gemeente. Akkoord. Voldoende op dit punt. Verder niemand voor de rondvraag. Dat is mooi. Dan sluit ik de vergadering iets voor 8 uur. Dank u wel.